Oh, ja toch. Alright, man. Alright. Even kijken. Daar zijn we dan. Hey, jongens, what's up? Oh, ik open iets in Windows. Heerlijk, man. Nice, daar zijn we, jongens. Hey, what's up? Even kijken. Juist. Storage plaats, jongens. Yes! Zo, dan hebben we dat allemaal gefixt. Dames en heren, jongens en meiden, welkom bij de stream. Let's get it, man. We zijn er gewoon weer. Zo, ik ben wel heel erg ingezoomd. Let's go, maatjes. Hey, chauffeur Sam, tegen de 2,49 euro, bro. Ik was nog niet eens live en deze man doneert gewoon al een superchat, jongens. Wat is dat met dat doneren terwijl ik nog niet eens live ben, jongens? Is dat een nieuw ding geworden of zo? Ik denk van, what the fuck? Ja, kijk, ik vind het super lief, hè. Ik zeg je eerlijk, doneren, dat blijft gewoon altijd speciaal. Het ding is alleen, wanneer iemand... het niet, of zijn naam niet zichtbaar is op een stream, zeg maar, omdat ik nog niet live was. Dat vind ik wel een beetje een, een dingetje van, yo, oké. Nou, als jij dat wil, helemaal prima, Jiwa, maar, ja, ik raad het je niet aan. Alright, jongens. We zijn in Zuiderveen en ik heb trouwens settings gevonden. Ik weet niet wat het is, maar ik heb nu veel meer FPS. Ik zou het even doorheen scrollen. Kijk, bam. Even kijken, scroll even naar beneden. Nou, dit hebben we helemaal vol staan. High, een beetje hier en daar gekloot op. Normal, very high. Bang! Op een of andere manier, ik heb een hele steady FPS. Oké, let op. Ik heb dat vinkje ook aanstaan van. Je ziet het niet, maar hier zit, achter mij zit een vinkje. Dat ik de graphics mod ook nog aan heb staan, man. Dus I don't know, man. Fuck it, chill. Maar, jongens. Ladies and gentlemen. Wij hebben officieel een nieuwe auto aangeschaft. Ik dacht van, yo. Het is weer een keer tijd om gewoon even een nieuwe auto te kopen. Had ik gewoon zin. Ik zeg je eerlijk. Geld komt vanzelf, jongens. 100%. En ik had gewoon zin om een nieuwe auto te kopen. Ik zag deze staan op tweedehands. Ik denk van... ik heb deze auto ook hier en daar getest in mijn eigen stad. En ik voelde de auto. Ik vond het gewoon een originele, dikke auto om te hebben. Nigel, Rippers of Islet. Oeh, pas op. Even kijken. Ja, ik heb trouwens... er is een nieuwe regel in Zuiderveen gekomen, jongens. Dat je volgens mij 75 zakjes mag rippen op eiland. En dat je... holy shit! Abdoe! Die baseline, Charles, die baseline. Let's go, man, Abdoe. Hey, bro, kan je even je PM checken op Discord? Hey, bro, Abdoe, dat ga ik even naar de stream doen, man. Let's go, maatje. Op die baseline. Ik heb nog baseline. Abdoe, sowieso, maatje. Tegen voor de euro, bro. Ja, helaas kan ik dat nu niet doen, omdat ik live ben. Maar ik kan het naar de stream even checken, bro. Komt helemaal goed, jongen. Abdoe, welkom bij de stream, maatje. Nice to do, bench, jongen. Let's go. De nieuwe Tom de Neten. Ja. Gino, fucking hell, ouwe. Met een fijne goede avond. Is de donor van de stream... ja, eigenlijk dan de derde eigenlijk al zelfs. Maar mij zou hier geen stress. Bijna de dode goal gehaald. Lekker bezig, maatje. En succes vanavond. Hey, Gino. Thanks for the fucking fijn, man. Bro, je bent een Tom de Neten. En wordt gewaardeerd, jongen. Wat een liefde, man. Super dankjewel voor de donor, man. Jongens, we gaan even de daily doen. Oh, my god. Ah. 1300. Kijk, het is beter dan niks, maar... jongens, we gaan de nieuwe bolide erbij pakken. En dat is deze. Bam, bam, bam. Een fucking roll. Holy shit, Abdoe. Oh, op die baseline. Jealous op die baseline. Ik heb nog baseline. We hebben een fucking roze, jongens. Oh. En je kan zeggen... oh, wat doe je, Dylan? Wat een auto. Of nee, waarom? Deze auto is under fucking rated. En ik ga heel even iets aanpassen aan mijn dikke vette game. Pop. Zo, nu hebben jullie wat meer kleur. Ik word gebeld door Nigel. Even kijken wat hij zegt. Hello, Derry. Hey. Herwa. Hoe is het? Ja, ik denk dat ik even moet ophangen, man. Oh, is goed. Hey, succes, bro. Yo. Oké, die wordt geript. Jongens, check deze fucking auto. Check één keer deze functie. Kijk eens even goed naar dat Rolls-Royce logo. Check dit, hè. Check dit. Doe de lamp aan. Kijk dit. Alleen daarvoor heb ik hem gekocht, jongens. Alleen voor dat. Check die spiegels en dat logo. Kijk die spiegels nu, jongens. Oh, dit. Het is toch een flex, jongen. Kijk, nog even één keer dat logo. Dat was echt, dat is fucking dik. Je moet met de H inhouden of één keer klikken. Ik weet niet wat het is. H inhouden. Doet hij het? Nee, ik zie de spiegels niet. Soms werkt hij niet, man. Wat is dit nou? Waarom doet hij het niet, bro? Ik word weer gebeld. Nigel, daar heb je hem weer, hoor. Flikker, ze hebben ze mijn bus genokt. Oh. What's going on, Nigel? Ja, geript op eiland. Ai, nah, bro. Wie is op eiland? Weet je de stemmen te herkennen of zo? Ja, ik denk Peaky. Meneer. Oh. Kan ik hem even meenemen? Ik ben net geript voor mijn bus.
Oh, thanks. Hey Nigel, je komt veilig weer naar vasteland dan. Ja, ik heb nog een vraag. Heb je toevallig een XC? Ik ook. Hallo meneer. Ja, ja. Mag kerel, wacht even hoor. Ja man, ik heb er één man. Wil je die kopen? Is die fully of niet? Ja man, ja, ja, ja. Hoeveel wil je ervoor geven? Maar een prijsje. Wat vind je? Hij is volgens mij 125 of zo. Zoiets, 100k, 100. Tussen 100. Ik heb maar één vraag, joh, meneer. Yo, vertel. Met wie hebben wij je te maken? Wat de fuck boeit dan nou weer? Gewoon een vraag ter informatie. Nou, ik ken jullie niet. Ik ga niet zomaar mijn naam op straat gooien, letterlijk. Maar, heren, ik ben heel even aan het bellen. Graag even niet storen, dank u wel. Aight. Zo, hey, voor 110k, Nigel, mag je hem hebben, man. In de meer ook gewoon shooten. Ja, kan. Wat hoor ik nou dan? Nee, laat maar even weten wanneer je hier weer bent, man. Graag even aan Frenkie. Ja. Is goed, jongen. Oh! Hey, Monstu, what's up? Yo, dit is een vraagje. Stream jij met een VPN? Ik stream niet met een VPN, aangezien, I don't know, ik weet niet of het heel chill is qua... verbinding of het goed is, zeg maar. What the fuck? Maar, hey, Monstjoep, wat zal maatje, als je er bent, jongen. Ik heb trouwens je zip vandaag gekeken. Ja, het kriebelt nog steeds om die fucking demper eruit te halen. Maar, oh, dan ga ik genaaid worden door de politie, ik weet het zeker. Maar jongens, check deze auto. Kijk, je kan denken, Dylan, waarom koop je een Rolls? Deze auto, fully black ramen. Geen kentekenplaat, alsnog mag politie je checken natuurlijk. Maar deze buggy stuurt echt best wel nice, houden. Check dit, ik rem af. Kijk dan hoe die wegligging zit. Kijk hoe scherp die kan sturen. Hier, kijk. Bob, hop. En dan zitten we hierop. Ja, dat is gewoon prima, man. Ik vond dit een hele chille auto. Origineel. Niemand rijdt erin. En nu Dylan wel. Let's go, man. Nigel. Helemaal neef. Trouwens, even terug bij het verhaal. Ja? Ik denk dat ik straks wel even ga verkopen bij land. Dus ik kom nu terug naar land. Ja, nee, is goed. Wil je dan gelijk die auto kopen? Of was ja, de planning? Ja, is prima. Ah, ik weet niet of jij nog interesse hebt in zo'n... hoe heet die weer? Een grote Chevrolet bus. Een Chevrolet bus? Ja, of ik weet niet wat stikbus. Een Chevrolet bus? Ja, helaas zoek ik geen bus of iets, man. Ja, het is dus, zo'n dikke, zo'n panzerbak. Een panzerbak? Ik zit echt te denken wat voor een auto jij het over hebt. Wat? Nou, geen idee, man. Volgens mij heet die Escalade of zoiets. Oh, een S. Dat is toch geen panzerbus? Ja, ja, dat is zo'n bus kan wel een stoertje hebben, ja, dat wel. Oh, een nice. Nee, ik heb al een Escalade, bro. Oh, dat is onze, gang, Waggy. Oh, echt? Vandaar. Ja, man, ja. Ah, het komt goed, jongen. Ah, ik denk dat je bij helipads komt, of niet? Ja. Ah, is goed. Dan, ja, als ik nog overleef. Jawel, tuurlijk wel, bro. Komt goed, oké? Zo, dit ding rijdt echt perfect. Ja, zit hier mijn mini SMG's. Ay, na, bro. Is het weer echt peaky, ja? Ja, nee, ze hebben groene torso. Oh, dat is zetas volgens mij, man. Goed. Ja? Ja, dacht ik wel. Met een helm en zo. Allee, doe maar voorzichtig, oké? Okay? Ja, komt goed. Is goed, jonge kerel. Allee, tot zo. Yo, yo. Tot zo. Nou, let's op die... Ja, die wegligging van het ding is echt absurd. Fucking nice, man. En ik vind dat logo gewoon dik, man. Dit is gewoon een originele auto, jongens. Niemand rijdt in een Rolls. Lando B is overleden. Kamar. Nice, bro. Ik ga even kijken of Char in de stad is. Allee, dan gaan we zo meteen met Nigel even afspreken. Charlena. Die is er zeker wel. Nice. Oh, die remmen ook. Hohoho, nice. Even kijken. Neem Charlena op. Dat... Hé, hey, Charry. Oh, man. Char? 60k, oh. Ja. Hé, hey, waar ben jij? Kringloopgarage. Ik kom eraan, oké? Okay? Oké, okay, yo. Ah, yo. Oh, politie. Jealous, die beest. Kijk, eigenlijk, jongens, mag ik nu niet aangehouden worden door mijn kenteken. Want ik heb er geen één op mijn auto staan. Maar alsnog, politie gaat sowieso zeggen... Oh, ja, meneer ESB, jij mag eens even meekomen naar het bureau. Ik word weer gebeld. Daan, what's up? Hé, wat neef? Yo. Yo. What's up? Die beest. Abdul, let's go, maatje. Hey, 10 euro, man. Had jij nog iets van een mes of iets? Een wat, sorry? Een mes of iets. Volgens mij had Char nog wel wat liggen, man. Zou ik eens even navragen? Ja, dan even de prijs, want ik ga gewoon mijn bus verkopen en shit en dan. Oh, ja, ik ga gewoon YOLO zetten op een winkel. Ga je YOLO zetten? Oh. Ja, ja, alles ja, of niet. Een mes is wel ongeveer 240k, man. Komt goed. Oké. Ja, laat me even navragen, man. Dan bel ik je zo. Is goed. Is goed, jongen. Yo, tot zo. Yo. Tot zo. Nice. Hey, Abdo had nog een euro daarvoor gedaan. Ik zeg, was van account geswitcht. Waar ik mod wilde vragen dat je kan overzetten naar deze. Oh, je bedoelt zeg maar in de chat, Abdo. Ik zal er even naar kijken, man, bro. Dan moet ik gewoon even... Dan moet je even via Discord jouw link
van jouw nieuwe YouTube kanaal sturen. Kan je dat doen? Dat zou top zijn, man. Dan kan ik dat fixen. Abdu daarna weer met de eerste zegt zoe. Hey Abdu, what's up, dude? Thank you for the fucking euro, man, weer. Let's go, man, bro. Thank you for the support, jongen. Alright, challenge op die baseline. Op die baseline. Okay, even kijken wat Char allemaal aan het uitspoken is. Ja, oké, okay, dan gaan we zo meteen even de X7 kopen. Ja, ik rijd daar niet zo heel veel in. En ik heb deze auto ook. Ik vind deze fucking dik, man. Ik vind deze echt... Dit is mijn lievelingsrolls, man. Ik zeg je eerlijk. Van alle Rolls Royces die er zijn gemaakt ooit, vind ik dit de dikste. De Wraith. De Vrat. Het. Hey, dit is Jopie. En we waren uit de doop. Ja, uw auto is een beetje ingedeukt, meneer. Nee, joh. Bij mij niet. Nou, bij mij zit een hele deuk in die voorkant. Nou, dat is nou weer jammer. Gadver, ja. Gadver. Nou ja. Dat zou waarschijnlijk wel gefikt worden. Ja, daar heb ik wel centen voor. Hé, wel Jopie, wat's up? Waarom heb je die cabrio niet ervan gehad? Je gaat toch geen cabrio halen van een Rolls? Oh, dat is wel dik hoor. Deze is dik, man. Ja, deze is sowieso. Hier, wacht Jopie, check dit. Hier, wacht. Kijk eens de logo voorop. Gaat die erin en eruit? Ja, kijk dan. Die spiegel zo. Hé, wat? Hé, gek. Wat zit je nou te beuken, vriend? Hé. Hallo? Hé, wat neef. Zit een kerel te beuken hier, wat doet hij? Jezus. Nee, wat bent u aan het doen, meneer? Is niet gezond. Oh, de spiegel is kut, hij deed het nou. Ja, kijk eens. Nice. Als hij nog gek doet, gaat hij eraf. Ja, inderdaad. Oh, kijk uit, kijk uit. Ai, ja. Nice. 44. Oh, je niet bij. Ja, 44. Wie zit in die escalator dan? Meneer, niet wie te hebben, maar wie te hebben. ID. Zo. Nice, ik heb even een gebedje gemaakt. 44. Ja, wat is deze gozer aan het doen? Ja, ik weet niet, allemaal drillen zie je, joh. Ik word even aangereden, wat de gek, bro. Hallo. Hey, Abdu met Ursig, kom goed, bro. Heb net gestuurd, kijk maar wanneer je tijd hebt, bro. Is helemaal goed, jongen, Abdu. Let's go, maat. Tim met support, jongen. Meneer. Waar is Sean nou? Zet eens, mijn maat. Gaat u even normaal doen, of niet? Tuurlijk, heb ik mijn kistres. Kun je meneer gedragen en niet auto proberen te steken, dat is die... Sure. Kijk, mijn lelijke wagen daar. Ik ben zo rek. Ik ben financieel stabiel. Wat hoor ik, bro? Deze guy. Fuck, accepteren, meneer. Ik ga hem even in de ruit doen, want blijkbaar is hij bij anderen helemaal kapot. Ja, daar wil ik me niet in rijden, jongens. Een Rolls moet heel zijn, jongens. Ik weet niet waar Char is. Snuffelmobiel, BMW, Rolls. Ik weet niet waar Char uithangt. Oh, is toch gekomen. Oh. Zit je hierin? Ik maar. Oh. I've been every good. Hey, man, Nigel. Hey, ik ben bijna bij je plezierauto. Oeh. Ja, dan kom ik naar die garage, man. Even tijd heb, ja, is goed, jongen, dan kom ik eraan. Oei, vlieg. Oh, dat. Nee, je moet varen. Hij rustig, tot zo. Jojojo. Sjaar, ik ga heel even een auto verkopen. Dus ik ben heel even naar Plezierhaven. Oké, is goed. Dus waar zijn jullie zo? Stefan! Tweedehands? Oh, oké. Okay. Dan kom ik daar zo aan. Het gaat gewoon veilig, toch? Bekende, toch aan wie je verkoopt? Ja, is een vriend van mij. Ja, toch? Hij is goed. Hey, yo, tot zo. Yo. Charles op die baseline. Stefan, doe met de 300 daarnaast. Ik ben er weer bij met een hartje. Stefan, what's up, dude? Gast Stefan, welkom bij de fucking stream, maatje. Nou, je zit in mijn bench, jongen. What's up? Denk voor de drip, broer. Super, dankjewel, bro. Ik verstikte hem even. Charles op die baseline. Ja, ik ben benieuwd wanneer ze die gym er weer in gaan knallen, bro. Want, we zeggen dat je kan nu niet sneller rennen. Je loopt echt als een neus, zeg maar. En aangezien we soms met wapens op zak lopen en jij, zeg maar, soms wel eens een sprintje moet trekken of iets. Ja, dan heb je wel gewoon even die conditie nodig. Hè. Die kan je dus helaas totaal niet opbouwen. Romeo, bel me ook. Iedereen bel me weer, jongens. Oh, niet te gelukkig, jong. Alright, ik ga eerst even die auto verkopen, jongen. Ja, deze weg liggen. Je ziet hoe ik deze bochten kan nemen. Dit ding is absurd, ouwe. Jalas op die baseline. Daarom, jongens, deze is underrated, man. Kijk dit dan! Oei, joh, kijk die bochten, gast. Oei, joh, gast, what the fuck? Ja, deze is wel nice. Kijk dan, blijf gewoon plakken aan die grond dan, neef. Ja, hij is alleen, denk ik, niet vier deur persoons, bedoel ik. Maar volgens mij, in het echt kan je natuurlijk gewoon dat achterbankje lekker chillen. Maar volgens mij werkt hij helaas nog niet. Jalas op die baseline.
Op die baseline. Wat gebeurt hier nou dan? Oh nee. Mag Nigel is ook hier ergens of niet? Ik heb alleen geen idee wie Nigel is. Bampy. Gezellig. Hoppa, nice. Even kijken, waar is Nigel? Nou, deze auto blijft wel dik, man. Maar ja, ik gebruik hem gewoon niet zoveel. Scoot. Alright, let's go. Wachten we hier even. Let's go, man. Zie. Kan niet wachten op de gym, bro. Geen conditie inderdaad, man, Redouan. Ja, man, de gym is nodig, man. Ik weet eigenlijk niet eens waarom ze hem eruit hebben gehaald. Kijk hoor. Volgens mij was er een bug met die conditie of zo, man. Heb je de AK al terug? Ik heb nog steeds geen reactie op mijn ticket, man. Dat is echt fucked up. Want ik zeg je eerlijk, ik heb wel die ding nodig, man. Ik stuur hem wel een dikke vette locatie. Oh jee. Je gaat me niet vertellen dat deze kerel het is, hè? Het is in Nigel. Dit is sowieso Nigel. Hé, hey, Nigel, stap in aan de neef. Hier, man, een pak, kom. Hey, wait, you. Hé, wat neef. Ik wist dat jij het was. Meneer. Oh. Opge... Nee, loopt. Oh. Ja, wat is het, meneer? Even kijken. Ik ken die kerel zijn broek ergens van. Volgens mij is dat zo'n broekie. Nice. Ah, even kijken, ja, hoe klinkt 110k voor dit ding? Ja, oh, kom maar. Bochie. Ah, hij is goed, jongen. Kijk eens, 916 is mijn nummertje. Top, top. What? Heb je de intro? Hey, meneer. Ja, man, ik heb de euro. Scoopte die auto. Jorn! Ja, voor 4 ton mag je hem overkomen. 4 ton, jezus. Oh my god! Ik heb de centje, man. What the fuck, ouwe? What? Oei, joh. Zo, Nigel, in mijn hoofd krijg je even tijdens de borden kennen een dono, gek. Tering, al. Ik zing me de tering. Wacht, ik rij even bij jou mee. Ja, dat is voor jou, hoor. Oh my god, Jorn. What the fuck? Dude. Wacht, kan je eerst even wegrijden van deze neus? Ik word helemaal... ja, toch. Wacht, geen seconde, hoor. Heel veel omhoog. Jorn! Holy shit! Jorn Kaspers met een 50 bon. Eén keer de nieuwe top donator staat er gefucking plakt, ouwe. Ja, ja, ja. Ben ik weer goed vanuit Hengelo, maat. Zie je goed groeien, man. God bless you, bro. En doe er wat leuks mee voor Char en jezelf, bro. As always, legends in the making, Jorn. Wat een fucking strijd, man. Hartjes in de chat voor fucking Jorn, ouwe. Jorn Kaspers. Je bent een fucking driller, man. Let's go, maat. Denk maar de support, jongen. Die klapte er ook in, hè? Niet te geloven, joh. Jorn, super dankjewel, bro. Fucking sukkel. Wat gebeurt? Is cool. Kom dan. Oh, wat, hè? Hier, jongen. En wat driller. Wat dacht jij ervan, joh? Ja, pit hem. Ja, deze ja, auto kan hem wel handelen. Kijk, we moeten die enge pit hebben. Oh, dit? Ja, dat wordt een enge pit. Hij gaat slapen. Let op, kussentje klaargelegd. Oeh. Bam! Als een dagoer langs de weg, broer. Nigger. Oh, het is zo één. Ja, net zoals... Nee. Bro. Ja, stop. Je hebt geen vader meer. Stop in. Ja, laten we deze even bij... Ja, kom. Wacht, waar is het gesticht ook weer? Waar staat dat ook weer? Oh ja, daar. Top. Ja, waar staat het adoptiecentrum? Ja, besef, jongen. Ik wil niet lullig zijn, toch? En niet iedereen over één... hè? Hoe zeg je dat? Eén... Bro, ik snap gewoon niet dit ventje, hoe oud ze zijn. 13? Zoiets? 12? Hoe kan je zo al zijn, bro, op die leeftijd, bro? Ik zweer het, joh. Toen ik zo oud was, ik speelde met Lego, bro. En ik had daar alleen maar mijn focus op, bro. Ik zweer het. Oh, nou, het is niet normaal, bro. Alright, nou, genoeg geland ervan. Ik zou hem trouwens nog wel even wegzetten voor de zekerheid, man. Kijk. Wat een... Ah, gemist! ja. Mini kippie! Hey Nigel, it's going very cool met jou. Ik spreek u, man. Je koopt geen zakjes meer aan of wel? Ja, het ding is hier en daar een beetje, maar ik moet even kaken en wat. Ja, op bodycam is dat echt lastig, hè? Peaky Blinders overal en op Ireland. Ja, oké, dat is wel. Vandaar, man. Komt cool, Carol. Hey, ga jij maar even eerst jou te pakken. Is goed, jongen. Ja, maar nu ben ik. Zou ik die Escalade gaan verkopen? Ja, die Escalade. Ik wil wel twijfelen. Ja, hij is niet. Het is eigenlijk hetzelfde soort auto. Maar dan. Die X5 rijdt wel chiller, man. Ja, dus, nee, als ik die Escalade verkoop. En die X7. Ja. Yeah. En. Ik ga even
wit was, hè, dan heb ik die 6x7 binnen. Tjoh, ja, dat is handig! Ja, dat is helemaal goeie. Maar, ja... of zou ik voor een grotere boot gaan, voor meer? Oh. Nou, ja, er nog één. Nou, ik zou toch voor die X6, wat bedoel ik? 6x6 gaan, man. Ja, dat is wel nice. Dank je ook, eerst. Right. Hey Nigel, ik pak even een roze. Ja, pak jij maar eerst. Is goed, jongen. Zo, roze. Ja, kijk deze bak, bro. Is goed. Ga eens naar het logo kijken. Wacht, doe eens die deur open. Kan dat? Ja, dat is Suicide Door. Wacht, laat me eerst even dat logo eruit knallen. Wat is Suicide? Ja, dat is zo noemt dat. Kijk, check dat logo. Kijk. Hier. Bloop. Oeh. Even kijken. Deuren. Als je probeert eruit te trekken, gaat hij... Oh, kijk die. Ja, dat heet een Suicide Door. Zo heet dat. Hoe werkt dat nou? Ik doe wel even dicht, ja. Ja, is goed, Karis. Hé, kerel, ik ga je spreken, man. Succes. Hey, als je die waggy hebt, hè, die 6x6, laat het even weten, hè. Ga ik even, ja. Eens even kijken. Is goed, jongen. Ik denk dat ik je dan opbel omdat ik ergens in de bergen lig of zo. Oh! Ja, komt goed. Oké. Is goed, jongen. Hé, rustig, hè. Yo, mazzel. Meneer Kippie. Even kijken. Adriaan! Oh, Adriaan! We gaan jou zetten, bellen. Even kijken, jongens. Adriaan. We hebben nog steeds geen... uitroepteken voor de kerel gezet? Volgens mij niet. Wacht, dan doen we het gewoon zo. Hoppa. Let's go, boys! Alrighty! Yo, Adriaan! Yo. What's up? Ik heb misschien wel een leuke planning vandaag. Een planning? Nice, vertel. Ja, om 10 uur met de grote bank met broder. Ik weet niet of je dat zin Ja. Samen met die Icona waarschijnlijk ook een paar leden. Oké. Okay. Ja, bro, natuurlijk. Yeah, Char misschien. Oké, en hoe zei je? Hoe laat? 10? 10, ja. Dat is over 1,5 uur, hè, bro. Gaat dan niet iemand anders voor onze neus dat al doen? Dat maakt niet uit. Dan zijn er gewoon 2 vandaag, hè. Oké. Ja, nee, broer. Ik ben in, bro. Grote bank klinkt goed. Kan ik trouwens bij jou even wassen? Klein bedragje, hoor. Ik heb maar 24 kbit op dit moment. Dus ik weet niet hoeveel dat je hebt. Ja, 75. Zoiets. Ah, dat gaat moeilijk gaan. Nee, dan ga ik even kijken hoe en wat. Misschien bij Char of zo dat ik even kan wassen. Dat is een goeie even. Oh, misschien wel. Ah, hij is cool, man, bro. Hey, Adriaan, laat me heel even een wasje draaien, dan hit me up, man, wanneer je ja, wat ga je tussentijd nog doen? Ja, beetje... Ik heb een Rolls Royce gekocht, man. Rolls Royce? Ja, dat man. Dat is toch met die deuren dan anders open gaan, toch? Juist, jij snapt hem, bro. Jij snapt hem. Dat is wel een dikke auto, ja, bro. Je ziet hem weinig. En hij rijdt best wel nice, man. Rolls Hoeveel nice. Heb je betaald? 5 ton. Oha. Ja, het is wel een duur dingetje, ja. Maar ja, ik vind het wel nice. Maar ja, ik heb altijd auto's voor een dag of zo. En daarna verpats ik het weer. Dus ik zie wel even wat ik mee doe. Ja. Ja, ik vind het gewoon een dikke auto. Dus ja, why not, weet je wel? Why not? Ja, inderdaad. Sorry. Heb je anders zin om in de tussentijd even een beetje lopen rippen? Ja, man. Kom in de Rolls Royce rippen dan. Ja, als jij okay. Wacht, pak jij gewoon je X5 dan, bro. Dan gaan we even knallen. Ja, ik heb mijn X5 al uit de kast. Wacht, ik ga eerst even vragen aan Char of zij de wasje kan draaien. Dan kunnen we even in de Porto knallen. Ja, laten we anders meeten. Is beter dan anders. Ja, ik kom daar nu heen. Oké, is goed. Ah, is goed. Yo. Ja, Piek is toch op eiland. Knallen wij hem lekker op het vasteland. Nee, via toch. Kijk waar Lena zich bevindt. Lena! Oké, jongens, even kijken. Is je Lena? Yo! Yo, man. Neef. Hé, hey, Char, waar ben jij? Nog steeds tweedehands? Ik ben bij je eens. Oh, Yankee. Hey, kun jij even wassen voor mij? Wassen? Ja? 70k of zo, van die bank was dat van gisteren. Ja. Of OV. Misschien straks. Oh, wat ben jij aan het doen dan? Voor die domme auto's hier opkeuren. Oh, op de tweedehands. Oké, dan. Mm-hmm. Ja, ik ga zo meteen even met Adriaan rippen, dus ik weet niet of jij mee wilt doen. Ja, kan misschien wel. Oké. Nou, doe jij eerst maar even die waggies, dan ik ben bij ESB-terrein. Moet iemand mesh-zakjes overkopen? Yo. Oké, dan. Hoppakee. Nou, ik was er doe. Niet normaal, bro. Even kijken of iemand anders hier kan wassen. Ja, het is maar 70k, jongens. Maar het is toch weer centen, hè. Je weet toch? Is er niemand hier aanwezig? Wacht, ik ga heel even kijken hoeveel ik echt precies heb. Iets van 76k of zo, toch? Bijna 80, ouwe. M19. Oh ja, die had ik ook. Jongens, wat vinden jullie trouwens voor mijn nieuwe outfit? Hier, is dit ook op hier? Check dit. Bang. Ziet er best wel lijp uit, toch, boys? Voor een dikke vette... Ja, ik weet niet. Gewoon hier. Het lijkt nu alsof ik al een masker op heb, maar het is eigenlijk alleen die bril. Fucking chill. Dat rijmt! Ja, toch! Wat een L? Wat is een L? L Rick? Wat is het dan, jongens? Huh? Voor de Durex-command. Oh!
Ik snap niet hoezo die guy... Die N-word de... Ik snap het ook echt niet, bro. Ik snap gewoon niet dat daar, zeg maar... Kijk, mensen zeggen toch altijd opvoeding van de ouders. Ik denk gewoon dat oprecht... Ouders het onderschatten... Hoe weinig je meekrijgt van je kind deze tijd. Bro, je weet niet wat hij doet op school. Je weet niet, je ziet geen... je kan niet checken wat hij op online blijkbaar dus zegt. Bro, ik denk niet dat zijn ouders nu weten dat hij dat woord heeft geknald, zeg maar, weet je wel. I don't know, man. Het is best wel raar om te beseffen eigenlijk. Dat je... I don't know, dat soort jonge jochies dit al kunnen blaren. Terwijl ze niet het beseffen van... Oké, okay, ja toch. Jongens, je zei zelf het N-woord op stream... Kijk, je kan mij niet gaan blamen dat ik het expres en het beledigend bedoelde. Dat kwam puur omdat ik over fucking rapper Shores en die snack praatte en me versprak. Het is één letter, bro. Één letter. Ik zal nooit met disrespect dat woord knallen. Ik weet dat ik het niet hoor te zeggen. Jongens, dan heb ik daar ook respect voor. Even. Maar ik moet wel even plassen. 1 seconde, jongens. Let's go. Hallo? Yo. Nee? Hallo? 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 Oh jongens, er zit een baardmans in mijn gezicht te blaren. What the fuck? Hey jongens, denk maar de 406 man. Hartjes in de chat man boys, let's go ouwe. What the fuck? Oh shit, hallo? Ik ben een neef, what's up? Hallo. Wie ben jij? Hallo. Hallo? Hallo. Yo. 5 seconden, wacht, even 5 seconden. Wie is deze guy? What the fuck? Oké, dan. Deze er even uitknallen, bang. Is dat deze? Ah, jawel. Ja, hij is topper. Oh, een neef. Hey, wat doe jij hier? Nieuws over een mesje. Oh ja, kut. Even sharp bellen. Yo, man, kom... Even samen rippen dan. Even Char bellen. Hey! Hey Adriaan, kom eens binnen dan. Ja, het open, het open. Even kijken. Char, waarom staat Char hier? Hey! Oh, wat neef. Even kijken, heb waar je is Char? Heb je die nieuwe eilandregels gezien? Ja man, dat is wel hard eigenlijk. Hey Drillen, what the fuck doen jullie allemaal hier? Hey! Kerel! Hey! Hey Dylan, ik heb daarnet misschien een wapen gezien. Hey, die 995 die kan je beter stoppen nu als ik jou was, vriend. Ja, bro. Op donder, bro. Je weet donders goed wat je allemaal al doet. Ja, precies. Weet je van gang? Oké, dan. Ik zag daarnet een Bugatti staan met 2 personen in, al bij rugtasje. Huh? Maskertje op, hier een straat verder. Godsamme. Verdorie, gaan we dat weer krijgen nu al? Hey, Gach! Yo! Kan jij... Hey, gedraag jullie eens, gedraag... What the fuck? Kun je 80 ruggen wassen? Ja. Ah, tof, wacht, pak het even. Wat doet deze gaar? Kijk, pak object. Ik ga mij niet doodmaken, dude. Dat kan jij niet. Bang. Ik ga hem doen. Oh, wat donder is op, boys. Even niet vechten. Deze keer met die blauwe broek. Wat is jouw probleem? Aan de kant. Hij is dood, denk ik. Is hij nu al dood? Drie mes weg. Hoppa, die is neer. Kijk. Wat doet deze kaal allemaal, man? Even kijken. Ja, ik trek jou toch mee, bro. Meelopen. Hup, hup. Meneer. Je wordt meegetrokken, hè? Ik weet het niet. Doe die mes uit je handen. Wat hoor ik allemaal? Meelopen, doorlopen. Hoort u mij, meneer? Ja, bro. Je wordt letterlijk meegetrokken en heeft net iets op je gericht. Hé, Rag, hoor je dat boven? Ik hoor dat als meer kan. Echt? Hé, hey, meeloop jongen, ik heb je toch vastgebonden en meegetrokken, snel tempo. Hé, hey, Duncan ben ik ben er ook weer bij, man, rijd roze hoor, yo! Duncan, ja toch man, tegen de fucking 3 maatje, let's go broer! Haha, yo! Kijken. Hoppa. Bro, wat een chaos hier allemaal. Wat zijn die, 9-16. Let's go. Hey man, what's up, dude? Ja man, je mag 30k nu rippen op eiland. Yes, ik heb de euro. Faya! Kijk, stop man, ik heb het. Goeie shit, man. Goeie shit. Hey, Adria, kom. Kan je even een porto knallen?
Oké, even misschien Ragnar nog SMG calls, want ik heb maar 13 niet meer. Ik zou even vragen aan hem dan. Ik heb zelf nog maar een paar, dus ik heb niet echt veel. Ja, die moet je dan niet wegdoen. Ja, dan moet je even vragen, anders gaat hij zo weer weg nou. Waar is hij? Die met die paarse haren, met die blote voet. Ragnar. Oké, okay, nice. Even kijken, kleding. Pauw. Wie is deze meneer trouwens met de groene trui? Ewa, neef. Boys. Zo dit. Is mooitje. Als jullie niks met de ESB hebben, willen jullie gewoon even naar buiten gaan, dank je. Meer kan jij ook. Ik wist dat... Maar laten we nou niet gewoon twee keer zeggen, pik. Ga nou gewoon even weg. What the fuck? Deze guy ook hier? Oh, wat een chaos, jongen. Wat een chaos, man. Ja, zit je in de ISO? Wat? Wat heb je gedaan dan, Menno? Isolatiecel. Ay, nah, bro. Dat is heel zuur, hè? Gewoon echt 1 bij 1 meter, je kan niks. Gewoon nergens heen kijken. Fucking kut, hè? Nice. Deze guy, bro. Oké, okay, hij gooit nu de poorten 100%. Even kijken. Wacht, ik heb mijn beeld veranderd. Sneeze, nou snap je. Even kijken hoor, of die poorten werkt. Oh, ik heb verkeerd ingetypt, dat dacht ik al. Zo. Oké, top, let's go. Dan gaan we loose. Zo, let's go. Hey, porto check? Dat is goed. Ah, kom, we gaan. Dat is snap. Heb je iets kunnen fixen trouwens? Bro, dit is mijn auto. Niemand heeft iets. Oh, hoeveel calls hebben we nu dan? Ik heb maar 13. Oké, wil je wat van mij overkopen? Als dat ik wil wel kan, dat je iets hebt, zeg maar. Kom. Ja, dat is niet best. Niet dat we opeens in een ambush gaan en dat ik kan schieten. Oké, wacht. Ik pak de 30, maar ik doe wel even mijn sound uit, man. Ja, is goed. Alright. Zo. Snappie, snappie, snap. Sneesna, snappie, 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 snap. Kijk eens. Oké, ik ga je momenteel 20k geven, maar ik geef nog 2k straks. Dat is helemaal goed, joh. We gaan sowieso mensen... Oh, what the fuck. Kijk, jezus, wat deze guy is ook. Heb jij een mission te kopen? Ah, let's go. Jezus, bro, wat een irritant ventje, bro. Het zou je kind maar zijn. Weer Durex shorts. Het blijft gewoon echt de hele tijd terugkomen. Wacht even, Dil. Ik ga even mijn bodycam ook aanzetten. Yo, is cool, bro. Wacht, waar is mijn auto heen? Mijn auto is weg. Wat? Hoe dan? Alle bakjes zijn genakt. Nee, nah. Hey, Mikkel, ga je mee trouwens? Waarheen? Gewoon een beetje, je weet toch, een beetje klooien? Ik kan mee, maar ik heb geen kogels. Oh. Ja, dat is wel kut. Ja, dan ik kan hebben... wel mee als verstijk gewoon met auto. Oké. Heb je Adriaans nummer of niet? Nee. Ja, die Porto, ja, kut, sorry. Maar anders moet je even instappen. In de. Ja, X5. Allee, let's go. Oh. Mirken, je doet dingen voor ik spreek, ja. Je zit op slot. Oké, sneeze. Dylan. Oh, neef. Oh, ik heb een vraagje, hè. Misschien een beetje brutaal, bla bla bla. Is er geen kans dat ik misschien een keer met jullie. Dat ik met jullie mee kan om te gaan chillen of zo? Ja, dan zeg je me wat, bro. Het is altijd dat we met een strikt groepje zijn, hè? Met, waar we een beetje iets mee opgebouwd hebben, zeg maar. Ja, ik weet het. Nee, maar ik kom hier al eventjes en zo. Maar alleen, ding is nou ook op vakantie. Hoe die ook weer Stuiver is ook op vakantie nu. Ja? Ja, en ik ben eigenlijk altijd met Stuiver. Maar omdat ik nou op vakantie was en daar heb ik nou niks meer te doen. Dus ik dacht misschien, jullie gaan misschien wel leuk doen. Ik kan meehelpen. Ik heb daar, dat is mijn auto daar, die blauwe RS7. Ai. Misschien kan ik met jullie mee. Ja, ding is, we zijn nu even een paar zakelijke dingetjes aan het doen. Ja. Dus nu wordt het lastig, bro. Helaas. Ja, en als ik misschien een nummer uitwissel of zo? Op dit moment doe ik dat nog niet, man. Ik heb echt, mijn telefoon is helemaal over de kop geslagen, zeg maar.
Ja, ik snap het. Dus ja, op dit moment wordt het even lastig, misschien man, dat ik een klant of zo, misschien dat ik een klant hoor van jou. Kan ook. Ja, ik neem op dit moment even geen zakjes meer aan, maar inderdaad, als ik weer open ga, dan kan dat. Ik ben sowieso hier gewoon en de rest van de ESB ook altijd hier. Ja. Dus, nee, ja, dat weet ik. Ja, man. Ah, dat komt ik goed, deed eerst altijd bij, ja, ik deed eerst altijd bij Stuiven, maar omdat hij nou weg is. Ja, ja, ja. Ik hoop dat hij snel gaan terug gaat. Gaan de zaken ook niet meer goed. Mm-hmm. Ik sta 30k in de min. 30k in de min? Oh, joh. Ja. Oh, wat een gek, joh. Nou, is goed. Hey, hij komt goed. Dag. Yo. Kan ik maatje instappen? Ja, ja, ja. Kan nu erin. Dat is het. Ik hoop dat iemand van ESB snoepzakjes. Snoepzakjes helaas niet, man. Wel cocaïne. Ja, nee, ik heb net gegeten, dus ik heb nog geen honger, dankjewel. Geef mij maar over een zakje chips. Wat zei jij? Chips? Zak chips woelen. Zeg dat eens even. Hey, mag chips ik nog een zakje chips woelen? Moet je die even afzetten aan de garage? Ja, een kut. Jullie moeten even kogels hebben, man. Ja, het, die kogels niet te geloven. Maar ik denk het niet. Langs gaan als je wilt. Huh? We kunnen wel eens langs Bodder gaan. Zullen we even heen rijden? Wacht, dan ga ik in mijn roze. Dat vind ik leuk. Ah, wacht. Rolls Royce, bro. Oh, let op die McLaren gaan, mijn chef. Ik weet het nu al. Er zit niemand in. Wat, hè? Oh, klein spelen, Waggy. Wat hoor ik, bro? Hé, hey, Mikkel, check die logo. Check die logo. Wacht. Hij doet het niet altijd. Harde de logo, man. Ja, waarom doet hij nou niet? Wat is dit? Ah, is van tweedehands, hè. Sowieso kapot. Kut, sorry. Hè? Hij doet het niet. Ah, ik zei toch klein spelen, maar ik wil ook nog tweedehands. Kan niet waar, weer. Ah, dit Ja, volgens mij heb jij eraan gesleuteld, of niet? Ik ben geen Marokkaan, ik ben Turk. Ah, ik weet niet. Wat is dit, bro? Moet je? Hey, is die... Heb jij iets van die dinges gepakt? Nee, nee, vol. Hey, if you... Mirkan, heb je porto? Wat? Die van lampen... Of die dingen doen er niet. Porto. Kut, joh. Nee, hij is kapot. Hij doet het niet, man. Wat is dit voor gezeik? Reparatie kost... Even kijken. Dure auto. 50.000 hier, 50.000 daar. 1 miljoen hier. Maar wat is dit, ja, dat klopt niet. 1 miljoen en 200k. Dat is reparatie kosten. Wacht, je moet het gewoon zo doen. Wacht, let op. Hoppa, bam, dit gaat wonderen. Ja, dat komt ook bij de reparatie. Nee, logo! Oh mijn god. Hier, kijk, kijk, nu doet hij het wel. Zie je hem? Hier, bloep. Kijk eens, hier, doen we even weer terug. Dat is wel echt hard, kijk. Zo moet je het doen, gewoon op de Nederlandse manier. Nee. Trap ja, geven. Ah, ik pak even Waggy. Yo. Kijk eens, zie je, trappen doen wonder, jongens. Nou, gewoon, als je een neus ziet lopen en die is irritant, gewoon een trap geven. Nee, Dylan, geef jij Porto of Adriaan? Adriaan moet even geven, man. Bodycam ben ik nu. Adriaan, ben je van achteren? Ja? Ja? Hi. Snie, snappie. Heb ik een washandschoentje? Waar gaat ze gaan allebei de andere kant op. Dat is heel slim. Hoor je me? Ga maar niet naar ESB trainen, hoor. Hier toch? Hier, hey, wie is het? Wie is het? Huh? Zitten mensen in de Porto? What the fuck jullie? Hey, what the fuck? Je gaat me niet menen dat jullie een random port hebben gepakt, of wel? Nee. Dat zijn onze leden, dat zijn onze leden. Adriaan, ik wou net iemand geven. Wat hè? Is dit Elmo of niet? Nee, oh, jij klinkt echt als... Oh, Barry, ja! Ja. Jij klinkt echt als Elmo, man. Wat hoor jullie, ja, bro, ik wou hier net rappen. Gelukkig zijn jullie het. Nee, Adriaan, skip hem volledig. Hij zit toch in die grijze team? Adriaan, kom eens terug. Richting Brother gaan. Oh, oké. Hij meer kan volgen, kom. Hele bankje dan. Ah ja, oké. Je moet even de porto aan dingetje geven. Aan Mirkan. In die oranje. We hebben al drie dingen gered, Adria. Ja, ik kan het niet geven, Dylan, aangezien ik ook mijn bankje heb. Oké, ik ga hem wel even appje sturen. Je wacht. Mirkan, ik app jou even. Uit. Ja, jongens, ja, altijd met die even kijken. Boys, succes met de bankje. Ik koop wel misschien later aan. Yo. Hey. Is goed, yo. Oké, top jongens. Ja, ik moet hem even sturen naar Mirkan. Zo kan hij ook in de porten, top. Alright, let's go. Nice, hebben we dat even gefixt. Ewa, neef. Oké, hè? Ja, een beetje gedoetje jongens. Waar is je Bugatti in de garage? Die hebben we nog steeds jongens. Ja, dat blijft wel echt gewoon een zieke, zieke auto van die Bugatti. Ik ben blij dat ik hem nog steeds heb. Dat mag een crash zijn. Cool, hè? Je zou maar bijna crash op Adriaan, neef.
Ja, dat zag ik wel, Adriaan. De verkeerde afslag, hè? Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Gesnapt. Hier, Jaguar, of niet? Oh, die zie je ook nooit. Yo, die Jaguar zie je ook echt nooit verschijnen. Er zit wel iemand in. Leuk. Met een masker op. In die Jag. Ja. Hé, hey, lekker man, Mel. Grote blaffer. Oh, nice, ouwe. Goeie shit. Ja, ik denk hier is niemand aanwezig nu. Zullen we deze maar gewoon rippen? Ja, voor broddertrein lijkt me niet heel verstandig. Nee, inderdaad. Wie is hier? Lekker man, Mel. Gekke. Nou, laat gewoon even een beetje mensen zoeken dan. Ja, oké. Het is gewoon kut van die korrels. Ja. Ja, als kogels dat zou ik sowieso meenemen, maar anders heb ik een wapen zonder kogels. Ja, dat is wel heel mooi. Handje omhoog, schiet iemand op mij. Ja, ja, moet jij gewoon pew pew roepen. Ja. Oh, jullie rijden rechts? Ja, toch? Ja, we zijn rechts. Hé, hey, die Mercy, wie is die Mercy? Dat zijn wij niet. Niet? Nee. Hij zit de hele tijd aan mijn kont, bro. Ja, ik zag die daarnet ook al rondrijden bij SB-terrein. Oké, hij gaat sowieso nu een beetje... Nou, hij is aan het klooien, bro. Fucking hinderlijk. Hij komt een beetje naar Sandy dan. Hij komt weer hier. Ja, toch. Nice. Ja. Oh, sorry. Oh, pitten elkaar. Lekker, boys. Haha. Ja, ik rijd de andere kant op, man. Ik ga even mijn auto wassen. Even repairen. Even kijken. Ja, ik, Rolls Royce moet je schoonhouden, jongens. Die moet onderhouden, man. Let's go. We hebben weer bij elkaar. En Mel, wat's up, dude? We vet stom wilden hem vandaag gebruiken op eiland. Pak ik automatisch shotgun. En we hebben snel weg. Dus nog niet gebruikt. Oh, Mel, oké. Okay. Hè? Wacht, je pakte per ongeluk een shotgun in plaats van de AK. Moet ik het zo zien? Ja, dat is ook wel ziek, man. Ja, kijk dit dan. Het is toch een dikke auto. Ik zweer het, als ik deze niet echt kon rijden, ik had gedaan. Gewoon, ik weet niet, man. Ik vind een Rolls een andere tak van genre. Of hoe zeg je dat? Het is anders dan een supercar, dit. Ik vind dit ook net zo ziek of zo. I don't know. Ik weet niet. Ik vind dit soort auto's heel gaaf zelf. Ik ben nooit echt van de supercars. Niet dat ik het lelijk vind, maar ik voel het nooit heel erg of zo. Tuurlijk, als ik een Lambo zie, dan word ik er ook wel hyper de pieper van. Hey, wat zijn jullie doen? Ik zie Mirkan achter een politieauto. Meneer, kijk, ik weet niet waar jullie zijn. Je weet bij de kruispunt, man. Mercy met die gele bliksem soort van. Ik zie een Loka. Die daar staat, die nu naar rechts gaat. Die zit de hele tijd ons te dreigen met een wapenrecht op je hoofd en zo. En hij zit de hele tijd in mijn buurt te rijden. Zie je dat hij blijft op afstand nu? Oké, okay, wacht. Oh, die A6 is wel nice. Ja. Adriaan. Oh, Gijs, goeiedag. Alles goed? Gijs, Gijs. Met mij ook hoor, dank je. Nice. Bij mij ook hoor, dank je. Nice. Rolls een auto met klasse. Ja, het is gewoon echt. Maar ook qua ja, die, pk's. Die het is ook echt een snelle auto, hè, boys. Laten we eerlijk zijn. Heel dik. Gedrogen met. Ik ga een wapen. Gedrogen. Maar hebben jullie een vuurwapen gezien bij hem of niet? Hé, hey, Jari! We hebben politie achter ons aan, Joop heeft geschoten. Waar ben je? Dat, we kunnen op zich. Kom even Porto 1258. Oké, is goed, is goed. Boys, swap nu even naar de Porto 1258. Char en Joopie hebben geschoten en hebben politie achter zich aan. Kijk. Je hebt de Porto wel luid in. Ja, maar eens, kom. Even, ja, als we daar de hele tijd op moeten letten, word ik ook helemaal gek, man. Porto check. Yo, we zijn er. Rijden nu richting ESB-huis. Ja. Ah, wij komen eraan. Onderweg. Er komt ook een A6. Ja. Oh, beeld. A6 gaat ook die kant op. Shit. Strijd aan neef. Die Rolls rijdt echt clean, man. What the fuck? Oké, waar rijden jullie? B-huis. Nog steeds daar? Oké, die A6 zit nog steeds nu voorbij, naar beneden. Ik ga naar rechts. Ah, kut. Ja, we moeten zien naar wij gedachten volgen. Ah, wij zitten echt in een kutauto, dat wel. Oké, we komen jullie helpen. Oké. Ik ga naar rechts. Ik kan wel die agent onder schot houden en zeggen dat ze moeten afkoppelen. Jezus, man. Ik ga niet denken. Drie auto's en één motoren. Ah, dat koppelt ook aan nu. Ja, we komen eraan. Waar rijden jullie heen? De lul. Loka? Bijna. Stuurlocatie. Nu door richting, hoe heet dat? Ja, gewoon richting boven bij SB-terrein, of niet? Ik zie een pool ook daarin gaan. Grote bank, ik en de lul kunnen zetten voor je aan de grote bank.
Nee, ze zijn al gecashed waarschijnlijk. Sjaak, kan je lokaal? Nee, we zijn er nog. Hai, stuur locatie. Niet redden, we gaan het niet redden. Stuur locatie. Ik weet niet waar ze zijn. Ik op zo'n berg, Sjaak? Ja, bij ik ben er bijna, Die theaterding, of hoe noem je het? Ja, ik ben er bijna. Ja, ik weet het. Richting La Fuente Blanca, toch, aan die theater? Ja, ze gaan naar beneden richting, hoe zeg je dat? Richting de snelweg. Casino. Jezus Christus. Proberen weg grote bank, redden jullie dat? Ja. Adria, ga daarheen. Goed, ik ga daarheen. Jezus, heel veel politie. Janken. Ja? Wacht, ik ben nog niet in positie. Ja, ik zie jullie achter mij rijden. Oké, ik ga ergens verderop staan. Waar rijden jullie heen? En stoppen. Hoi, joh, kijk die Kate. Oppassen, achter jullie komt ook politie. What the fuck, Pip? Wordt aan het hulp, hulp. Ja, dit wordt echt een mijverstein. Adriaan is volgens mij dood. Gesnel. Oké, rij daar naar links. Wij kunnen niks. Gecrashed? Allebei de... Zieke kip. Ik kan pick-up gooien met de rolls. Ik heb politie achteraan. Joopie en Charles opgepakt. Ik heb politie achter me aan, Waar ben jij? Ik rij naar boven, Villa Wijk. Kan je, weet je waar die ding is? Is die garage? Maar volgens mij, wacht wel. Takilia garage. Kom daarin, ik ga proberen om... die politie weg te halen. Ik rijd richting Piki, man. Ah, die pistool is zo kut van veraf, bro. Ah, Char en dingen zijn gepakt, hè. We moeten even snel hun bevrijden, man. Kan jij alsjeblieft de Porto Olive aan neef? Je bent cringe, bro. Stop. Ik zweer het, echt. Kan iemand mij pick-up geven bij Lombank Garage? Ja, ik moet even een auto switch gooien, man. Wacht, ik pak even Bampy. Ik ga gewoon schieten op die politie. Kut, ik krijg verkeerd. Ik ga er alvast heen, ja? Ja. Wacht, jij hebt geen kogels. Kut. Ja. Ah, niemand kan schieten, bro. Is Adriaan nog in de porto? Ik weet niet waar Adriaan is. Wacht, was jij dat, Adriaan? Dat was waarschijnlijk niet in de kutscreen. Ah, nee, bro. Misschien moet een porto switch gooien, zo, man. Ja, dat moet sowieso. Oké, blijf nog even hier. Wacht, ik ga naar een andere locatie, man. Ik fix het zelf. In verband met die porto nu. Godverdomme, ouwe. Hij geen locatie meer sturen, man. Ik kan ook... moet ik naar jou sturen? Nee, geen... Ja, niet meer in de porto praten nu. Met de locatie. Op telefoon stuur ik locatie. Ja, is cool, cool. Ik rijd daar even in als ik... Wat gaan we doen, Maar wat moet ik doen? Gewoon een pick-up geven of beuken? Ja, we moeten Char zien te bevrijden, man. Oh, dat kan ik sowieso, dan ga ik met Heden gewoon op gevangenis landen. Ja, kijk die korte, man. Ja, maar bro, dat mogen ze eigenlijk niet eens gebruiken. Ja, maar dat... ja, hoezo niet? Oh, oké, als ze het zo achter zijn gekomen, dan wel. Oh, die telefoon, daar word ik ook helemaal moe van. Oké, ik ga de poort uit. Yo. Yo, stuur me. Ja. Oh, kut. Oh, ik ben zo niet... Ik ben de porto gewend. Even Sharp proberen te zeggen. Right. Hey, Ed, jongen. What's up, dude? Hey, ik rijd een Bugatti. Pure Sport. Ik rij even richting de plaats delict. Weet je waar het is? Plaats delict, waar de... Boven... Ja, precies. Ja. Daar moet even heen, man. Want we moeten ze even bevrijden of schieten of iets van afleiding zorgen. Kijken of ze kunnen meenemen. Ja,
gaat moeilijk. Sowieso je dingen al afgepakt. Je weet wel zijn wapen. Ja. Als ze reden een golf. Ik denk snel keypad hackers halen van eiland. Ja. Yeah. Software dingen maken en naar uit gevangenis bevrijden. Zullen we dat doen? Want ze moeten wel even eruit gehaald worden, man, voor de bodycam. Heb jij ooit gehackt? Nee, man. Ja, ik wel, maar je mag het wel proberen. Ja, ik heb het nog nooit gedaan, man. Ik zeg je eerlijk. Je kan het sowieso proberen bij die dingen. Dan kan je gewoon oefenen. Heel snel. Wat is het voor een dingetje? Is het een spel of iets? Ja, ga naar de telefoonwinkel, hè. Yeah. Ik stuur jou even porten, dus... Wacht, ik ga eerst even kijken of ik nog iets kan doen hier, man. Ja, zo, kijk dat even. Ik ga vast die hackshit erin. Yo, school, yo. Oh, nou, alles al weg? Wat, zo snel? Hoe dan zo snel, bro? Jezus, gast. Hoe kan dat al zo snel opgelost zijn? Dat iedereen... Nice. Hoe dan, boys? Ik heb 1 kogel gelost of zo. Ik ben weggereden, autoswap en iedereen zo... Wat? Jezus, gast. Dat is echt te snel gaan. Oké, we moeten zo meteen hack, jongens. Omdat je op hun schoot. Ja, dat kan natuurlijk ook. Ja, ik dacht, ik doe tenminste iets voor afleiding. Misschien kan nog een van hun wegrennen of zo, weet je wel. Maar... I don't know. Zeik, man. Kutzooi. Ik ga toch even bij HB kijken. Je weet toch? Ik weet ook niet waar Adriaan is, man. Ik heb het gevoel dat hij geschoten is, jongens. Oh. HB. Even gluren, jongens. Zal ik hem hostage nemen, jongens? Zal ik hem hostage nemen? Wacht, ik wil eerst kijken of Shai hier zit. Geel lampje, ja toch? Geen repair kitje bij me. Ja, die zit hier. Shai zit hier. Zou je dat doen? Je weet wat er gebeurde in het ziekenhuis. Ja, daarom. Ik weet niet, man. Ik zie deze hier. Ayna. Fuck it. Kut, ik heb wel die outfit aan, hè? Zo. Brilletje af. Zo, broekje uit. Hoppa. Ik doe alsof ik een fangirl was. Of ben. We gaan het aan de... We gaan het vragen. Oh, er is fucking veel... Oh nee, deze is er ook. Brug. En deze hier. Oh, dat is heel veel. Yo! Hey. Yo. Hey, er is ook deze hier. Zou ik een porto maken? Ja, zou ik een agent TA nemen? Je kan dat ook doen. Zo kan je ook mensen uitbreiden, ja. Ik heb namelijk hier een deze hier rondlopen. Ja, maar bro, je weet hoe die zijn. Die zijn nog gevaarlijker. Als ik hem TH neem, niet. Ja, oké. Okay. Maar ja, dan... Ik zou het niet doen, En deze hier niet. Oh, die gaat nu de stad uit. Oké. Okay. Wacht, ik zie hier een hoge pief. Wacht even. Ah, ik ga het proberen. Meneer? Yo, man. Hey, oh, gaat u weg? Nee, ik wil best wel even een gesprekje met jou aan. Ik ben van een modebureau. En ja? Ik was op zoek naar een blonde dame. Daar had ik een afspraak mee voor een blad. Voor een fotoshoot. Ik ben wel blond, maar ik ben geen dame. Nee, ik zie het daar. De laatste keer dat ik checkte, was ik geen dame. Aight, ja, heeft u iemand gezien die is binnengebracht met blonde haren? Geen idee. Oh, want dat wil ik wel even checken eigenlijk. Nou,
Je mag je handen omhoog doen, vriend. Handen. Meekomen. Ai, ai, ai. Ik zie daar een collega van je staan. Als die maar niet gaat schieten, dan ben je de lul, vriend. Ai, deur openmaken. We gaan even naar binnen. Wil je dat ik zachter weer dicht doe of wil je dat ik ze open laat? Ik laat die deur maar open. Je collega heeft sowieso die sleutel ook daarvan. Ai, kerel, weet je wat we gaan doen? Nou, wat is de deur dat is? Wat is jouw naam, meneer met de kurkharen? Nou, jij kent me wel. Ik was ook de oude ambulancier die u geholpen heeft toen. Met die gekke pilletjes was ik. Oh, jij was... Oh, die meneer. Oh, Bart. Hey, Bart, hoe is het dan verder? Nou, het ging heel goed totdat jij dit... Ben ik. Hai, kerel. Wij gaan eens even naar de cellen beneden. Ik wil dat je alle deuren voor mij gewoon open gaat doen. Dan moet je wel met de trap met mij, hè? En ik ben heel dik. Ja, dat komt goed. Ik neem je gewoon mee. Collega, check nee, hier, niet hierheen. Achter je moet je. Oh, wacht, ik word gebeld. Collega, wacht. Ik moet heel even iemand bellen. Hou jij de boel in de gaten? Kut, dit meen je toch niet? Even kijken. Bart, gewoon stil zijn jij. Hier, volg mij. Ja, toch? Hier moet je heen. Wacht, collega, 1 seconde. Ah, shit. Oké, ik krijg een belletje van degene die ik zoek. Maar die hangt op. Oké, we gaan weer naar beneden. Hierheen? Je moet hier, ja, daar. Oké, waarom kan ik niet op de je moet even vertellen of de deur dicht op boven is. Hij is dicht. Waar is hij nu open als het goed is? Even kijken. Is nee, nog steeds dicht. Waarom kan ik... Ik zie überhaupt geen slot erop. Nee, laat hem even doorlopen. Even wacht. Kijken. Oh. Is er geen andere trappengang deur? Ja, hier rechtdoor. Nee, ja daar. Nee, je moet recht. Ja, daar. Ik kan niet op whisper. Wat is dit, bro? En dan ga ik kijken of ik deze open kan doen. Aha. Ik kan niks open doen, man. Je moet hem eerst loslaten, denk ik. Okay, maar dan wel fictief vast. Fictief vast. Ja, dat vind ik niet erg. Ah, top. Dan ga ik wel met mijn handen omhoog lopen, Ja. Maar op het laatst moet je hem wel weer in TH pakken. Ik kan dus er niet. Ik loop een beetje heel maf. Ik kan niet op. Nou, ik sta wel op schreeuw. Kijk, kerel, doorlopen. Geen gekke shit. Nee, je kan hier niet op schreeuw. Hier is de trappen, meneer. Meneer, oké. Ja. Gaan we hierheen? Gaan we naar beneden? Je mag deze trouwens wel even op slot doen. Deze op slot? Ja, ik voel dat deze even op slot moet. Yes. Dan top. Gaan we die op slot doen. Dankjewel. Ah, let's go. Waarom neemt Char. Oh, janken. Ik zou meteen ren ik weg. Heel naar beneden. Even de lift pakken hoor. Nee, we wandelen is goed. Oké, kerel, wacht even voor door die deur gaan. Ja, hier zijn nog 4 deuren, dus dan moet je hem elke keer loslaten. Oh, oké, dus is goed. Oké, loop maar voorzichtig. Ik ga wel schreeuwen dat ze niet moeten schieten. Juist, precies. Oh, die. Ja, wil je die open dicht? Doe deze maar open. Open. Ja. Waar is Char, bro? Pak hem op TA, pak hem. Ja. Deze open. Geen gezeik. Ja, deze gaat open dan. En richt op die andere, Doe maar. Ja. Hé, hey, politie! Handen omhoog! Hey, je staat hier niet op schreeuwen, dus je moet echt naar hem toe lopen, anders hoort hij. Handen omhoog, meneer de agent, handen. Wow. Ja, die andere tegen de muur aan met je gezicht. Je maakt haar nu open. Rustig aan. Openmaken, bro. Leg dat wapen. Niks ervan. Ja, cel openmaken. Leg dat wapen gewoon neer en niks dan komt alles ervan. Goed. Nee. Collega, moet ik hem vastbinden? Ja, bind die andere ook vast. Oké, gooi die cel open. Ja. Even kijken. Ja, hoe kan ik de cel erop maken als je maar vastbindt? Ik pak wel die sleutels af, hoor. Alright. Ja. Top. Oh, nice. Hey, meneer Bartje, gooi eens even deze cel erop. Ja, is je open? Nee, je hebt een vastbommel, toch? Nou, dan moet je maar weer even, als je maar weer uit die goede ding daar houdt. Zijn ook nog 2, Dylan. Daar zijn ook nog 2 aan die andere cel. Ik ga andere maar cel even zijn er ook nog eruit halen. Mevrouw, zijn we mag eruit. Oké, hier komen Bart. Bart, even hier komen. Topper. Oké. Er gaat, jullie zijn vastgebonden. Waar is onze andere collega? Hey, kerel. Die kan ik geen wel brengen meer. Voor u. Maar laat mij dan wel los. Ja, je blijft eerst nog even vastzitten, vriend. Hey, staan blijven. Ja, jij bent gewoon vastgebonden, neef. Oh, shit. Gelukkig. Hij kan niet... Staan blijven! Ik ga achter deze agent staan. Oké. Hey, even blijven staan, neef, hier voor mij. Opstaan, juist, zo blijven, vriend. Nou, nice. Rustig aan, hè? Oké, collega, we moeten hier... Ik kan hier niet schreeuwen, dat is helemaal kut. We gaan lopen. Sir, je gaat hier sowieso spijt van krijgen, dat je dat weet. Collega, kan je deze kerel mee... kan je hem meenemen? Hey, staan blijven. Dylan, boy, sta voor deze gozer. Sta voor hem, dat ze hem niet kunnen shooten, kom. Ja. Sta voor hem.
Hij heeft achter. Ik sta achter. Dan ga naar achteren. Nee, je moet. Ga de kooi naar binnen. Hey, hier komen. Allemaal aansluiten bij daar. Bij die Daisy agent. Jullie alle twee. Jij ook, dan meekomen. Ook naar die deur waar die Daisy staat. Ik kan niet schreeuwen. Oppas, hij recht. Ja. Hey, kerel. Leg dat wapen weg en ga niet zelf jezelf opsluiten. Leg die wapen weg. Ik kan niet schreeuwen, dat is zo kut, bro. Oké, via waar, Bartje, kunnen we het beste dit gebouw verlaten? Nou, ik wil gewoon levens weg, dus we gaan gewoon rechtdoor nu. Nee. Ja. Oh, dan gaan we hier eruit. Dan gaan we hier weer rechts. Wacht, ik kan niet schreeuwen hier, dat is zo irritant. Oké, wacht, zal ik even... Als je mij in de porter laat praten, ga ik zeggen wat we moeten weten. Want dat is een beetje stom. Ah, ik heb het gevoel dat hij deze hier gaat schieten namelijk, dus... Ja, daarom, dat gaat hij. Iedereen voor mij... We kunnen dit... Moet ik even loslaten, dan zeg ik dat ik fictief nog in TH ben, anders werken die sleutels niet. Zet dat even boven je hoofd, voor de zekerheid. Nee, ik zeg dat in de porto zo. Oké. Deze kerel ook? Ja, dat kan toch net zo goed deze andere kerel zeggen? Even voor jullie, ik ben fictief nog in TH, Daisy. Want anders krijg ik die deur niet open voor ze. Collega, kijk even die kerels. Ja, top. All right, let's go. Oké, doe die deur achter je dicht. Doe die deur achter me dicht. All right, let's go. All right, deze open gooien. Dan moet je me weer loslaten, bro. Oh, weer loslaten? Oké. Ik heb gezegd dat ik fictief nog bij jullie ben. Ja, oké. Nou niet met allemaal. Hou hem TH, nee. Ja, dat kan niet. Hij moet gelassen. Ik ga deze deur dichtlassen. Oké, lopen. Ik kan hem ook gewoon dicht doen. Zo. Ja, maar ik las hem dicht. Dat kan niet helemaal. Zal ik die deze hier knallen of niet? Ik weet het niet, jongens. Oh, ik heb het gevoel dat we echt de lul zijn. Hey! Oh, deze is voor de zekerheid, man. Voor de zekerheid, jullie eerst. Ja, ga maar. Deuren zijn nog open, hè? Hey, wapenzakken, vriend, of deze kerel gaat plat gewoon. Ik zweer het. Wapenzakken. Hier links moet je. Ja, ik kan niet lopen. Ja, daar bij me. Jezus, wat een gezeik. Weer links, ja. Ja. Ik blijf achter je aanlopen, zodat hij geen clear shot op jou heeft. Wat? Open doen. Hey, wat? Dit is helemaal drama. Waarom doet hij hem tegen? Hij moet gewoon openen. Hey, moet hij motoragenten, dit loopt helemaal in de soep. Ik wil dat jij gewoon even meeluistert en dat wapen wegzet. Hey, je moet dat wapen weg doen, man. Ik bedoel, deze kerel knal ik gewoon dwars door zijn neus heen. Ja. Juist. Ja, genomen op bij A's op deze zien. Oké, kerel. Oké. Nee, deze weten, kunt u toch hun... Right. We gaan even lopen. Collega, Punky. Je mag hier blijven staan. Jij mag even niet blijven heel staan. Heel onveilig. Die deur gaat open. Nee, je mag hier gewoon blijven staan. Ik knal deze kerel nu dood. Als je niet die deur opengooit. Dat zou ik niet doen, dan ben jij ook dood. Ik knal hem, bro. Ik heb gewoon echt scheid. Ik knal deze kerel helemaal plat gewoon. Bart, vertel het je collega. Dat hij nu zijn wapen moet laten zakken. Of ik schiet je dwars door je mooie haren heen, vriend. Help. Wij gaan nu naar buiten. Blijf gewoon hier wachten. Niks daarvan. Ik ga nu naar buiten. Je hebt 3 tellen. Blijf staan. 3 tellen of ik schiet deze guy door zijn panfluit. Dat zou ik niet doen. Oh, Jezus. Hé, hey, joh. Help. Oh. Ja, ik moest wel. Hij ging schieten. Hij had echt scheid. Oh, die Daisy werkt ook niet mee, hè. Ik heb die motoragent in plaats van die kut Daisy hier. Oh. Nee, joh. Nee. Ik had hem bij... Oh, kijk, die keet dat buitengast. Ik heb niks mee te maken, meneer. Nee, meneer. Oh. Naar binnen toe. Oh, nee, bro. Oh, jammer. Oh, er wordt buiten ook geschoten. Kijk dit dan. Ik moest wel. Shit, ouwe. AK's buiten. Oh. AK's buiten? Zijn dan blijven staan hier met z'n handen omhoog. Oh, joh. Moet allemaal tegen de muur aan gaan staan. Ja, dat is pech. Pistool weg. Oh. Positief. Ja. Kijk, het ding is... Oh, dan gaat Char weer in de boeien. Wat een neusactie. Ja, dat is wel jammer, man. Ah, jammer, GG. Was wel echt leuk. Ja, was wel ziek, hè? Ja, kijk, ik zeg je eerlijk, ik wil niet lullig zijn. Ja, ik weet niet. Ik vind het altijd weer zo kut om dan weer een maar te gooien. Maar dat die Daisy opeens door die deur sprint, voor ons uit. I don't know, man. Maar ja, boeien, het zal wel. Ik heb geschoten. Helaas, pindakaas, heb ik de motoragent dood die daar ligt. In plaats van de Daisy hier. Dat was mijn doel uiteindelijk. Te bevrijden, maar... Helaas, pindakaas. Cool. Ik weet niet, ik heb die politieagent, die motor heel lang... Ja, dat vind ik nou weer lucht! Die motoragent ligt daar nu dood, jongens! Ik moet even iets afstand houden en wachten tot er meer... Ja,
Dylan, had je die TH nam zijn wapens afgenomen? Ja, nee. Nee, ik was gewoon vooral gefocust om naar binnen te komen. Want hoe zeg je dat? Ik wist hoe langer het duurde, hoe meer politie er was. Dus ik ging gewoon naar binnen, fuck it. We hadden Char wel uit de cel, we hadden Jopie ook. Helaas, is er meer dan dood? Zijn is uitgeschakeld, helaas één collega overleden. Oh, ik heb die collega geraakt. Helaas jongens, helaas. Je mag niet, nee, die KO slaan mag niet. Maar Meerkan... Nee, deze die mag met witte broek mag ook aan. Hoe heet dat? Meerkan die begon te mappen. Dus ik dacht van ja, die DC gaat schieten. Ja, dan denk ik van ja, als Meerkan plat gaat, gaat hij... Ja, even lullig zeggen. Ik wist al indirect het gevoel... Ik had het gevoel... Ik ga hier niet chill wegkomen. Dat had ik al. Dus ik dacht, oké, okay, stel ik kan hem nu knallen, weet je wel. Dat zou dik zijn, man. Dat zou dik zijn. Maar ja, helaas wel. Helaas. Geen in zijn onderbroek. Dat was geen met de wapen. Met de onderbroek. Ik vind het dan jammer, weet je wel. Kijk, Char is live. Ik wil haar stream redden. Het is gewoon jammer dat we... Ja, je moet zo... Nee, er was één persoon die ik zoveel deuren door en zo. Niet oh. Meerdere personen. Tuurlijk, we hebben ook nog een hartslag. Ja, toch? Ja, man. Ja, dat kan wel. Nu heb je alleen nog de P90. Ja, man. Tango down, jongens. Wat? Ik heb hier Dylan ASB. Die is uitgeschakeld met het vuurwapen. Geraakt in mijn nek. Oh, dik. Ik ben ook geraakt als een headshot gewoon. Nog niet. Tvol. Headshot, bro. Of neckshot. Je had er wel in gedaan. Ja, maar ja. Kijk, het boeit me echt totaal niet of ik schiet of iets. Ik wil gewoon Char uit de cel hebben, zodat zij niet een heel... Hoe zeg je dat? Dat Char niet de hele dag in de fucking cel zit, man. Ja, man. Het is gewoon jammer. Kijk, het ding is, die DC kruipt dan voor via die deur. Ja, dan denk ik van, ja... Maak het ook een beetje mogelijk om hier weg te komen. Ik heb één pistool. Kijk wat hier binnen staat, gast. Oh, shit, ouwe. Ja, man. Nee, kijk, als ik met meneer Bartje... Hoe zeg je dat? Naar buiten ging lopen. Dat ging al niet. Dat was dus al onmogelijk, want... Meneer de DC vond dat niet heel erg bepaald tof. Ja, weet je wat mijn plan was? Ik zal mijn plan even uitleggen, jongens. Dan weten jullie wat eigenlijk de bedoeling was. Ik wilde met die politieagent, met Bart, wilde ik naar mijn auto lopen. En dan wilde ik Jopie en Char in die auto laten wegrijden. Dat is in mijn auto. Waarom heb ik opeens... Oh, dat is Meerkan. Ik denk al, mijn hartslag. Maar ja... Omdat je dan... Ja, het was gewoon kut, man. Het was gewoon kut, helaas. Nou, het is helaas wel gegaan, dus... Kijk, ik vind het gewoon jammer dat Char nu vast zit, toch? Ik bedoel, hoe lang ben ik live? Een uurtje. En zij is ook misschien ietsjes korter live. Ja, dan moet ze nu in die cel zitten, weet je wel. Ja, het is gewoon jammer. Ik dacht van, fuck it, we gaan het gewoon doen, boys. Fuck it. Ja, man. GG. We hebben, ja, helaas, de verkeerde agent gaat dan dood. Als die DC als eerste down ging, dat was top geweest, man. Maar ja, helaas, binnenkaas. Ik moet nog 10 minuutjes wachten, jongens. We zijn zo, ik moet wel flink nodig zeiken, dus gaan we dat even doen. Even een plaspauze, jongens. Let's go. Ze kwamen er beneden uit, helemaal beneden. Gingen er, bij -3 gingen ze erin. Ja. Maar ik denk dat ze via het trappenhuis dan naar beneden zijn gelopen. Nee, er kan nog geen ampie komen. Ik heb in ieder geval eenmaal, ik heb eenmaal... Het is dan weer jammer, hè, jongens, dat ik toch net niet die... Het zit me niet lekker dat ik die DSG niet in zijn benen raakt of zo. Dat zou zo chill zijn geweest. Want die motoragent, die schrok zich dood. Die was er totaal niet op gefocust dat ik ging schieten. Die DSG wel. En ik had eigenlijk... Het had net andersom moeten zijn. Want die motoragent, ja... Ja, die wapens van DSG zijn ook sterk, jongen. Niet te geloven, man. Waar span je als je dood bent? Bij het ziekenhuis, man. Bij het ziekenhuis. Dat is gewoon jammer, man. Als het een combat agent was, zou die Dylan dood zijn geweest voordat hij überhaupt bij de deur kwam. Ja, dat wel. Het is gewoon jammer dat het... Ja, kijk, het boeit me niet zoveel die wapens meer, ik zeg je eerlijk. Ik vind het gewoon leuk om ze te gebruiken. Ja, dit was gewoon weer een actiestukje, daarvan gewoon lachen. Dus gewoon, ik vind het gewoon jammer dat ik Shiny heb kunnen bevrijden, man. Dat is wel kut, oprecht. Dat vind ik jammer. Dat was het doel geweest, man. Mhm. Bugatti in beslag? Nee, joh. Hoezo?
Ja, kentekencheck. Ja, ik bedoel, ik ben toch dood gegaan. Dingen on safety. Daan, ding voor de fucking euromaatje, let's go. Reetzie. Staat hem KO, je voelt de klap toch? Ja, het ding is, het is power gaming actie eigenlijk. Je kan niet in één klap, ja, het is een beetje lastig. Want inderdaad, ja, het is een beetje een rare situatie. Laten we daarop houden. Ja, er gebeurde van alles. Ja, ik weet niet, heel groot is man, helaas pindakaas. Maar het is, kijk, het ding is, die Daisy begon gelijk te maaien, weet je wel. Ja, en ik dacht, ik ben sowieso de volgende. Als die hier al om gaat maaien, ja, dan ben ik ook de lul. Mikkel moest zijn wapen afpakken. Ja, is ook een power gaming dingetje, jongens. Ja, dat kan niet zomaar. Ja, maar ja, helaas. Het is zo gegaan, man. Maar ik hoop niet dat Char... Ik hoop dat Char niet lang zit. Dat zou top zijn, man. Jammer voor je gun. It is what it is, boys. It is what it is. Ja, ik hoop dat Char gewoon een kwartiertje max moet zitten of zo. En dan weer chill is. Iemand X5 te koop. Wat nou als ik mijn X5 koop en weer een nieuw wapen haal? Zullen we dat doen, jongens? Ja, dit is dan weer jammer, hè, jongens. Kijk, als ik die AKM had gehad nu, had ik... ik ben toch doodverklaard, of ben ik nou kaal? Mag ik al respawnen? Ik weet het niet eens. Ik weet niet. Stel, ik had die AKM nu, had ik nu die P90 opgeschoten. Of we gaan hem alsnog gewoon opschieten, jongens. P90 verkopen en 2 berettes kopen. Dat is niet eens een heel slecht idee, bro. Zullen we dat doen? Dat klinkt eigenlijk best wel nice. Als je AKM had... Ja, maar... Kijk, weet je wat ding is? Als ik die AKM had, had ik niemand TH kunnen nemen, hè? Dus ja, man. Dus ja. Nee, volgens mij moet ik nog... doodverklaard worden of zo, man. Nee, mag nog niet, oké. Okay. Of nee, wat? Niet de P90 verkopen? Ik denk dat P90 houden, je hebt hem nog niet gebruikt. Klopt, alleen hij is wel 1,3 mil. Ja, dat zijn letterlijk 2 pistols. Plus nog, we hebben nog 5 ton afgerond. Of Beretta en een Uzi. Hoe duur is een Scorp? Scorp vind ik heel nice. Alleen die is ook bijna niet, man. Dan maak ik report, want ze doen gewoon... NFL. Ja. I don't know, man. Dit is, kijk, Daisy in het echt, hè, moet gewoon... op zich, die agent handelde niet slecht of zo, hè, jongens. Maar het was meer dat voordringen bij die deur vond ik raar. Ik vond het ook raar dat ze heel snel... Dat stukje vond ik gewoon jammer. Ook die motoragent, dat ze heel dicht op de situatie gingen lopen steeds. Weet je wel? Naast ons liepen. Als ik wil lopen, dan sta ik met mijn rug automatisch gericht naar de politie steeds. Dus ik moet de hele tijd zo omdraaien, half, weer loslaten. Het was helemaal gezeik. Maar ja, ik vind het een beetje onrealistisch dat de agenten echt gewoon naast ons liepen of zo. Ja, ik wil niet lullig zijn, maar in het echt ga je ook niet... Hè? Ja, I don't know. Ja, ik weet dus niet of ik mag respawnen. Ik weet het niet. P90 verkopen en dan de AKM. Ik ga hopen op die ticket, man. Dat is echt, dat zou echt top zijn. Helaas, ik heb nog steeds geen reactie erop. Want ik wil echt eigenlijk die AK weer terug hebben. Bro, dat is... Zeg je eerlijk, die AKM is gewoon scope, suppressor, 170 kogels. En de AK zelf is gewoon 2 miljoen, wat gewoon is gegaan. 2 miljoen, bro. Nee, verkoop een auto. Ja, ik zit even te denken. Want we hebben de Bugatti. Ik heb dan geen off-road auto meer. Motor wel. Even nadenken, jongens. Die is hier voor je ziekenhuis. Ja, maar ik ben dood. Ik weet niet of ik nou mag. Ik ga even vragen. Ik weet het niet, man. Hè? Dit zijn awkward dingetjes, jongen. Ik weet dus niet of ik nu nog respannen. Aangezien mijn wapen in beslag is genomen. Ik... dood ben gegaan of zo. Half. Nu sowieso, want ik heb geen zorg meer gekregen. Ja, ik ben sowieso bro. Nou, nah, ik vind het goed. Ik ben gewoon echt gewoon dood. Altijd. Daar, let's go! Maar vergeet niet, bro. Hey! Yo, Dylan, wanneer is je surf klaar? Daan, thanks voor de 2 euro super, bro. Weet ik niet, man. We zijn heel erg ons best aan het doen om zo snel mogelijk klaar te zijn. Alleen het duurt gewoon even. Het is, we zijn wel heel goed bezig. Daar ga ik eerlijk met jullie zijn. Dus kan deze rij, of niet? Ah, dat is dan weer jammer. Shit, sorry. Ik heb die dingen op safety. Dus ja, man. Hey, Daan, zo is het tegen de tweede super. Helemaal een neef. Lift nodig, meneer. Yo, man. Kun je me bij de garage afzetten? Ja, kom maar. Ah, stap op, stap op. Wat is je idee? Nee, je... Lijp. Top, man. Hey, thanks voor de lift, bro. What the hell? Hoe is dat lekker? Hey, rustig, bro. Dag, yo. Wat een strade. Meneer, voordat u gaat, een nieuw voertuig pakt. Deze man verkoopt foefoe, man.
Wie? Oh, ik! Wat is Fofo? Nee, dat klinkt heel raar. Die groene cirkel daar of zo. Waar je. Ja. Hey, meneer! Verkoopt u Fofo? Broer, wat is Fofo? Dat klinkt als. Ik kan Fofo, een Fofo. Fofo, Ooga Booga Fofo's Life. Nice. Oh, dat. Meneer, er zit een kok in mijn mond. Ik kan even niet. Ik bedoel, er zit een stok in mijn mond. Oh, verkeerde spier. Oh, nee, sorry, dat ging echt per ongeluk. Dylan Hagens. Nee, we meppen hem helemaal dood, die homo. Waar is die? Nah, oh, joh. Hij is weg, wat een poesie. Pak hem! Hey, meneer! U disrespecteert het Fofofonds. Als jij respecteert volgende keer in één keer uit kan spreken, ga ik naar je luisteren, kerel. En wat respecteert. Nee. Wil je geld hebben? Nee, man, je bent net in de stad. Dat kan helemaal niet, bro. Huh? Je bent nog geen 12 uur in de stad, neef. Ja, ik wil je geld geven. Oh, kut, dit is Dylan. Yo, had ik nog niet eens door, jongen. Nee, geld, bro. Nee, dat kan helaas niet, bro. Maar thanks, bro. Ga gewoon door, man. Je zet fanboys bij. Ik was heel. Oké dan, nice. Ja toch. Ik heb die standaard dingen op safety. Ja, ik ga even mijn P90 verkopen, jongens. Ik weet niet. Ik heb liever meer wapens dan één dik wapen. En ik heb nog dit, zeg maar, zitten op de AK. Ik weet niet, man. Als ik die AK sowieso... Stel je voor. Oké, let op. We krijgen de AK terug. Dan zou ik sowieso ook de P90 verkopen, man. Ik zeg je eerlijk. Ja, man. Ik heb die standaard dingen op safety. Oh, ja, ja. Allee, we gaan heel even langs ESB. Kijken of Ragnar een beetje centen te veel heeft. Nee, ik ga niemand scammen op voor de P90. Ten eerste, dat kan niet. Want, hè, bodycam. Dus iedereen heeft mij door als ik dat doe. En ik ga bij ESB proberen te verkopen, man. Dus dan scam je sowieso niet. Ik heb die standaard dingen op safety. Wie wil 44 AK? Wat hoor ik daar dan? 44 AK. Dat zijn er 100 en dan heb je er nog 60 of 61 in je bus, hè? Zo, een drukke bedoeling hier. Oké, dan ga ik. Zo, die Ros heeft echt wel stijl, bro. Po, dat stijl. Let's go, man. Wat vind je van Isai toffe kerel, bro? Isai is goed bezig, man. Ik vind zijn stijl van vlog wel hard. Zeg eerlijk, is het iemand? Er is weer helemaal niemand hier, dat is kut. Ik ga Rag even bellen. Ah, zuur. Ja, machete hebben we ook nog. P90. En de wapenvoorraad raakt wel een beetje op. Yo. Kut, sorry, ik heb geen telefoon. Kut. Oké, laten we dat eens even verfixen. Welke auto hebben we geript laatst? RS6, hè? Of de Bugatti? Of de Denk? Hey, Dylan. Heel een neef. Yo, weet je misschien of Dolk in de stad is? Ik heb echt geen idee, man. Ik zeg je eerlijk. Ik heb net een nachtmerrie gehad, dus ik heb geen idee meer wat. Oh, hij is goed, bro. Hij rust dan. Ik heb ze helemaal niet gepakt. Hoppakee. Ik heb de standaard dingen op safety. Tel ligt in je kast. Je hebt een tel in je appa. Kut zo. Oké, dan rij ik wel even langs een andere appa. Hè? Oh lol, dat zien jullie ook weer wel, hè? Nee, ik had het totaal niet gezien, jongens. Thanks voor het melden. Maar we kunnen ook even naar Broddick gaan. Van, yo, Ewa Niffies. Zoek jullie nog een dikke vette P90? Hij moet er gewoon even verkopen. Misschien kunnen we wel weer in een ruilactie knallen, weet je wel, jongens. Snap je? Omdat het om een wapen gaat. Ah, leuk. Nee, stel je voor, we kunnen... Even, hoe zeg je dat? Een P90 verkopen voor een wapen plus geld. Of twee wapens. Dat om ruilen. Nou, dat is toch best wel nice. Ik zou dat wel willen doen, man. Ik zeg je eerlijk. Ik heb die standaard dingen om safety. Wat dit? Ik was gewoon helemaal afgeleid van die politieagent daar, hè. Bah! Ah, kut. Sorry, man. Ja, Meerkan is ook gepakt, man. Dus Char bevrijden via hacken en heli, zeg maar. Dat wordt ook een lastige. Ga spinnen, heb schijf. Scheid. Ja, spinnen gaan we niet doen. Want dat is sowieso verneukerijen van onze cent. Ik wil eerst even onze kluizen gevuld hebben met wapens, jongens. Laten we dat eens even doen. En telefoon, zei hij. Oh ja, top. Ah, het lijp. Even kijken. Even kijken hoe het met aangaan is. Oh, dat zou ook niet heel best gaan, denk ik, jongens. Oh, kom maar eens kijken. Wat ik in mijn schoentje vind. Alles. Oké. Adriaan neemt niet op. Even kijken. Heb ik Ragnar ooit geappt? Bob. Ah! Boppie. Hey, Boppie. Hallo. Hey, kerel. Lang niet gesproken, man. Ja, gisteren nog heel even. Oh, gisteren nog lang. Even. Okay, ja, okay. Toen dat vliegtuig natuurlijk. Oh ja, dat was toen, ja. Oh ja. Hey, Bob. Ik heb een voorstel voor jou. Heb jij cent op de bank? Een miljoentje. Heb jij... Geflasht door Bob. Ja toch, daar gaan we, jongens. Nou, hij belt mij sowieso wel terug, of niet?
Dit was awkward. Oké, Bob heeft cent, jongens. Dit is wel nice. Oké. Wacht, zal ik hem zelf bellen? Ja, is dat dacht ik al. Kijk, daar zijn we weer. Oké, even kijken. Ik zit namelijk even met een probleem. Mijn kast is een beetje leeg. En ja. Heb jij een pistool? Ik heb momenteel zelf ook geen pistool. Maar ik weet wel sowieso iemand die nog volgens mij een aantal Barrettas verkoopt. Ik weet niet of dat is wat je zoekt. Maar... Wie is dat dan, die dat heeft? Ons vrolijke vriend Alberto. Alberto. Hey Bob, ik heb namelijk een P90 liggen. Alleen... Nou, die kan ik dan weer net niet betalen. Ja, dat is dus het ding. En ik dacht misschien, hoe duur is ook weer een Barretta? 600 Barretta is nu 660, volgens mij. Okay, de dus Barrettas en Deagles zijn geswitcht. Oké. Zal Alberto die P90 willen rijden voor twee Barrettas, of niet? Dat is een goede vraag. Ik kan het wel van hem vragen. Ja, want ik ben heel erg dringerig op zoek naar meer wapens in plaats van één. Want, ja, I feel you. Ja, ik heb nog fingers crossed op de AK dat ik hem ooit nog kan opgraven, zeg maar. Dus, ja, precies. Ja. Nee, het zou heel top zijn als hij ook wat kogels heeft daarvoor, want die ben ik net kwijtgeraakt. Dus, Oh, ja. Het kogelprobleem. Nee, anders kan ik even langskomen. Ik weet niet waar jij bent. Ik sta momenteel gewoon bij BPA. Ik ben niet zoveel nuttigs aan het doen. Oh, oké. Wacht. Stuur mijn locatie, kom ik even naar je toe. Dan gaan we even samen op pad. Yes, misschien, is goed. Als jij Alberto even een belletje gooit. Yes. Ja, Alberto is momenteel niet in de stad alleen. Ah, dit is dan weer heel zuur. Dus, ja, precies. Dit, je kan het ook gewoon niet kut herbrengen gewoon nu, weet je wel. Oh, tuurlijk ook dit nog. Oh, jongens, weet je wat? Ik ga slapen, mazzel. Genoeg geweest, jongens. Helaas. Alright. Even kijken. Adriaan stuurt mijn appje. Ja, toch. Daar gaan we, jongens. Oh, stond een ding op safety. Hey, Adriaan! Yo! Hey, neef, bro, kerel, alles rustig. Mij rustig. Ja? Dat is weer iets dat ik moet gaan begraven. Nou, zou ik eens even mee naar de begraafplaats gaan, dan? Ik moet ook iets even wegleggen in dat graf. Ja, laten we even daarheen gaan. Ja, is goed, man. Oké, dan kom ik eraan, oké? Is goed, ik ga ook even daarheen. Yo. Right. Even kijken, wat is dit, Boppie? Right. Onderweg. Oké, dan gaan we zo meteen. Moeten we even een pak of zo? Even net de outfit voor de begraafplaats. Ik weet het echt niet. Roos, tas. Jossie, deze. Ik heb volgens mij echt gewoon totaal geen pak of zo. Nee, dat wordt hem echt nieuw, jongens. We hebben geen nette outfit. Daan, geef me een seconde, kerel. Wacht, nu heb ik... Oké, even zien. Die uit. Oh, die mag wel op zich wel aan. Deze uit. Nice. Ja, die is af. Let's go! Oh, ja toch. Nou, wat drillers. Nee, oh, jezus Christus, al. Het is jouw G-Wagon. G-Wagon. Het is van jou. Hey, kerel, mag die heel even langs? Hier, ga... Laat hem even langs. Ja toch. Hij zit al de hele tijd te kloten. Ah. Ja, jongens, ik kan... Ja, stop. Hey boys, ik ga er snel vandoor. Ik heb haast. Ja toch. Dylan, ik kom... Sorry. Shout out naar die guy. Maar hij is echt aan het stream snipen. Ja toch. Alright. Even Bob ophalen. Ga even naar de begraafplaats, jongens. Hier, het is ook al aan het regenen. Het is echt weer dat jank weer, jongens. Oh, ja. Zometeen zo'n parapluutje uit je neus halen. Bam. En de roze is wel echt een tering chille wagen. Ik ga niet liegen, man. Oh, ik heb die standaard ding op 17. Daan, 1 seconde, broeder. Ik moet eerst eens even, je weet toch, even de zaakjes op orde hebben. Ja, ik denk dat Daan belt voor een wapen. Maar ja, Char is letterlijk nu in de gevangenis. Dus ja, die heeft natuurlijk die kneupel. Dus, ja, of ik moet mijn machette verkopen. Maar dat vind ik ook zo zuur. Ik heb die gekregen van Char. Dan vind ik dat gewoon kut om te verkopen, je weet toch? Dus ik ga dat gewoon ook lekker niet doen. Wat is dit Bob hier te klooien dan? Ja, toch? Oh. Ben er, man. Even die lamp. Dylan, hoe kan ik je geld geven? Dat kan niet, kerel. Je moet wel, die... dat wil ik. Je moet die uren doen. Ah, dan ga ik dat doen. Is het goed, joh. Kan ik jou geld geven? Yo, stap in. Oh, de gekke auto. Thanks, maat.
Is het Dylan? Nee, man. Hé, hey, Dylan! Yo! Hey bro, hoe lang... Hey, ik heb net je bodycam gekeken. Ja? Yeah. Dus jullie moeten grinden en dan Dylan al je geld geven. Dat vind ik ook. Mag je zo meteen een mule leven? Al het geld geven aan Dylan. Ik heb geen mule, man. Nee, al het geld. Al geen Spiro. Nee, ik heb helaas niks, bro. Ik heb geen nu! Hé, maar jongens, ik ga er vandoor, man. Nee, wacht. Mag ik een nummer om te leveren? Nee, sorry bro, die geef ik helaas niet. Beste YouTuber! Hey bro, ik ga instappen. Huh? Beste YouTuber! Wacht, kerel, stap eens uit. Hé, er kunnen dus vier man in. Ai, nice. Thanks for the... Dat wist ik niet, man. Ai. Nee, maar ik wil instappen. Rustig, kerel. Ik ben de beste YouTuber. Oh, jeetje. Je moet even langs de begraafplaats, man. Even een wapen daar nemen. Een nieuw hoogtepunt. Ja, dat is nice. Ik wist trouwens niet dat er vier personen in deze auto kan. Dat weet ik nu wel. Ja, dat is nice. Holy shit, ik schiet me dood van die guy. Zo snel uit en instappen. Dat is echt ja, what the fuck? Lijp, gast. Dat is wel nice. Holy shit, dat wist ik echt niet, jongens. Wat, dit is gewoon een vierpersoons auto. Kijk, hij heeft dus twee deuren. Dus ik wist niet dat hij vier persoons was. Dus dat is wel relaxed. Ja, precies. Dat logo en die spiegels kan je uitklappen. Hè? Dat is fucking dik. Eentje van deze gekocht, volgens mij een paar dagen geleden voor de gangs. Oh, huh? Is dit ons nieuwe voertuig? Nee, dat niet. Maar meer gewoon voor de flags. Zo gaan rijden. Oké. Even een clean man. Ah ja. Kijk. Okay. Ja, moeten we even een wapen weg begraven hoor. Shit. Ja, deze auto, ik weet niet man, vind het fucking nice. Heel. Hij is gewoon fully black, hè. Zoals die achterlampen, bro. Dit is echt clean. Ik weet niet, ik vind het heel vet. En je ziet ze niet vaak rijden, man. Dus dat is nice. Nee, hij rijdt ook gewoon oprecht gewoon relaxed, man. Dus dat is wel nice. Alright, heel even langs gaan, hoor. Oh, is dit waar je je AK begraven hebt? Ja, score up. En nu even een Beretta ernaast leggen. Alright. Zo. Mooie auto, meneer. Hey, dank u wel, kerel. Dank u wel. Plus die bloem. Oh, dat werkt niet. Bloemen. Dylan, ik wil je geld geven. Ik ga niet stoppen. Ah, kerel, dat komt goed, jongen. Maar ik moet heel even afscheid nemen, man. Dus ik ben heel veel bezig. Nee. Ik wil je geld geven. Ja, dat kan niet, kerel. Dat kan niet. Jawel. Nee. Via / give account money. Dat kan. Dat kan. Hey, kerel, ik ben heel even in een rouwperiode, dus kan ik heel even een beetje adem krijgen? Nee. Oh. Nee, moet geld geven. Ja, nee, dan moet ik anders even een god erbij laten komen. Oh. Oké. Okay? Is goed. Doei. Yo. Right. What the fuck rijdt daar dan? Zo. Shout out. Ik heb nog nooit iemand alleen shout-out horen zeggen. Ja, ik zit even te wachten. Komt er nu nog iets? U verpest de begraafplaats. Ik zit even te denken. Waar dat graf is hier ergens. Hier ligt mijn begraven Morad. Mijn Morad ligt hier dood en nu rijdt hij. Dit is zo ondankbaar, meneer. Zo ondankbaar van nu. Laten we even een beetje doorrennen. Oh ja, shit. Zo, ik ben een beetje laat, kerels. We zijn er. Hallo. De bloemetjes hebben direct al water. Ja, dat is wel waar. Nou, zullen we even de schep erbij pakken dan? Hier ligt hij. De bloemetjes van Mika water geven. 3 seconden. Is goed. Hé, Adriaan, knal je even het graf even open? Oh, okay. Gaan we knallen? Dat hoop ik niet. Nou, helaas niet meer. Dat is het probleem, zeg maar nu. Oh. Ja, ik ook niet meer. Ja, daar heb ik ook last van, heb ik gehoord. Dat ik niet meer kan knallen. Echt bloemen. Nee. Zo. Kijk. Leven lang, Brouw Karto! Rip de Uzi. Rip de kogels. Rip Mika Bernas. Kijk eens. Rip de pistol. En 40 kogeltjes. Ja. En dan nog zo tering veel kogels. Helaas. TV niet meer mogen zijn voor ons. Voor ons tweelingsbroertjes. Ik heb er ondertussen al 100 liggen. Ja, dus ik begin. Kijk jongens, het is even zuur en op de, hè? Blare zitten. Juist. Maar we moeten juist het zien als geen tegenslag. En gewoon doorgaan, oké? Okay? Hoort erbij. Tudum, tudum, tudum.
Yes! Mika, ik hoop dat je ooit nog opstaat uit de dood. Oh, bro. Ja. Juist. Ja. Yes. Ja. Nice. Dat is lekker. Oh, nou. Wacht, ik leg die motor er ook even in. Ja, leg die er even in, je. Nou, nice. Waarom had ik dat al verwacht? Hij rijdt ook niet meer. Wat is dit nou dan? Ik kan er ook niet meer af. Gaat de stad eruit? Nee. Huh? Ik zit vast. Wat is dit? Oh. Oh, nu doet het wel, huh? Heel raar. Oké, nice. Van wie is die motor? Ik heb geen idee, maar we begraven deze ook wel even. Ja. Wacht, hoe heb je zo'n motor gepakt? Ja, hij ging de stad uit en deze bleef over. Oh. Zo, oh, zo, what the fuck? Ik sprong heel gek. Doe gelijk de kruiwagen erbij dan. Oh, ja, ja. Ik heb trouwens zometeen even een bepaalde deal voor je, wat ik met Alberto besproken heb. Oh, dat klinkt nice. Nee, dat is helemaal goed. It's a deal, it's a deal. It's a deal, it's a rap. Ja, het is iets anders dan je vroeg, maar ik denk dat je er nog iets anders. Zeg nou, oh. Ja. Zeg nou niet auto, vandaag staat Piki weer op de vloer, dus even... Nee, precies, wacht wel even. Hey Dylan. Ja? Yeah. Je hebt niks meer in je kast die je kwijt kan ofzo? Ik heb één ding in de kast en die moet ik helaas verpatsen. Helaas. Wat? Een P90. Ja. Moet je die verkopen? Ja, of ruilen. Voor twee losse. Wat? Ik wil meer wapens in plaats van één. Ik hoop nog dat we ooit hier de AKM eruit kunnen graven, man. Hoop. Bro, ik kan je zwart geld geven voor P90 als je dat wilt. Hey, maar Dylan, ik denk dat de kans dat die P90... Maar dan moet je wel zelf laten witwassen. Ik heb zelfs nu geen geld op dit moment. Maar ik kan wel zwart geld geven. Misschien dat je bij iemand kan witwassen. Hoeveel zwart geld heb jij dan? Ik heb 4.N zwart geld. Waarom ga jij niet gewoon wassen, neef? Dan kan je gewoon... Maar omdat brother er niet is. Oh. Was bij ESB. Wacht. Maar ja, maar die doen meer procent dan brother. Nee. Huh? Nou, ik denk voor 4 miljoen dat we wel iets kunnen fixen, miljoen. Lijkt me... Want ik wacht kijk, eruit? Ik ben ook geïnteresseerd in wapens, maar in P90 ben ik zeker geïnteresseerd in. Ken jij even je bek houden? Kale nakker? Tegen wie praat je? Ja, die vent. Kale nakker! ja, het ding is zeg maar, Bob, je had een deal, hè? Ja. Zullen we even naar de auto teruglopen, dat we even alles even bespreken? Dan kunnen we denk ik weer even een beetje alles goed zetten hier. Ja. Zo kijk. We zijn weer bezig over zaken bij ons graf. Dat is ook niet goed, hè? Ja, nee. Moet je juist doorzetten. Nee, dat is juist positief. Juist. Als je, ja. Ja, nee, het is goed dat je doodgaat, maar niet toch. Nee, dat is niet goed dat je doodgaat. Het is niet de bedoeling dat we daar terug zijn over zaken bij een graf. Het is nog steeds een kerkhof. We moeten een beetje... Ja, respect hebben, respect hebben. Ja, inderdaad. Shoutout naar Levi Jacobs. Levi, optiek nou, dankjewel. Ik heb nog nooit zoveel random volk op een kerkhof gezien. Er komt nooit iemand. En nu ben je bezig zijn. En jongens, we kunnen wel van een goede shit hier. Mika Beur. Ja, die ken ik wel, ja. Ik heb al eens zo'n voorbij. Ja, dat is een goede kerel. Ja. Dat was een goede kerel, laten we zo zeggen. Ja, was? Helaas overleden. Ja, die ligt ook hier ergens, toch? Hij ligt hier onder je HK, denk ik. Oh, ligt hij toch? Oh, serieus, hebben zijn graf... Oh, jeetje. Nou, dat wist ik niet. Laten we even terug naar de auto's gaan, jongens. Ja, zullen we even doen? Ja, heren, laten we even gaan dan. Ja. Shit, nou. Ik wil je geld geven. Ik wil je geld geven. Ik wil je geld geven. Anders klop ik nog meer klaar, joh. Kijk. Huh? Jezus. Niks. Ik wil je gewoon geld geven, Dylan. Helemaal niks om om te draaien. Die klemtoon op die Dylan daar, joh. Dat was wel mooi. Dylan. Ik wil jou zijn, joh. Gratis goudje. Ja, dat ging niet de keer. Ja. Alleen, ik heb het gevoel dat deze kerel net de stad is ingeshowden. Dat denk ik ook. Dus, jongens, we hebben echt nog 12 uurtjes werk hier. Nice, jongens. We gaan even handen doen. Laten we even het tempo zetten. Jetzag. Alright. Ja, toch. Dylan, ik ga je geld geven. Alright. Hou nou eens je bek, joh. Ja, dank je. Nee, joh. Uit.
Ik ben geweld. Oké, we zijn hier niet echt privé, dus dat is wel een dingetje. Ik word weer geweld. Laten we anders naar jouw terrein gaan. Daar moeten ze niet opkomen. Zullen we even naar ons terrein gaan, Bob? Ik mag wel mee, ja, Dylan. Ja, ik ben erachter gekomen dat hier gewoon 4 man in kan, dus kom maar mee. Let's go. Lijpe auto, man. Hi, thanks, maat. Hoppa. Ja, chique, nee. Ja, dit is wel collega, heb je ook weer een porto? Nee, die moet nog halen. Maar laten we eerst even naar het terrein gaan. Oké, ja, is goed. Ik kom, hoor, stap in. Dylan! What the fuck? Jongens, je blijft jou voeren, jongen. Die guy is goudje, man. Dylan! Ook al de hele tijd hoe hij mij naast steeds anders zegt. Dat is mooi, man. Oh, fucking kerel, hè. Ah, man. Lag de stream eraan net even uit, jongens? Of niet? Wat zeg je? Ah, jongens, we gaan even kijken wat voor deal we kunnen doen. Adam heeft gewoon 4 miljoen. Sorry? Is dat jouw sterrenboot, of niet? Ah! Een beetje. Opeens gaat hij hierheen. Shit, ik schiet me dood. Ja, heel even. Oh, heel even. Oh, what the fuck? Wat raar. Dat was een ah, beter dat we weer terug zijn, jongens. Ja, ik weet echt niet wat mijn internet, bro. Ik word er helemaal gek van. Ja, we gaan binnenkort even overstappen. Maar er is nooit dit gezeik, hè. Maar sinds de laatste maanden... I don't know, is alleen maar een beetje shit. Maar jongens, gaan, jullie wel... Dat is gewoon deze zo dik, man. Ja, man. Hij rijdt ook op zich best wel nice, hoor. Ik heb hem een keer genakt van die man. Nice. Jezus, zijn we. Zo, tering druk aan. Maar dan heb je hem weer met die blauwe broek, kut. Ja. Hey. Ja, daar zijn we toch. Ja. Ik had hoofdpijn en dan is Mitchell dood hier. Kijk, ja. Nice. Ja, hij is net dood hier en daarvoor. Laten we even binnen in de warmte bespreken. Ja, zullen we even naar binnen gaan? Die Adriaan heeft altijd zo'n mooie opmerking ofzo. Is het zo? Wacht eens effe. Yo, man. Hey, Stijf! Hey! Yo! Hoe is het dan? Rustig aan. Hey, dat heb jij hem ook. Welkom back, jongen! Hey! Oh, ik word gebeld. Wat is dit? Waar is Char en Joopie? Ja, hey, oh, kut, dat mag niet meer zeggen. Ik ben gepakt. Godver. Ik wist dat Joopie in de stad was. Ja, mijn tweelingbroer heeft een poging gedaan om ze te bevrijden, maar is niet gelukt. Ja, mijn tweelingbroer ook. Nee. Stuiver is back in town! Okay. Weet jij waar Joopie uithangt? Ik heb geen idee, ik ben nog niet zo lang in de stad. Gevangenis. Sorry. Ja, ik weet het ook niet, man. Maar misschien is die in de gevangenis. Ja, dat kan. Ja, volgens mij... Ik heb Sharp proberen bellen, maar ze neemt niet op. Haar telefoon ging wel over daarnet. Holy shit, mijn water. Joopie heeft een telefoon. Nou. Oh, shit, dat is zo meteen al. Hey, Bob. Ja, dat is voor wie... Ja. Hoe zat het met die deal met Alberto dan? Ja, wat hij zei was... Ik wil hem op zich wel ruilen. Hij heeft alleen een Beretta en een Escort liggen in plaats van 2 Berettas. Ja. Dat als jij daar 50k bij gooit... Ja, deal. Direct nu. Heeft hij kogels? Voor alles? Dan betaal ik extra. Pistol denk ik niet. Wat wil die ruilen? Die score op is... 90. Ja, man. Score! Hey, Dylan, maar je kan niet toch kopen met dat witgeld dat je gegeven van die pit 90? Ja. Alleen, dingen zijn moet ik eerst... Wacht, Stijf, kan ik bij jou wassen? Ik kan wel bij mij een P90 verkopen. Kijk, het ding is, ik moet gewoon... Ik wil die scorpen... Heb jij eens iets voor van een wapen terug? Want ik heb anders helemaal niks meer. Ik heb nog 4 Beretta's. Meneer met wapen op zijn rug. Ja, ik wil die scorpen ook graag hebben eigenlijk. Kutzooi. Maar Alberto is er nu niet. Nee, nou ja, die scorp heb ik toevallig in mijn kast liggen van Alberto. Bob, maar... jij bent er een kerel. Alleen die Beretta krijg je dan sowieso pas later. Want die heb ik dan weer net niet in mijn kast liggen. Wacht, en anders doen we... Wacht, ik zit heel even te kraken in mijn hoofd. Oké, wacht. Ik heb ook een scorpje erbij. Wacht even. Hey, stuif. Ik heb een scorpje. Hoe kan ik die scorp plus een Beretta... Ja, ik weet de prijs niet helemaal hoe op wat dat uitkomt. Beretta is flink verminderd van prijs. Ja, Beretta is 660. Dus plus een scorp is hoeveel? 660. Plus 87. Ja, is hoeveel in totaal? Geld. 1.440.000. 1.440.000. Kan ik die P90 plus kogels daarvoor geven? Boys. Voor die twee wapens?
Kom dan. Hide? Lijp. Heb je ook, ja, pistol ammo heb je zeker niet, maar scorpkogels? Fuck. Wacht, Dylan, zeg je nou net dat je je T90-kogels... Ja, wacht, nee, stuip, dan heb je die kogels wel nodig eigenlijk nog. Kutzooi. Ik heb geen kogels. Nee, kijk, dan doen we de P90 plus wat cash erbij voor die twee wapens. Want die kogels moet ik zelf houden, zeg maar, voor die scorp. Oh ja, is goed. Ah, top. Stuif in town gelijk ding. Even kijken hoor. Huppakee. Hier, dan geef ik me alvast aan je. Even zien. 1612. Huppakee. Nice. Hoppa, alsjeblieft. Zo, dit gaat heel snel. Ja, je hebt ze ook alle twee. Nee, juist. Nice. Wat de fuck gebeurt hier? Ja, Antjes. Ik ben 90 geleden. Oh. Oh. Jammer. Yo. Hey, heb je ook pistol ammo of niet, Stuif? Ik ben nu BSB terrein. Bro, ik zou je zeggen dat ik in mijn laatste avontuur voor mijn vakantie alles kwijt ben gegaan. Ai. Ja, heeft de Wires niet of zo wat liggen? Ik weet niet. Anders ga ik. Ja, ik weet niet. Ik vind het een beetje raar om er zomaar langs te rijden. Maar is dat mogelijk? Ja, ik bel wel gewoon. Ah, top. Let's go, wat boys! Is dat P90-1330. Laat me het heel snel voor je. Kijk dan! We hebben een Beretta weer terug die we net zijn verloren. En we hebben mijn lievelingswapens ook weer. What the fuck? En 4 ton! 5 hey, ton! Bro, we zijn... Mag ik wapens verkopen? Niet onder die we wapens. Zijn gewoon weer aan, bro! What the fuck? Nee. Of nou zelfs eronder, weet ik niet. Nee, onder het ook niet. Nou, boys, ik zeg eerlijk. Hé, even een duimpje omhoog voor deze deal, man. Dit is een snor. Dit vind ik nice. Ik weet niet, ik vind het gewoon chill om 2 wapens te hebben dan 1. Ja, ik weet het, jongens. Charge het vast. Jij die P90 gaat verkopen. Jij vond dat ding veel te leuk. Ja, hij gaat hem kopen van mij. Ik heb hem toch gekocht, dan mag hem toch ook niet, hij mag hem toch ook niet voor minder verkopen. Jullie ruilen hem toch? Ja, dat mag net zo goed niet. Dat gaat om prijs begrepen. Moet je nog wat centen erbij hebben dan? Aanwezig? Ja, moet, want wat voor? Niet, hoeveel? Zeg maar. Hoeveel? 120 in totaal. Even kijken, wat is jouw nummertje? Je moet op die prijs uitkomen. 1612. Even kijken. 1612. 120 zei je? Ja. 1, 2, 3. Kijk eens, kerel. Top. Nice, man, boys. Nice. Ja, niemand van jullie heeft dus pistol helemaal, hè? Kut. Dan moet ik dat even gaan zoeken. Stuif, bro. Wacht, ik heb... Wacht, laat me even iets vragen. Hey, Adrian. Ja? Jij moet toch wassen? Zou ik al Stuif vragen? Als hij aan 20% kan doen, is dat voor mij prima, want ik kan... 4 mil. 20... 4 ja. mil. Oké, wacht. Wacht, ik ga even kijken. Hey, Stuifie. Ja. We hebben deze lieve Adra hier, die rond de 4 miljoen zwart heeft. 4,5. Maar hij wil het graag voor 20% bij iemand wassen, maar niemand heeft aanbod. Kunnen wij dat niet doen via jou? Dat kan ik niet doen, maar qua... Is hier ons, iemand van ESB aanwezig? Enige wat ik kan doen is 25. Ja, nee, het is gewoon, ik zit zelf, mezelf nog, ja, het is gewoon wachten tot broeder in de stad is en dan kan ik zelf daar gaan, maar ik wou die P90, nu heeft hij die P90 niet meer, maar ik wou die P90 kopen, of, ik weet niet of jij nog wapens of zo hebt. Baretta. En, Is Wessel niet in de stad welke prijs dan voor mij? Die Wessel is in de stad, wacht. 680 voor je. Ja. 150 uur? Wat? Nee. 150 uur. Ja, maar dan kom je weer met de percentages. Waarom? Wacht, waar is Charterstream? Waarom, bro? Wacht, 150, dat kan niet eens. 120, toch? Ze zit nog steeds in de fucking ding? Bro. Wat? Waarom? Waarom zit zij nog steeds in HB? Gast. Het is echt al 10 jaar geleden dat zij daar zat. Ja, fuck. Toen kwam ik er nog even tussen. Die het ook nog even... dat vind ik kut. Ik doe het voor 30%, man. Wayo. Nog meer. Ik bied 35. Ja, je weet toch wel 5%. Nee, ik ga die... Kan jij dan 4,5 miljoen wassen, Bob? Wie is dit nou weer dan? Nee. Totaal. Jongens, hoor. Wat zie je? What's up, nigga? Oh, het is er weer zo. Oh, ja. Let's go, nigga. Nou, stop eens even, kerel. Vieze kankerdikzak, hè? Bro. Okay. Ik zou alleen maar met een lekker ronde tieten. Nou, gelukkig doen je ogen het wel. Ja, kankermoeder. Hey, dat wil ik net gaan doen. Homo-joods, je kankermoeder. Wie is een nazi-leider? Ho. Pop!
Nee! Nee! Oh, nee! Nee! Die krijg je wel terug van mij. Adriaan, wat zie je gebeuren? Adriaan, is bij je? Adriaan, kan je denk ik ook wel gewoon een... scheelt 75k. Wacht, ik ga een dingetje... Oké, kom. Hey, buddy, lelijke Camargent. Wie zegt dat? Leon, of niet? Ja. Leon met de kleine leuk. Leon, ik ben er al lang al uit. Heeft iemand tegen jou gezegd dat je hieronder mag komen? Alleen. Ik ben recherche, hè? Dus wordt er één keer. Pas nou op, want hij maakt je dood. Ik ga je overmaken, hè? Ja, is goed. Was je nummer? Iemand. 1612. Heeft iemand tegen jou gezegd dat je hieronder mag komen? Ja, de persoon achterin. Lieg niet tegen mij. Nee, ik lieg niet. Buddy. Oh, dat zag er wel heel random uit. Free Bob. Ja, wat zei hij? Wat had hij al gereden? Waarom mocht je naar beneden? Oh, daar ligt hij. Door die man daar. Oh, wat kut gewoon. Ik moet wel pissen. Ja, dat is gezegd dat je hier mocht komen. Hij snitcht gewoon. Hij snitcht jou. Ja, ik wil geen klap met die knuppel krijgen. Alsjeblieft. Dankjewel. Oké, dan ik weet niet, ik wil er graag twee kopen als het kan. Nee, Leo, marktijden, joh. Marktijden, altijd. Die waren gek, hè. Nee, jij was alleen maar op markt, joh. Ja, wie was die op markt? Kijk, jij. Yo. Leon, wie was die op markt, boy, dan? Jij of ik? Jij. Kijk, voor jou 1.360. Ah, best wel zo. 1.360. 1.3 en zo. Right, hey, maar donder is op uit mijn huis voordat ik je eruit sla. Hey. Wat, hè? Oh, ja. Oh, die motor gaat toch niet ontploffen, zo? Oh. Nee. Kijk, hij rookt namelijk wel. Boom! Oh, yo! Right. Alsjeblieft. Hé, hey, maar even alle gekkigheid aan de kant. Waar is Char en Jopie dan? Ja, ik denk dan in de gevangenis, als jullie dat zeggen. Kunnen we iets doen voor hun of zo? Denk het niet dat ze bij een nachtmerrie hebben gehad daaraan. Ja, mogen we daar helemaal niks mee doen? Hé, wat Dylan, we hebben zo'n grote bank, hè? Ja, ik moet eerst even pistol ammo zien te frummelen eigenlijk. Ja, wat? Pistol ammo. Oh ja, dat moet ik ook. Ja, Hey Stijf, had jij weer Wires nog gebeld of is dat nog niet gebeurd? We kunnen wel even langs gaan. Ja. Zelf ben ik niet zo. Ik ken zelf Wires niet persoonlijk. Wie zou de pistol ammo hebben? Iemand moet toch wel pistol ammo hebben? Hamza. Yo, neef. Hij is er ook niet. Kut. Zou ik mensen voor je bellen? Ja, maar zou top zijn. Anders heb ik een pistool zonder ammo. Ja, dat is helemaal kut. Kijk, de bos is niet in de stad. Zo ghostjes hebben. Die is ook niet in de stad. Wat wil ik nou zeggen? Gaan jullie grote bank doen? Ja, man. Ja, met brother. Moeten jullie eerder zijn dan mij? Ga je ook grote bank doen? Ga solo doen. Wat? Ga hem solo doen. Juist. Nee, oké, laat mij dan. Laat mij helpen dan. Kom met ons meedoen. Ik wil niet stilzitten dan. Met wie? Oh nee, Steven? Wij doen met Brother een paar Lycona-leden. Wanneer gaat Brother Westenaris alleen doen, joh? Wat de... Ja, nee. Is gewoon een vraag. Zeg dat ook even tegen Piggy dan. Wanneer gaan die iets doen zonder zit als een held? Nee. Maar oké, wacht. Dus, ik heb even een gebedje aangemaakt voor die motor, voordat we hier zo meteen met z'n drieën ontploffen, met z'n vieren. En dat hij eventjes... Nee, maar volgens mij de TSB ook mee, man. Aantal. Ik weet niet precies wie. Weet die motor is weg. Ja, dat is er god mee bezig. Oh. Van waarschijnlijk. Ja, ik heb voor Bob ook even een dingetje gemaakt. Ja, dat heb ik ook gaan kijken. Er is Hallo. Hey, Matthew. Yo. Er was net hier een klote die kwam naar deel stream snipen. En die was je met K-woord aan het schelden. Vrouwonvriendelijk gedrag aan het zeggen over Charlene. Ziektes. VDM'tje gooien. En toen wou ik hem doodslaan, maar toen heb ik Bob op de achterhoofd geslagen, mogelijk. Die kreeg automatisch die hitmarker met die knuppel. Degene die daar ligt, bro. Ja. Dus die automatische hitmarker kwam op zijn hoofd in plaats van op die klote's hoofd. En toen is die klote er ook nog combat locked. Heb je ID weten te pakken of niet? Ja, ik heb je de volgende alweer. Ik denk dat dit ook dezelfde persoon... Oh, het is ook weer... Waarom moet alles zo racistisch, bro? Jezus, gast. Geen respect tegenwoordig. Ik denk dat hij ook. Oh jezus, ook die kinderen hebben geen vaders en moeders. Nou, blijkbaar. Kijk, ik heb geen vader, maar ik heb wel een moeder. Ik ga wel even uitzoeken wie het was, joh. Ja, toch, top man. Dankjewel. Bedankt voor de reis. Yo, later. Yo. Ja, mijn mond. Heeft iemand een broodje en een watertje?
Ik moet zelf ook nog Hij komt net uit het ziekenhuis, dus ik heb helemaal niks. Je moet ook nog twee potten houden, toch? Drink hem op. Was mijn laatste water. Aina. Nou, dan ga ik... Oh, ik heb nog 10 water in mijn mercy zitten, kom. Oh, ik heb al watertje. Ai. Ja, je kan nog alles uit je auto pakken, want ik anders gewoon, dan... De seconde dat ik die switchblade pak, sla je me dood. Ja, kom maar. Ja, weet ik veel. Ik heb die kloter in mijn fysiek. Ik sla jou. Ja, weet Durex, hè, bro. Het is toch niet normaal dat het ook gewoon elke dag is, snap je? Oh, nee. Jezus, ligt hij, man. Top, even kijken. Eeuw. Wordt gewoon 4. Ja, het is niet één keer, het is gewoon echt meerdere verschillende personen die... Kan ik je binnen even snel omkleden, want ze jankt. Fashion jankt over mijn kleding. Kan ik even omkleden? Ja hoor, kom maar mee. 140k kost dat ding. Zo. Ah, het is even... Oh kut, ik moet opschieten. Die restart ding. Vindt goed. Yo. Hey, ik jank hem even... Oh nee, ik kan met die command wel. Nee, dat is goed. I know, ik heb geen andere kleding meer liggen. Fuck, tap houden. Kutzooi. Kutzooi, hoor. Ja, dan moet je zo even een dingetje doen. Even een kledingwinkeltje pakken. Ja, komt wel goed, ja. Kijk, niemand heeft pistool, Emman, bro. Niemand. Ja, ik had ook gebouwd voor iemand toch van mij. Maar niemand had al, hè. Ja, niemand heeft... Ja, maar dit is echt gewoon al een week of twee gaande, zoiets. Dit. Ik kan misschien Sujuk bellen, van Wires. Ja, als iemand hem heeft, zou het top zijn. Met Sigo. Nice! Oké, jongens, komt even naar restart. Ja, er is ook zo meteen een aardbeving, dus... Maar ik ben wel iemand, Yo. Ja, ik ga even buiten staan, want anders ga ik hier ook op het dak komen. Oh, ja. Ploep. Aight. Nog 2 minuten. Ja, toch. Ja, ik heb hem! Ja, als Steven wil, kan hij bij ons meedoen, die grote bank. Huh? Als Steven wil, kan hij bij ons die grote bank meedoen. Ja, daarom. Ik bedoel, als we gewoon met z'n allen één grote gang... dat is ook wel lachen. Een beetje steady overval knallen. Dan is het dus... De goede kant van de stad tegen. Allemaal samen tegen de slechte kant van de stad. Juist, en tegen de politie. Wat voor kant hebben hun eigenlijk dan? Eigenlijk denk ik ook niet de goede kant. Dat is Zwitserland, daar zit ergens tussenin een beetje te vroemen of zo. Niemandsland. Juist. Ja, jongens, ik heb mijn Windows gefixt. Ik heb een nieuwe Windows key aangeschaft. Mijn key was op een of andere manier gewoon verlopen of zo. Is de slechte kant dan? Ja. Dat heb ik gevraagd, maar ik weet niet wat hij gaat doen. Als hij het doet, dan doet hij het niet, dan doet hij het niet. Dat is nieuw. Die bredder. Ja, ik. Kijk, volgens mij is hij. Ja, ik denk dat hij Lucio is. Machete gaat. Onze Colin. Voor 240k, man. Ja, ik weet niet, ik was het toen niet. Char wordt transport naar gevangenis gaan. Ja, ik mag het niet weten. Dat maakt het zo lastig, jongen. Want ik wil het weten, zeg maar. Ik wil het doen om haar te bevrijden. Maar ik weet niet hoe en wat. En of ik dat überhaupt nog mag doen, omdat ik wel met die snaren heb bemoeid. Ja, we hebben de deling gedaan, man. Bijna weer dat ding kwijt. Nou, heren. We zien elkaar zo weer. Salut. Gaat iemand die outro zo nog gooien? Of, Bedankt voor het kijken. Dit was dan de vlog voor vandaag. Dit was de vlog van Andrew Knol. Dikke vette peace. Te laat. En ze gaan ook de stad uit. Oh, dat gaat echt. Wat hoor ik, bro? Wat hoor ik? Dikke vette penis, hé. Hey. Alright, hebben we even nog een nummertje voor. We knallen deze even. Alright, oké, jongens, ik moet heel veel pissen, maar 1 seconde, dan kom ik zo weer terug. Alright, be right back. 1 minuutje of zo, niet eens. Ja. Cloud vermoord mijn mensen, laat dat inzinken. Ben je liever jaloers of overgevoelig, dat is een instinker. Iedereen je kan vertellen, is jezelf jinxen. Geen paar mannen als ik je zeg, dat doen het zelf mixen. Is niet meer de tijd van geld in je sokken verstoppen. Is de tijd van crypto of op een klok passen. Of je verdiepen in vastgoed is altijd goed. Ik heb veel bloed zien vloeien, meestal niet mijn bloed. Vaak eigen bloed, die jou het meest pijn doet. Het loopt vast als het trouwens doet, als het van schijn moet. Ze wil het diepe hebben, juist wanneer ze oud roept. Was te gevoelig met haar, waardoor ze dacht dat ik vrouw zoek. Maar niks van dat, ik heb gisteren snel een paar ruggen verdiend. Toch voelt het alsof ik gisteren niks heb gepakt. Blijkbaar anders gewend, ik zeg waar ik denk. Lachs keren mannen niet uit, zie de lol niet daarin. Geld en status volgens sommige blindelings. Dat is een eigenschap die ik niet wil zien in mijn kring. Dan werk ik liever met mensen die wantrouwen. Die na het antwoord op hun vraag het weer navragen. Ja, jongens. Ik dichterbij zekerheid dan het wetendheid. Oh, daar zijn we weer, jongens. Daar zijn we weer. Ja, we zijn er weer. Allright, jongens. Oké, we gaan met Joy naar Neef. Nee, wel tof, man. Want oprecht, Zuiderveen gaat nu die restart gooien.
puur om, om de FPS en de lag en de mumble te fixen, man. Dus dat is wel heel goed. Oprecht. Dit nummer heet trouwens The Cloud van Yves Laurent en Teflon. Of Teflo, ik weet niet hoe ik het uitspreek. Ik gooi wel even een linkje. Linkje van dit nummer kopiëren. Bang! Doelen te stellen en de rijkste te worden! Sorry. Ja, de pokoe is nice. Ik vind sowieso Yves Laurent echt een goede guy. Qua muziek, man. Hier, deze is ook dik. Wacht, waar staat die? Ja, man, deze. De levensvisie. Hij heeft een beetje zo'n... zo'n vibe wat origineel is ofzo, man. Het maakt van jezelf zijn, niet meer vanzelfsprekend. Open-minded was je ding, gesloten voelt niet safer. Het is wel een gekke shooter-montage, man. Ik ga niet liegen. Even kijken. Ja, wat trillers. Yo, yo, man. Welkom bij Yves Laurent en Spion. We zijn weer, jongens. We zijn weer. Yo, piraat. Yo, piraatje. Hey, hoe man. Hey, wacht eens even. Die heb ik ook. Ja, dat weet ik. Kleding. Ai, ai, kapitein. Ja, precies. Arr! Ik heb er een beetje slechte herinnering aan. Arr! We gingen weer een jacht-OV doen. Toen hadden we lekker omgekleed met z'n allen. Ja, dat was wel gek huis, inderdaad. Zeker. Ja, dat was wel leuk. Oh, wist je nog wat ik toen vast had? Hey. Ja, ik vond het ook wel leuk, maar ik heb eigenlijk alleen het omkleden meegemaakt. En toen gingen we proberen te bespreken, maar toen waren jullie kwijtgeraakt. Arr. Toen hebben we maar iets anders gedaan. Kan ik misschien wat vragen? Jij mag zeker wat vragen. Iemand wilde net mijn shit aan mij dat was ik. Maar die ik gozer, die, ja, ik zei dat tegen jou. Die gozer komt zo de stad in. Arr. Als je daar boven op dat hout kan wachten, zou het top zijn. Yo. Kom eens. Yo, is goed. Hey, wat is hier allemaal gaande? Ja. We komen allemaal de stad in. Arr. Hoe gaat het dan met jou, Wesley? Arr. Handjes, arr. Arr. Handjes, arr. Hey, Gozi! Hey! Hey! Arr! Ah, joh, Janus! Ja, ik ben even een piraatje. Hey. Klaar bij, jongen. Piraatje! Hey, Ghost, ik ben op zoek naar pistol ammo. Heb je er een of niet? Daar ben ik godverdomme 5 maanden. Godsamme, echt iedereen heeft dat. Weet je wat? Ik ga gewoon pew-pew schreeuwen als ik dat ding pak. Pew-pew. Ja, doe maar. Dat is beter, denk ik. Hoppa. Ik weet je wel, RP, meedoen! Wat is dit? Schiet jou toch dood? Hey, ik had je sowieso geraakt, bro. Wat is dit? Wat is dit? Ja, staat hier beneden. Peentjes, peentjes! Ja, ik hoorde... Ik heb 20k. En niemand heeft dat dus, 40. Ja, kut, sorry. Oh, 20, oh. Ja, okay. Nou, die neem ik even mee. Yo, man. Ja, is goed, dan ga je de blues. Yo. Yo. Kom eens. Yo. Hij heeft een machette voor jou. Ik kan je wel een clip geven. Dat zou helemaal top zijn, man. Ja, man. Kijk, hoeveel is dat ongeveer? 15 of zo, of meer? Pistols 15k, denk ik. Ah, even kijken. 1, 5, 3. Enge bab. Het is wel gewoon losse kogels, ja. Ik heb zeg maar niet gewoon die boxen. Oh, nee, dat is prima, joh. Strijders. Kijk eens voor de moeite. Ja, het was 24, toch? Ja, man. Ja, je kan er niet meer kwijt, of wel? Ja, maar ik had zelf ook hebben, mampie. Ja, inderdaad. Yo, niemand heeft het in de stad. Dus, was je gelukkig naar mij? Yo, mensen, what the fuck? Doe je even uittesten op iemand, of? Zo, dus druk hier, hoor. Top, man. Zie ik wel even met je wapen dat wel een goede is. Soms twijfel ik met de SMG toch. Hetzelfde ding. Ja, ik kan een shitje kopen, man. Wil je hem nog uittesten? Ja, man, ja. Dus, ja, nou geen Jeffrey Dahmer praktijk gooien. Ah, thanks man. Ja, toch. Goeie shit, man. Kom voor de pistool. Wie de fuck is dit? Ik had 240 van jou. Ja. Ja, man. Hallo. Hey, Rach. Mag je 173 ook maken? Jij hebt zeker ook geen pistool aan moeten kopen, wel? Bro, ik heb 24 kool. Ah, wie is dit? Het had ook niet slechter kunnen eindigen. En niemand heeft kools meer, dat is echt kut. Wie? Lazo. Wie de fuck is Lazo? Laat ze erop! Naar boven. Nee. Ik ging even behalen. Ja. Je hebt hier niks. Gewoon even naar boven. Hey, wat sla je mij, broer? Wegwezen, vriend. Er wordt gezegd dat je naar boven. Slash me, druk niet, draad en wil naar. Dat is maar boven, jongen. Oh! Ja, die. Jawel, je moet gewoon wegwezen hier, vriend. Simpel. Die is geliefd. Oké, nu wegwezen, is netjes. Doei. Hé, heel die staf klopt nog steeds. Even serieus. Wat vind je van die outfit dan? Hartstikke bedankt, jongen. Je moet respect hebben. Ja, ik leg hem niet voor kleine kinderen. Stefan, jouw outfit dan. Oké, dan open ik even niet mijn telefoon. Nee, was even voor die lievelzet aanvraag, toch? Is fucking waarom sla jij mij dan? Wat heb ik gedaan? Wow, joh, we hebben trouwens wel echt een dikke view, jongens. Hier, kijk dit dan. Met die lampen. Zo, kijk. Mijn graphics mod, jongens, heeft trouwens die arena. Kijk, zie je die lampen bewegen? Fucking dik, ouwe. Nice. Is dit jouw eigen server? Nee, het is niet mijn eigen server. Ik ben er nog mee bezig, man. We zijn er heel erg mee bezig. Dit is Zuiderveen.
Okay, wacht. Ik pak even deze beeld erbij. Oké. Okay, even kijken, jongens. Ah, kut. Ik heb geen porto. Wacht, dan moet ik dat eerst fixen. Daar geen seconde, bro. Heeft iemand hier een portofoon over? Ik word helemaal lijp, jongen. Ja, maar wie moet hier moet knipperen? Ik heb nog wel 4 porto's. Echt? Oh, zou ik er misschien één kunnen kopen? Of lenen, of weet ik wel. Zal ik... Ja, je mag er één hebben. 15k delen, dan heb je porto van me. Oh, loop even mee. Kijk, ik ben deze keer met die muts. Moet even naar buiten de deur. Je moet hem hier volgen met die, met die chain. Ah, hij is goed. Hij is oh, goed. Ik zat loop maar mee, dan pak ik je die oude vent. Ja, mijn gol. Pardon. Zo, de stad gaat ook nog steeds lekker. Die Brieze, kan je zo meteen ook dit oude fitje aan? Nice. Ja, tuurlijk. Een fotootje maken. Kijk eens, in de G-Wagon. Ga jij nog een vliegerslet aanvraag doen, Dylan? Ja, ik moet het eigenlijk wel doen, maar ik heb die toets gezien. Ik zie het ook weer. Oh, Leon, ik hoor Brieze. Ja, het is niet simpel hoor. Oh, hoor je Brieze? Ja, gek. Sorry, top man. Yo, goeie shit, goeie shit. Yo, even kijken, wat is die porto nou? Kijk. Ja, even de duifjes en even cinematic schieten. Weet je wie dit is? Deze lelijke man. Die gast die had het unmarked sletje eigenlijk. Zo, even de porto. Porto check. Hey, Adriaan, ik zie jou bewegen met je handje, maar ik zie niks. Ja, nou, ik ben achter jou. Ja, ik hoor jou niet praten. Waar praat je gewoon? Hallo. Ja, hij heeft de mooiste auto ooit. Hallo? Ja, oké, ik hoor je. Ah, top. Oh, het beukt wel. Hallo, meneer. Welke? Gek, wacht. Ja, oké, ik kan het laten zien. Eindelijk heb ik er een. Oh! Hap, lang AK, twee dubbelen. Hey, hak deze man achter mij. Hak hem dood in het wit. Wat een gezeik, man, het lijkt fucking erg hier. Als je vlog samen wilt zien met MonsterTube, is dit. Geen schrijftje dan uit dat tegen Monster in het chat. Ja. Maar dat is wel lijp, we moeten eigenlijk wel iets geks doen, man. Hey, ga je een keer niet zo'n evenement houden vlak bij Apeldoorn, zeg maar? Ik hoorde Overijssel hier ergens in de video. Hey, last hebben we 3 maatje. Op die baseline, jealous op die baseline. Ja, toch. Lars met 3 zegt, yo, Dylan, love je content. Heb alleen wel een vraag, want als ik NVA download, heb ik maar 9 mods. Je hebt er 15, dus zou je misschien alle andere mods die je in de folder hebt zitten op kunnen noemen of je mods folder kunnen laten zien? Ik kan wel eens even kijken, hoe werkt het ook weer? En dan moet je naar Steam gaan. Ik zou eens even kijken. Nee, dat moet je helemaal niet. Je moet naar 5M. Die staat gewoon hier, joh. Eigenschappen. Hey, Lars van de 3, man. Mods. Dit zijn al mijn, al mijn mods die ik heb, man. Bang. Kaakjes. En dan moet je hem even op pauze zetten. Dan kan je hem even helemaal begluren. Lars van de 3, maatje. Ja. Oh, is wel nice, ja. Eigenlijk, ik zit zo erg te twijfelen om 80 cc in mijn Vespa te knallen. Daar gaan we de stad uit. Nice. Hoi, alleen, 9 bar voor een 80 cc. Ik weet niet, man. Ik wil heel graag sparen voor een auto, namelijk. Ja, man, dat lijkt me fucking dik, bro. Een dikke vette wag een keer halen, man. Ja, man, GTI'tje. Ik heb zo'n vette gezien, hè, jongens. Zou ik die eens even laten zien? Wacht. Leek, laten we even zien. Even kijken. Even zien. GTI'tje. Waar heb ik die gestuurd? Geen paar man als ik je zeg dat doen het zelf mix. Is niet meer de tijd voor geld in. Ah ja, ik heb hem. Deze dik, man! Oh, dit! Oké, let op. Let op dit, jongens. Kijk. Wacht, kan ik dat beeld draaien? Oké, nee, dan wordt hij niet. Wacht, misschien zo. Oh, dat werkt ook helemaal niet. Oh, wat top. Oké, jongens, ik ga hem even laten zien aan jullie. Check deze, bro. Kijk. Waarom werkt het swipen dan niet? Oh, dit is... Ja, toch? Oké, ik ga op de puntje klikken. Oké, wacht, let op. Puntjes. Check dit dan, gast! Gadverdamme, ouwe. Kijk dan. Wacht, even de binnenkant. Wacht, ik moet dit... Oké, dat werkt echt niet in het spiegelbeeld. Even de binnenkant showen. Waarom werkt dat dan niet dan? Even kijken. Oh ja. Kijk dit, bro. Bro, helemaal digital. Alcantara overal. Ja, fucking dik. Alleen, ja, ik weet niet, man. Ik heb het niet nodig. En dat houdt me heel erg tegen om een auto te gaan halen. Sowieso wil ik nog echt gewoon wel flink doorsparen. Ik ben alleen maar aan het sparen, man. Maar, ja, ik ben wel af en toe voor de grappen aan het kijken, toch? Deze kost 30 ruggen.
En dan moet je hem nog uit Duitsland halen. Dus ja, man. Ik wil ook voor de auto sparen, maar ik krijg steeds boetes die het makkelijker maken. Oh, wat kut. Ja, man. Ja, die boetes tellen op, jongen. Godverdomme. Ja, met die... Kijk, dat is wel een ding. Ik zeg je eerlijk. Kijk, dit is gewoon een persoonlijk feitje. Mijn opa is... die wordt 88... Nee, die wordt 89. Mijn opa wordt 89. En mij lijkt het gewoon heel fucking dik... om hem ooit gewoon zo'n auto te laten zien van... Yo, kijk eens wat ik heb kunnen kopen, weet je wel. Gewoon puur om een soort van trots... Kijk, ondanks dat het een apparaat is... Hè, mijn opa zou... Ja, dat is gewoon, die vindt dat gewoon mooi om te zien. Dat weet ik zeker. Dus ja, dat lijkt me gewoon fucking dik. En inderdaad, de fucking... Ik zweer het, als ik een eigen auto heb, ik zou veel meer vloggen, man. Gewoon sowieso met die auto zelf. Ik heb al een hele vibe slash idee hoe die vlog eruit zou kunnen zien... als we die auto eventueel ooit een keer zouden kopen. Ja, man, dat lijkt me echt oprecht fucking dik. Dat lijkt me wel dik. Maar ja, kijk, het is zeker met de benzineprijzen nu... en ik heb hem ook niet nodig. En ik wil gewoon sowieso, dat zeg je één ding... ik wil gewoon veel sparen, man. Je bent van ESB. Ik wil gewoon sparen, man. Dat is echt belangrijk. Jammer. Dus wie weet, man, in the future. Ah, snap je, future op. Leuk. Wie weet, man, wie weet. Oeren, mag ik mee? Weet je wel hoe het werkt met rippen en met OV'tjes? Gewoon richten, bro. En met OV de kluis achter in de winkel pakken. Nice, let's go. Investeren, man. Ja, man, daarom. Kijk, uiteindelijk, je koopt een auto niet om hem met winst te verkopen. Ik bedoel, je draait sowieso verlies. Benzine moet je kopen. En je gebruikt hem, dus dan is hij ook... hoe zeg je dat? Na een tijdje, ja, kilometerstand gaat omhoog. Even kijken, hoor. Even kijken. Oh my god, man. En wat een neef. Je zit er altijd te fluiten, ouwe. Nou, die keer aan de overkant. Aandacht tekort, zeker. Oké. Ja, dat denk ik wel. Ja, dan ben je in de port of niet? Ja, die is er niet. Nou, wacht even. Niet normaal, man. Was een tijdje niet vanwege school, maar nu kan ik er weer bij zijn. Hé, Edin, wat zal maatje? Welkom weer back, jongen. Ja, moet even wachten. Ja, Daryl zegt, je hebt een RS6 afgekocht. Is dat echt? Kijk, ik zeg je eerlijk, ik heb het niet gezien, trouwens. Ik heb wel de titel en de thumbnail gezien, maar ik heb de video niet gezien van Day One. Ik wil hem echt nog wel kijken. Alleen, hoe zit het in elkaar? Heeft hij hem echt gekocht? Of is het voor 2 maanden dat hij hem koopt en daarna verkoopt hij hem alsnog, misschien met een beetje verlies, maar dat hij wel content heeft gemaakt? Ik weet niet. Dat is nep. Is fake? Ah, oké. Okay. Want ik zeg je eerlijk, ik weet niet hoe oud is die Daryl? Max 21, 22 of zo? Je zou maar een apt kopen, bro. Potverdomme. Stel, je kan hem houden. Pff, hoe dus een apt? Ik heb dus de hele tijd in mijn hoofd, dat komt echt door 5M, dat een R6 apt gewoon 4 ton is. 3 ton. Maar volgens mij is het echt... 2 nog wat? 2,5? Ik weet het echt niet, man. Nou, is nog fucking. Is een prank. Ah, oké. Okay. Even kijken. Wacht eens even. Hey, kerel op die motor. Ja. Kun je mij even afzetten bij een garage? Ja, is goed. Ah, top, man. Let's go. Eindelijk kom je mij ook zo ophalen? Ja. Waar is Adriaan? Oh, je bent hierin. Mag ik even vragen wie je bent? Ah, ik ben Dylan, man. What's up? Hij heeft geen rijbewijs, echt? De enige echte. Ja, ik leef wel, dus ik denk dat ik de echte ben, inderdaad. Oh, wat een eer dat ik jou een ritje mag geven, man. Geen stress, bro. Thanks voor de hulp, toch? Dat is geen probleem. Wat vind je nu van YouTube? Hoe, als in mijn... Weet jij of er iemand een knuppeltje verkoopt? Ja, ik weet inderdaad iemand die hem verkoopt, alleen... die zit volgens mij vast nu. Oh. Maar ik kan, ja, als je, wat zou het zijn, over een uurtje terugkomt bij ESB-terrein, iets halen. Ja, ik ga proberen, maar ik ben niet zeker. Ah, oh, ja, is goed. En wat een neef. Is cool, man. Thanks voor de lift, bro. Hey, rustig. Geen probleem. Yo. Ja, toch, een neef. Dylan. Yo. Ben je aan het bodycammen in je hoofd? Ja, nee, zeker. Nee, zeg dat nou niet, Dylan. Zeg dat nou niet. Maar nee, maar gewoon een vraagje. Ja, man, dat klopt. Oké, okay, is goed. Rustig. Even liken en subscriben, hè. Waar moet jij heen dan? Dylan, let's go. Ik ga gewoon weer naar ESW-trein, man. Ja, kom, let's go. Alright. Ik kom beter even zo'n dingetje doen, hè, in plaats van een lift schooien. Wat? Oh, zo'n... Ja, dat, kut, dat kon inderdaad. Kut, zo. Ah ja, helemaal niet aan gedacht, joh. Is die X5?
Ah, die zijn aan het drillen of zo. Ik weet niet wat het aan het doen is. Driller. Alright. Kaken. Kaak, Osha. Kaken of die. Ja, de kate is er al. De kate. Is die kate? Hoppa. Het logo weer fixen hoor, dat ziet er beter uit. Dat doet het weer niet. Nee, zo is het dik al, ik zeg je eerlijk, Dylan. Ja, zo gaat hij wel vlugger, hè? Minder wind. Ik zeg je eerlijk, dit is cleaner, always zonder dat logo zeg maar. Zonder die Spirit of Ecstasy. Dat kan niet, bro. Disrespect. Maar dit, als jij een beetje jong bent, zeg maar, moet je zonder logo rijden. Als je een beetje ouder bent, zeg maar, die classy vibe, dan moet je met die logo gaan rijden. Ja, broer. Ik vind het juist fucking dik zo, man. Hey, Drian! Stop. Ja. Yeah. Zeg maar, Adrian, we willen jouw mening weten. Ja, dat kan toch niet? Zonder logo of met logo rijden? Wat vind jij dikker? Nou, ik zeg met, man. Oh ja! Yeah. Ik persoonlijk, ik sta zelf niet eens die artikel. Hey, wat is dit? Dik. Adrian, dat is maar, helemaal... Hij is wel, nee, hij is wel dik, maar snap je, ik persoonlijk, ik vind het geen meerwaarde hebben. Ah. Kan je meer vrouwtjes fixen? ik heb eigenlijk echt geen idee hoe dit spel... Wat vind je van YouTube in het algemeen? Ja, dan weg, wat is het spel, wat is het spel? Jezus, man. Wat is dit voor driller scooter? Ik ben hier om met mensen te praten. Ik ben heel aardig. Hey. Motor geswiped. Ja, man. Ik heb een dikke motor geswiped, hé. De ding is ook altijd wit. Kan je deze niet van kleur veranderen of zo? Besturen. Die meer gaan doen met de grote bank. Ah, ja. Kijk jij of Stefan wat mee doen of? Ja, moet even wachten op hem inderdaad. Ik kaap deze, die is niet van ons. Ik hoor iemand fluiten, maar ik zie hem niet. Ja, hey, wat als we met de scooters gaan vluchten uit de grote bank? Oh, kut. Ja, dan kom je niet weg, denk ik. Twizzies. Ook niet. Zo. Zo, ik heb hem even geparkeerd. Je hebt ik zie hem niet in staan, waar staat hij? Hieronder. Achter je arm, ja jongen. Hoe moet ik die naar boven doen? Hé, kerel, wat doe jij op dit terrein? Hij is hieronder. Ja. Hoe moet ik deze motor naar boven doen? Hé, kerel, wat doe jij op dit terrein? Je mag hier niet eens komen. Nee. Je hebt toch spieren, meneer? Til hem op je schouder. Hij misgendert mij. Wat? Hij misgendert jou? Wat hoor ik? Maar hij weet niet hoe het spel werkt, maar we kennen de emotes wel. Hé, opzaten van het terrein, hey! Neef. Wegwezen. Nee, ik wil mijn scooter. Dat is niet jouw scooter, die is op ons terrein, is nu van ons. Bro, dit is... Hij is geschaft, noemen we dat. Ja, die is van ons. Mag ik dan een lift? Ja, mag geen lift. Meep, meep. Juist, Boeker, wacht. Ik ga achterop. Jezus, karre. Meep, meep. Hey! Je hebt ook een scooter in je hoofd. Ja. Is dat zo eentje? Nee. Deze heeft meer cc, 100%. Is een motorscooter, hoe noemt zo'n ding ook? Laten we hem opdrijven. Ja, wacht, ik ga weg dan. Hoeveel zou dat kosten? Nee, scooter. 18k, Adrian, deze is 18. Jezus, dit is echt niet normaal. Wat vind je van YouTube in het algemeen? Mag ik mijn motor? Ja, gewoon nice, man. Ik vind het zelf gewoon heel nice hoe YouTube werkt. Alleen, ik mis een beetje echt een game. Kijk, ja, roleplay. Is een game wat gewoon bekend is, toch? Maar zo'n hype zoals Fortnite. Ja, kijk, vooral omdat ik gaming gerelateerde content doe. Ik mis een game die echt gewoon gaat, weet je wel. Jongens, ik moet weer zeiken, is niet te geloven. Oké, wacht heel even op stuiven, man. Let's go. Jezus, ouwe. Ik wil wel even een bankje gaan knallen, man. Hoi. Stuiver, waar is Stuiver? Hoi. Ben je niet helemaal lekker? Nee. Zien, Stuiver. Hij heeft zo'n bruin logotje, toch? Ja. Ga lekker in het water liggen met je fluitje. Oké, moet je mee? Badapapapa. Hey, kerel. Yo, kerel. Hey, wat bent u doen dan? Ik, gekke politietransport. Hier zo bij AB. Wat? Ik was aan het rijden naar de telefoonwinkel voor mijn bodycam. Ja? Yeah. En ik zie gekke vijf van die gekke Panzer, de G-Wagons.
Ja? Yeah. Oh, what the fuck? En toen... Oh, dear. Wat ga jij doen dan? Toekijken of... Ja, ik weet niet. Ik wil weten wie ze transporteren. Zo fucking veel man. Oké. Moeten wij je helpen? Ook zijn... Nee joh, het is gewoon even afkijken toch. Ik weet niet wie er vast zit, dus ja. Ah, is goed. Dadelijk zit Robin Peaky vast. Hè. Stikken. Ja, nee, dat snap ik. Ik kom er even aan, oké? Ga ik even meekijken. Ja toch, is goed. Ik sta gewoon onder bij AB. Is goed. Yo. Yo. The fuck? Ik kan mijn telly niet ophangen. Nice. Hey Adrien, kom eens even mee. We gaan even naar HB rijden. Er is iets geks gaan ofzo, zei je Stuiver. Een hele convoy en shit. Convoy? Ja man. Ik weet niet wie er... Dus ik kan... Nee, ik ga gewoon zonder. Daarna moeten we verzamelen op Broderterrein voor die bank. Grote bank. Ja, is goed. Ik heb alleen maar 90 euro. En ik heb voor de rest niks. Oh, deze stad heeft zieke hoofdpijn. Ja, ik weet niet wat het is nu, maar het is erger dan net. Oh, kut. Oh, jezus. Oh, ja, ik hoor je niet zo goed meer. Oké, jongens. Nou, wie zou daar nou zijn, hè, jongens? Maar in game mogen we niet weten, maar we gaan toch even kijken. Zwaar gecrashed. Ja, die hoofdpijn is insane. Nou, bij mij rijden we gewoon goed. Hoppakee. Boah, bij mij is die auto helemaal plat. Ja, ik weet, man. Het is behoorlijk hoofdpijnachtig, zou ik maar zeggen. Een bunny, jong. Heb ik nou die motor geschept? Nu rij je Eclipse Alpine. Ah, nou, dat is Brother. Heb ik nou die motor geschept daar, of niet? Ja. Huh? Ai. Ik rij gewoon midden op de weg. Bro, bijna dood. Gewoon puur omdat je op mijn beeld overal aanrijdt. Ben je dood? Bijna dood. Nee. Oké, ik ga heel rustig rijden dan. Nee, maar dat is gewoon al rij je rustig. Dit is gewoon deze stad dat nu problemen heeft, waardoor ik overal aanbox. En... Maar jouw HP-dingetje is nu bijna weg. Ja, toch al flink halfweg. Wat? Nice. Die rol is 5 ton, jongens. Ja, is wel een duur ding. Ja, what the fuck. Ik rij gewoon een beetje rustig. En die auto, dat is geen auto meer. Het is bijna de vorm van een scooter. Ja, bij mij is alles nog helemaal chill, zeg maar. Maar rijdt deze auto oprecht echt lekker? Of? Ja, ik vind het best wel nice rijden. Tuurlijk, kijk, een Bugatti rijdt beter, maar het is gewoon prima. Is dat Stuiver daar in die boek? Ja. What the fuck zie ik? Is de koning hier of zo? Ja, even kijken hoe wat. Hey kerel. Yo, ik denk dat ze al vastzitten, man. Ja, ze is al terug. Ah, ik zie hier Augusta net landen. Oh, what the fuck? Oh, je staat achter me. Ja, ik ben. Oh. Waar is Stuiver? Ik zie hem niet meer. Hij zit in die auto. Jezus, wat een hoofdpijn, gast. Yes. Ja, de stadtrip. Oh, dus er is hier niks gaande meer dan? Of, Ik vermoed dat ze vast zit, want ik snap niet waarom er anders een Zulu zou landen daar zo. Nee, oké. Oh. Wie was het dan? Weet jij dat? Ik denk Char en Joopie dan toch? Oh, dat kan wel. Ja, want ik weet niet waar ze is. Ik zie er nergens. Stop. Nou, misschien kunnen we even navragen. Ook goed, jongen. Ja, is niet normaal. Kom, we gaan er gewoon oprennen. Kom. Ze gaan je aanhouden. Kun je gewoon door? Ik heb mijn tablet meegenomen en ik heb een paar vragen. Heren, jullie mogen hier achter de hekken gaan begeven. Oh, moeten we weg? Wat een paar vraagjes namelijk. We hebben een paar vragen. Dat is wat ik lief vraag. Ik ken het ook niet lief gaan vragen. Nee, ik heb genomen dat jullie een transport gingen doen. Nou, daar gaan wij geen antwoord op geven, dus je mag de trein gewoon even laten. En wie ben jij? Ik ben Bob, maar je mag even achter het hek gaan staan, ja? Ik ga tegen jou je mag praten. Nee. Eerste vordering, trein verlaten. Nee, je mag niet. Kijk die fucking... Oh, dit allemaal van die SV's daar, gast. Ja, dat maakt mij niet uit. Eerste vordering, derde wie ben vordering jij? Word je aangehouden. Ik ben Pieter, je mag niet achter het hek staan. Meneer met masker, tweede vordering, derde word je aangehouden. Doorlopen. Oké, nou, we gaan kom bij het hek staan dan, anders moet ik weer terugkomen. Achter het ja, is goed, maar dan ga jij hier tegen het hek. Ik ben niet je hond. Nee, maar je hoeft wel te luisteren. Nee, maar je kan wel het lief vragen en niet dollopen. Anders ga ik hem niet aanhouden. Ik zet dit ding even uit. Jezus. Maar van deze Pieter Post niet. Nou, dat maakt me niet uit. Pieter Post.
Hé, hey, luister, ga nou niet gek doen voordat ik die helm van je hoofd afstomp. Oh. Draaiingambtenaar Flinksie? Dat weet ik niet. Het is pas een bedreiging. Het komt echt als een bedreiging over. Vind je? Nee, die stijver, hè? Hey, hallo, onbeschofte Pieter. Hé, hey, dat is Cassie, of Bart. Kunnen we niet even de boel hier blokkeren ofzo? Volgens mij ben jij de enige die op dit moment onbeschofte is hier. Kom nou eens hier, Pieter Post. Heb je informatie gekregen? Heb je geen rol gekregen? Ik wil een paar vragen stellen. Nou, ik heb alleen die vraag. Hey, die motor. Ik heb genomen dat jullie een transport gingen doen. Dat heb je helemaal verkeerd genomen. Daar heb ik niet verkeerd genomen, want anders zouden we deze hier dat niet zeggen, hè? In zijn portretje. Dat is al één. Wacht maar even, dat is geen training. Dit is geen training, dan kan je mee. Ik ben helemaal goed. Maar wat de fuck, ouwe? Ik ben van de pers. Heeft een van jullie een jerrycan voor mij? En je rijdt me aan, vriend, op zouten. Wat doe je? Ik rij je geen eens aan. Ja, sorry, ik kan nu met je praten als iedereen erin binnen. Precies, verbouw maar geen nieuwe kapot. Oh, jezus Christus, het lijkt echt teringer. Zo, wordt even plat gereden door die guy. Nou, ik heb het gevoel dat hij. Je gaat niet zeggen dat je de burgers van deze stad niet kent. Sam, ik ken jou wel, Adriaan. Volgens mij zat ik jou gisteren nog achterna. Dat we weggaan bij de poort, collega. Waar is Shalena en Jopie? Hey. Nee, ik heb niet zin in het voordeel. Ai, verdillen. Heb ik ook nog niet verstuurd, hoor. Maar in ieder geval bij deze zijn we klaar om te praten. Nee, helemaal niet. Hebt u informatie wat er gedaan is? Nog strafvermindering. Jezus. Ik heb begrepen van een betrouwbare bron... Maar ja, die tijd gaat wel gelijk lopen. ...dat jullie Charlena en Jopie mee hebben genomen, dus ik vraag waar hun zijn. Als jij het van 1 december hebt begrepen, dan heb je het helemaal verkeerd begrepen. Die kerel weet niet waar hij het over heeft. Ja. Oh, dus je zegt dus met andere woorden, je zegt nu eigenlijk van, kijk, weet je wat hij zegt, terwijl hij niks heeft gezegd, maar je toestemt nu eigenlijk op een ja op mijn antwoord dat hun hier zijn. Het is wel een zieke escort eigenlijk. Goeiedag, ik ben Bart. Niks waar is van het verhaal, dus... Goeiedag, okay, bedankt voor het ja zeggen op mijn vraag, dat jullie Charlena en Jopie... Hij mist je gered of zo? Ik mag niet op recht staan. Oh ja, even de collega's even achter me, alsjeblieft. Ik ben dat op dit moment bij je onze uitgang aan het blokkeren. Dus collega, even achter mij, alsjeblieft. Oh, Sam is weer politie. Collega, graag even achter me. Baas zegt nou al 3 keer, ga achter hem staan, dus ga achter hem staan. Stijf, jongen. Heren. Vertel. Doe mij een plezier. Ga alsjeblieft iets meer aan de zijkant op de stoep staan. Kan ik met jou een interview doen dan? Nee, op dit moment zijn we druk. Onze persafdeling, die kunt u zo meteen te woord staan. Zijn jullie druk met het vervoeren van Shalena en Jopie? Jullie zitten op schreeuwen, man. Wat? Want jij, meneer Sammy, stond net op schreeuwen daarboven. En toen heb ik gehoord dat jullie in transport gingen doen. Zeker niet, kut. Transport van Shalena en Jopie. Momentje, Bizon. Jezus, de FVS is tering, hè? Graag even aan de kant gaan, ja? Kijk, dat je niet antwoordt op mijn vraag is eigenlijk voor mij al een genoeg. Ja, ik heb het ook gevoel, inderdaad. Ga je doodmaken, politie. Ga je bericht. Het lijkt wel of dat de koning hier aangekomen is. Ja, hij is een belangrijk persoon. Ja. Kijk dan. Ik ben toevallig de koning, jongens. Oh. Ha. Reis. Koning Sammy, koning Sammy. Oh, ze gaan er vandoor. Nou komt weer een andere aspirantje. Sammy, je hebt je mannen niet onder... geen aspirantje, surveillantje, pik. Holy shit, ouwe. Je zou even achter het hek willen plaatsnemen, dankjewel meneer. Harry met de kleine lul. Dan zit je weer omheen, motor. Oh jongens. Meneer, zou je ook even achter het hek willen? Char wordt me toch vervoerd door een keet, ouwe, jezus. Maar ik kan niet meer opstappen. Kijk dan, 3 motoren, ik ben in de pers, maar ze geven geen informatie. Nee, inderdaad. Slecht, slecht. Ik denk... Ze hebben haar sowieso vervoerd via de heli. Want die is net geland en nu weer weg. Maar ze gaan nu toch weg, Stuif? Ik heb het gevoel dat ze hier nog in dit zit. Dit is bait. Geloof me. Bait? Geloof me. Hey, zo'n ding. Geloof me nou. Ik kan heel vies spelen. Je stapt bij mij in, ik ga je laten zien. Ja, oké. Okay. Ja, ik rij in die roze achter jou. Dat halen we niet, ik rijd te hard. Hey, ja, kom goed. Deze kan wel doen. Auw. Doe maar zo. Ze gaan via boven, ze gaan denk ik via boven. Yo. Okay, hoor mij. Hier, volg jij die ding? Ik ga iets anders zeggen. Ja. Ik ben van mijn motorkleding weer aan doen, jongens. Shout out! Meneer, hoor je mij? Ja, man, wat zo. Shout out! Is het een supporter of niet? Volgens mij niet, man. Volgens mij niet. Hey, gewoon niks. Dylan, ik wil nog steeds geld geven. Ik koop hem nu van jou dan. Hij is wel duur, bro. 5,5 ton. Ja, voor 5,5 ton mag je hem hebben. Dat is letterlijk goede prijs. Hey, Dylan. Yo. Hallo, hoor je mij? Ja. Mag ik je wat geld geven?
Ja, kerel, je kan helaas niet geld geven, man. Ze hebben die waarschijnlijk vergoed via Hilly. Nee, dat kan niet helaas, man. Sorry, bro. Nee, maar Hilly is daar net geland en weer opgestegen en is weg. Hé, bro. Geef me wat uren. Ik ga hem geven. Maar, Gekuis. Stop niet. Ja, maar we gaan kijken wat die banko weer te doen. Wat wil je hebben? Wat voor wapen? Ik heb een mooie auto. Nou, dankjewel, dankjewel. Dylan! Yo! Welk wapen moet ik voor gaan grinden voor jou? Nee, je hoeft niets te grinden voor mij. Jawel! Kom in de poppen die ik je ga doorsturen. Dat moet! Fokken, Dylan! Hey, boys, ga van Dylan weg, man. Ja, heren, moet even deze politie shit even bekijken. Wat dan? Wat is hier gaande dan? Ik heb het gevoel dat een belangrijk persoon vervoerd gaat worden. Ik wil de koning toch op beeld hebben? Geef mij nu een wapen! Hey, geef me één wapen, één kapsalon, ik ga nu naar binnen. Wat ga je doen met die kapsalon gooien? Ja. Ja, helaas jongens, ik heb geen wapen nu bij me. Nee, ik maak hoezo? Je hebt zo'n wapen. Ja. Jij bent de enige echte. Nou, ik heb er wel één, maar niet hey, nu Dylan. Bij me. Yo! Heb je geld van mij? Ik zet 25k aan hem in. Nee bro, sorry man. Ik ben al een paar dingen verloren vandaag. Dus dat wordt hem echt niet, man. Wat ben je nou weer verloren? Ja, dat mag niet mee. We gaan hem een AK geven, jongens. Juist. Iedereen gaat inleggen, we gaan hem een AK geven. Waarom moet ik inleggen als ik 25k aan hem in sta, Piet? Nou, heb ik nog al. Kijk, jongens. Zullen we een andere auto pakken of niet? Hé, rust af. Doei. Je krijgt alsnog die AK. Dus deze guy, wanneer hij, stel je voor, hij zou 1.5 mil zou krijgen, wordt hij nog gescamd ook voor die account. Ja, aandacht te kort, vriend. Ja? Ekke, we moesten hier tegen praten. Die helikopter zien stijgen. Ja. Stuiver heeft hem zien stijgen, dus... Dus er gaat een heli. Dan geef ik een contant als ik gescamd word. Dat vind ik echt niet kunnen. Pak je Bugatti. Ik heb het gevoel dat ze wel nog altijd niet weg is. Nee, nou, ik was niet toegestaan. Is niet toegestaan. Ik ga hem niet vertellen dat ze hier voor saus staan met zoveel mensen. Dat geloof ik niet. Is ook niet toegestaan. Nee, laat hem richting de stad toe komen. Ze weten wel. Yo. Dat we gaan iets gaan doen. Hoort ze iemand? Ja, kerel, ik kan je heel even van auto. Welke port is het eigenlijk? Stuur me dan. Die Ros rijdt wel goed, jongens. Ik kijk nu aan YouTube. Ah, hij is jou en jou, maat. Dankjewel. Ik kan vragen als je stopt dat of niet. Wacht even, kerel. Yo, Stuif. Huh? Wat zei ik je net, Dylan? Is ze al met de heli? Ze zit in de heli. En nu? Wat gaan we doen? Of kunnen we niks doen? Je kan toch met de heli eigenlijk iets doen? Nou, kunnen we niet haar bevrijden direct uit de gevangenis? Niet direct. We moeten haar er wel snel uithalen dan. Hacken kan wel. Oké. Ja, jij kan alleen vliegen natuurlijk. Ik kan helemaal niks. Ja, dat is fucked up. Ah. En als we haar gewoon snel eruit kunnen krijgen, want we willen ook een OV doen, hè, die bank. Even denken hoe we dit kunnen doen. Dat is een lastige. Wat wil je? Maar waarom gaat hier een hele keten staan dan? Ja, ik snap er niks van. Is jullie beter, zodat we hiermee bezig blijven. Ik heb rood lapje aan mijn nak gehouden. Dylan, hoeveel contant wil je? Ja, ik heb... Hey bro, ga families. Hele gaat nu de lucht in. Okay. Ik heb Selena in die heli zien zitten en nog iemand met een petje. Die helikopter is een grote rugtas, maar ik weet niet wie het is. Oké. Ja, ik ren nu achter jou. Ik heb Jopie niet gezien. Ah, die gaat nu opstijgen. Kunnen we niet bij dingen staan, bij de gevangenis met iets? We landen in de gevangenis. In de gevangenis? Kunnen wij daar niet binnenkomen? Alleen via agent. De helikopter zegt op, ze rijden. Maar ze gaan wel rijden, man. Ja, maar hun... Maar die helikopter is, volgt niet het konvooi, die heeft andere route. Ja, het kan zijn dat ze Jopie erin hebben zitten, maar ze hebben het gesplit, 100%. Dat is best logisch eigenlijk. Zodat ze er eentje kunnen sowieso vastzetten. Ja. Maar ja, we kunnen moeilijk schieten op auto's waar we niet weten dat er iemand in zit. Ja, dat is waar. Hey, wat zou je voor om nu te doen? Wat is het beste? Gevangenissoftware maken. Ja toch? Is dat op eiland of niet? Nee, is bij Light Vader. Oké. Ja, ik heb een telefoonwinkel. Ja, moet ik daar even heen gaan dan? Ja, op een stuk of 5 lege USB's. 5 lege USB's. Oké, dan ga ik die even nu halen. Yes. Nou, waar meeten we? Light Vader. Ken je dat? Weet nee, je man. Nee. Oké, je rijdt als je naar dingen rijdt richting. Hoe heet dat? Waar je auto's koopt. Weet je wat ik bedoel? Ik kom nog niet op de naam. Tweedehands.
car dealer, car dealer. Car dealer, car dealer, ja. Dan rij je daarheen en dan heb je zo'n paardje. Ik heb zo meteen daar staat een gebouw. Ik denk dat we iemand gaan bevrijden. Oh, ik weet waar het is, ik weet waar het is. Rode letters, ja, rijden, ja, 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 ja. Ik, we moeten iemand bevrijden. Als je daar naartoe gaat, dan kom ik daar zo heen, ja? Ik ja. Ben, oh, yo. Ik ben nu bij gevangenis. Ah, dan kom ik eraan. Yes, stop. Yo, yo, yo. Yo. Right. Misschien 5 USB's. Bang. Alright, jongens. Ze is gecrashed. Is de heli dood? Lukt het? Ja, die deur is zwaar, bro. What the fuck? Wacht. Ja. Ja, ja. Toch. Yo, Dylan, wat is het plan? Hé, hey, meneer. Oh, hey, yo. Meneer. Oh, neef. Wil je misschien deze wakkie kopen? Hey, ik heb hem al, man. Sorry, bro. Ai, huh? Ah, rustig. Ja, we moeten Sean bevrijden, bro. Ja. En als we dat even snel gefixt hebben, dan kunnen we daarna even die OV knallen. Kijk, ik heb USB'en en dan moeten we hier nu heen. ESB heeft de USB. Ah! Maar is echt de ding ontploft? Ja, dat mag niet weten in game natuurlijk, maar lijp. Lijp! Hoe dat dan? Maar is dat legit gegaan of niet? Ik moet weer zeiken. Oh, ik blijf echt af van dit, bro. Zeg revive. Oh, wat? Ah, ik moet heel veel in mijn hoofd. 1 seconde. Ja, ik moet weer zeiken! Ja, we moeten dus nu naar Eiland. Yo, Dylan. Hallo? Oh jongens, liters ook gewoon jongens. Gadverdamme. Oké, ik heb even een dikke vette pepernoot gepakt. Nou, ik ben er weer. Yo, wat gaan we nu doen? Ja, Stuyve moet even hierheen komen. Hij komt eraan. Ik heb die USB-stick gefixt. Maar denk je nu zelf niet dat ze gaan beveiligd worden? Ik weet het niet, man. Ze gaan sowieso denk ik in isolatie zitten, dus je moet al meer dan één keer gaan hacken. Mhm. Maar even kijken hoe en wat. Hou aan. Wie is deze? Oh, hey, Adriaan. Ik weet niet, man. Ah, wie denk je? Ik weet het ook niet. Hey, Stuyve, moet jij die shit hebben? Kom hier. Ik ga jou laten... Ik wil er 2. En dan ga ik jij zelf moet ook gaan proberen. Oké. Moet ik in de auto leggen? Ja, anders kan je ze niet geven, volgens mij. Yo. Deze stad tript hem op mij. Ja, ja man. Oh, Stuyve is aan het vliegen bij mij. Ja. Jongens, stroopwafelpepernoten. Er is maar één manier om dit te counteren, hoor. Gek, dit is lekker, man. Stroopwafelpepernoten. Hé, hey, deel kom. Miel. De gevangenis USB's maken en dan kom ik wel. Wel weer raar dat je in een gebouw dan wel weer 100 fps hebt, hè? Zo apart. Je moet hier de kamers in delen. Oh ja. Hier. Okay, wat moet ik doen? Gewoon hier... Ga je hierin staan, in die cirkel, in die puntje, pijltje. Ja? Yeah. Gevangenissysteem. Yes, en dan moet je proberen te hacken. Oh, ik heb het nog nooit gedaan. Wacht, wat moet ik eigenlijk doen? Ik snap het niet. Oh. Je moet die cijfers vinden. Er staat een cijfertje, zeg maar, die moet je vinden. Oh, die linksboven moet ik vinden. Ja. Oh, zo. Kan je bewegen. Kijk, linksboven kan je bewegen met WASD. En die rechtsboven kan je met pijltjes toetsen. Oh, oké, wacht. Ik snap. Oké, ik doe hem zo meteen opnieuw. Maar wat moet ik vinden? Die cijfers die je daarboven ziet staan. Die staan ook één keer stil in alle cijfers die bewegen.
Oké, wacht. Laat me dat nog eens zien. Hè? Ik zie nergens iets boven staan, man. Langs jouw tijd, zeg maar. Als je wil dat ik het nu delen kan ook. Mag ik ga nog een keer proberen. Welke moet ik pakken? 20 BB D19. 20 BB. Deze. Die. Oh, en dan D19CC. Johnny. Faalt. Ik snap er geen kut van. Oké, okay, ik snap hier dus helemaal geen shit van. Ik geef hem maar... Dikke doen, Dylan? Ja, dan kunnen we even naar de auto. Oh. Ah, kom maar. Hè. Ja, ik weet niet. Probeer eens of ze ze over kan geven. Oké. Nee, kut. Nee, kom maar even naar de auto. Ik snap het niet. Moet dan... Oh, wekkertje, je weet. De bovenste... Ik snap geen shit van, het zou wel. Ja, je ziet ze stilstaan in je scherm. Oh. Nou, het zal wel. Ik ga dat wel een keer wanneer er geen haast is proberen. Die baseline. Mitchie, let's go, maat. Nummer 3. Let's go, man. Ik heb no baseline. Hey, Mitchie met de 3 zegt... Yo, ik ben er weer. Was net even twee... Wat? Net even twee tellen uit. Maar waar... Oh, zo. Waarmee ben je nu bezig? We zijn aan het hacken, man. Om voor Char... Char te kunnen bevrijden. Yo, neef. Mitchie, het 1 van de 3, man. Kan je me naar ergens brengen? Wat? Kan je me naar ergens brengen? Helaas nu niet, man. Sorry, bro. Sorry, man. Heb je dan een beetje geld voor... Nee, ik heb een auto nodig, man. Nee, sorry bro, ik kan helaas geen geld missen op dit moment, man. Oh, okay. Sorry, maat. Ah, ik ga even naar binnen, man. Yo! Oh, dus ze staan stil. Die nummers staan stil en daar moet je dan op klikken. Oké. Okay. Nee, dan ga ik wel eens een keer proberen, man. Wel vet gebouw eigenlijk, hè. Hoe die geskind is. Wel ziek. Hier heb je dan zoveel FPS. Het is zo apart dat dan gewoon... Omdat je niks in hoeft te laden buiten om je heen. Pak een raam. Waar is Stuif dan? Ah, eentje is ook oud. Meid. Ben je nog aan het installeren? Nice. Yo. Dylan, ik heb ook informatie gekregen dat ze net is geland met de heli. Zitten drie mannen. Oké. Hé, hey, wat is de situatie? Ja, Char en nog twee collega's zijn opgepakt. Adriaan. Qua uitbreken? Hé, hey Adriaan, er zit ook een ding. Hoe heet die DC-helikopter? Augusta. Ja, die zit ook. Augusta zit boven gevangen. Oh. Ja, dit wordt echt heel moeilijk. Ik denk dat ze in de buurt gaan blijven en of in isolatie gaan worden gezet. Ja. Weet je wat ik zal doen? Gewoon van afstand beetje. Oh, die pepernoot jongens, echt niet normaal. Voeren en vrij vragen. Ja toch. Ze zijn met drie, hè. Hier? Ze hebben drie collega's van jou. Jezus, hè. Shark, heel heet hier zo. Yo. Yo broeders, doe even iets geks, man. Dan kunnen we viraal gaan. Is goed. Wacht. Oh, die. Ging je beatboxen of... Je moet kijken dan, dat is gek, man. Dat is op zich wel redelijk gek. Mm-hmm. Maar het is niet gek genoeg voor straat hier, bro. We moeten door, doe. Dus als je ziet Sandra van het CDA, we kennen zijn stem. Hey, bro. Kan je die baan doen? Oh. Dat hoor ik. Zo, balzak. Ja, dat is die Lissandro, hè. Dat dacht ik al. Zo. Hey, wacht. Hey, ik ken jou. Keyfash. Adriaan, stop in. Nee, ik heb betere dingen te doen. Toh, iets homotje. Ah, broer. Hier, besef, je bent gewoon uitgescholden door een muis. Ja, ik kon niet zeggen. Dat is een snuffelmuis. Die zit te wachten. Oh, hier is hij. Yo. Ja, ik heb ook gedaan. Oh, wacht, is die open? Hele goeie show ding. Hey, Papito, die kan je Bentley moest er nog poppen. Ja, heel origineel, maar je kan wel weer doorrijden, bro. Nee, ik ben 11 jaar oud, ik ga jou poppen. Oh, nee!
Wil je een X5 kopen? Ik zit bij de Mickey Mouse Clubhouse. Ik heb een dagkaart. Moet ik ze eruit pakken? Nee, ik kan ze niet erin leggen. Was je een nummer te tillen? Oh, ik kan ze ook niet geven. Hé, waarom kan je ze... Wacht. Wacht, ik ga er eerst even... Ja, joh. Rij mij anders even over, maf Kees. Dat lukt niet, man. Wat is dit? Ja, die stad heeft weer problemen. Ja, ik tript hem fucking hard. Jezus. Ja. Gaat het goed, Mr. Muis? Jij kijkt er nog in of zo, volgens mij. Ja, maar ik... Ik kan ze niet inleggen. Kan ik in die auto? Oh, wacht. Nou ligt ze erin. Nou ligt ze erin. Ja, ja? Oké. Okay. Ja, nou ligt ze erin. Bro, die hek is easy, ouwe. Oké. Okay. Ik een beetje voetje. Ja, ik heb ze. Oh, ja, toch? Ah, wat gaan we doen? Ja, maar hoe... Wat voor een ding is het? Wat voor een systeem? We moeten even naar eiland. Oké. Okay. Nog. Hey, let's go. Dus, kom naar vliegveld. Hey. Alles hier is tempo. Kan ik nog met je praten? Tempo. CH5. Ja, zo'n driller. Oh, die weer tof doet. Oh, ik ga je poppen! Oh, jee. Mee, ja, is echt gek huis hoor. Ja. Hi, jongens, hoppa, naar eiland, man. Met stad, of wat? Hey, ja. Wat is de bedoeling nu? Wij hebben die software nu. We gaan nu naar eiland even. Killen. En dan gaan we naar de gevangenis, ja? Er staan meer dan 10 politieauto's. Ik heb een bazooka gekocht net, man. Met de Even kijken of we iets kunnen doen. Maar waarom wordt zij zo zwaar bewaakt dan? Ja, omdat ze weet dat ze gaan worden uitgebroken. Ja, dat is toch gewoon een dikke neusactie. Ja, dit is, kijk. Dat is dan toch weer overdreven heftig. Ik bedoel, bij... Een ganse aanhang heeft, waardoor ze al weten dat ze gaan worden uitgebroken, alle drie. Oh, dit? Schrammetje. Het is wel weer een beetje overdreven. Bedoel, we kunnen niet eens de mogelijkheid hebben om iets te proberen, zeg maar. Ah, we kunnen wel proberen, maar ik denk hoeveel heksen voor isolatie dan nodig zijn. Je hebt drie collega's ook, hè. Ja. Ja, en je moet mij niet laten hacken nu, bro. Ik weet niet eens hoe dat werkt. Kom maar, kastje. Right. Hij is jullie al op vliegveld? Nou, ik zie jullie. Wat zei je? Een collega van mij zag drie mensen in die heli. Een jongen en twee meisjes. Ja, dat wel, maar... Kut, we kunnen niet met z'n allen in die heli. Ja, dat is Jano. Yo, man. Wagwan. Dat was Sam. Ah! Oh, mijn pepernoten! Adriaan hier ook zo te zien. Oh, de Adriaantje. Wat gaan jullie doen? Verkopen? Ja. Ja, man. Ik moet nog... Ga je straks mee grote bank doen? Licht. Als de stad normaal doet. Ja. Ik heb 50k op de bank, dus ik moet wel even grinden. Ah, joh. Komt wel goed. Ja, een lampje. En nu dat... Dat is een kut hekje natuurlijk. Ik ga vijf kopen. Hallo, wat zeg je? Oh, hacker ding. Ja. Ik dacht jullie gaan rippen, maar dan was het de moeite niet waard. Nee, dat ga ik nu ook niet... Waar ben je nou weer in één keer? Wait, yo. Hey, Adriaan, we zijn hier. Ik heb niks met wapens. Hier is Dennis met Johnny. Ja, dat is allemaal natuurlijk daarnet. Ja. Stap je door die hoofdpijn. Inderdaad. Die pepernoten zijn echt lekker. Ja, dat is goed. We gaan nu... Ik vlieg even naar Eiland. We gaan nu richting Eiland. Ja, dat is goed. Wij ook zo. Ga maar even mee. Jalas op die baseline. Zo, let's go boys. Eet Steve, één vraag. Adria, gaan jullie dingen halen om uit te breken? Om te hacken? Nee, kijk, dingetje. Kijk, onze team. Adria, mijn zoon doet dat hoeren, maar je kan geen eens de poort in. Kijk, dat laatste. Hoe moet je daar naar binnen komen, uitbreken? Bro, ze gaan daar niet blijven. Ja, denk het niet, hè. Ik heb net Ek Kamar ons wel even met Sam langs gaan. Ik weet niet of hij blijft verrassen. Ja, komt dit. Yes, ja, deze hele is echt nice. Geen idee, Scott. Hey, maar gaan we überhaupt wel iets kunnen doen daar? Ik heb hoeveel collega's dat er nog steeds 10 voetuigen staan. Weet je wat is? Jullie willen een grote bank gaan doen, toch? Ja. Ja, maar er staat ook kut daarvoor. Hey, want ja. Ik ga maar niks zeggen, want je weet maar nooit trouwens. Ja, maar de stad is te kut voor... Ja, inderdaad.
grote bank op dit moment. Mm. Maar ik zit hem als ze gaan, is het fucked up. Ja, we proberen. Want ik kan jullie, man. Worden we gepakt en worden. Bro, jongens, ze hebben even honger, man. Niet normaal. Mm. Soms heb je zo'n vreetkick in. Vooral in de avond heb je dat zo erg. Nou, die is bij mij nu. De FWE, Dylan, is dat echt de allernieuwste? Ja, man. Denk het wel. Denk het wel, ja. Ja, ik ben benieuwd of dit gaat lukken. Oei, joh. Bro, door die hoofdpijn vliegen we soms op de zijkant. What the fuck? Oh, bij mij zaten we nu het water opeens. Op de zijkant vliegen we wel. Iedere jet ski. Ja, dat komt omdat ik sneller vlieg. Dan ga je links, rechts of zo. Heel apart. Kijk hoe snel je ook op eiland bent, hè, jongens. Niet te geloven. Zo'n heli moeten we echt hebben, man. Dan worden gehouden door rippers. Nou, we hebben toch niks. Nee. Ja, die USB-dingetjes. Waar liggen die? Waar liggen die? Die heb ik vast. Oh, die we nu gaan halen. Ja. Geen nee, man. Hij blijft zitten. Hoi. Oh, ik denk in de hangar. Zo te zien ook. Stel je een beetje. Oh ja, daar in die pijltje denk ik vannacht. Oh, jongens, ik bedacht, ik ga stoppen. Kijk, je hebt dus twee soorten pepernoten bij die stroopwafel. Kijk. Je hebt deze, de normale, tussen haakjes, daar zit karamel in. En met zo'n heel laagje eromheen. Een soort chocola, maar dan net, volgens mij, chocola, maar dan karamel versie of zo. Wat een goeie man. Waarom schudt hij zo met die hele. Nou, sta je een beetje scheid met vliegen. Nee, ook met je nek, man, is dat. Ja, zo'n vliegbuffethaal is wel lastig, denk ik, man. Je moet gewoon heel die heli kennen. Je moet allemaal dingen onthouden. En ik weet niet eens hoe die toets gaat, man. Ho! Nou, dat lijkt een beetje. Vlieg bevriend, man. Ja, maar ik heb deze pepernoot van Char gekregen. Volgens mij bij de DK heeft ze die gehaald. Gaan we nu naar de dingers? Ja. Hoe is de risico voor, man? Dylan, heb je vliegbevet aanvraag gedaan? Nee. Want ze staan open en nu. Ja, maar bro. Nee, maar weet je wat het is met je vliegbevet aanvraag? Jij moet een hele bijbel in. Ja. Nee, hoeft niet, hoeft niet. Nee? Oh. Nee, als het maar origineel is. Huh? Dus de aanvraag moet origineel zijn? Ja, je hebt tot morgen de tijd. Oh, wacht, dus je moet een Wacht even, ik moet heel even snel op mijn telefoon in mijn hoofd even snel iemand bellen. Eens kom ik. Ja. Maar, Heb je die linkje van die gemeente-app van de vliegschool? Ja, ik zit er al in. Maar ik zag zo'n hele toetsding wat je moest willen lezen ofzo. Nee, dat is voor je trainingen. Oh. Wat is jouw hoe ga ik dat uitleggen? Jouw handleiding met alle regels en zo. Maar die moet je wel leren, zeg maar. Je krijgt de vragen uit, maar je mag ze er wel bij gebruiken. Dus je mag hem links van je openleggen, gewoon meenemen naar jouw training, voor examen. Ja. Rafael, let's go! Ga je daar vanuit. Oh, oké. En je moet dan zeg maar een leuke aanvraag gooien. Ja, precies. Nee, ik heb ook een aanvraag gegooid. En jij hebt gezegd, ik wil gewoon kookpushen van A naar B. Ik ben Rafael Schroeder met een drie naast met de vieze SO naar Rick Boyd. En Natasha met een kleine piemel. Of Natasha? Ja, Natasha met een kleine piemel. Shout naar Rick Boyd. En Natasha, je hebt een kleine dik. Hey, Rafael, thanks voor de drie maatje. Oké. Yes. Oké. Ik dacht, je moet dat hele boek. Ja. Oké. Ga ik wel even naar kijken, man. Zeg eerlijk. Zo'n heli wil ik wel hebben. Fucking lijp, boys. Even een beetje vliegen. En mijn andere, wat heb je voor aanvraag gegooid dan? Bro, ik heb gewoon gezegd van mijn oma moest begaan en mijn droom was altijd te worden bij het leger en Ja, dat ik mijn opa wel een keer meenemen op
rond de stad. Dat en bitches van die shit. Ik weet niet of dat goed is, maar. Afgekeurd. Kan ik niet gewoon zeggen van, joh, de flitsen worden me te duur, ik wil gewoon lekker boven al die flitsen vliegen. Wat hè? Dat ze gewoon zeggen, ja, die flitsers wordt me allemaal te duur. Ik verkoop al mijn auto's om een heli te kopen. Dat is goedkoper. Nee, dat weet ik niet. Je moet... Die manier van Adriaan is ook niet goed. Ga file skippen. Niet. Nee. Maar waar letten ze op dan? Jezus. Je hebt hem al gehaald. Ik ben zelfs instructeur. Ben jij instructeur? Oh. Ja. Hey, moet je een pistool hebben, Stijf? Knal mij even zo'n friemel in de handen dan. Ja, dat kan ik helaas niet. Nog niet. Wacht, nog niet? Aha, twee pistols. Ik ben student-instructeur, dus ik moet nog even wachten daarmee. Oké, okay, oké. Okay. DSI is nog steeds aanwezig, hè, jongens. Ja, die gaan daar ook niet weg. Die gaan na 2 uur zitten, moet ik jou vertellen. Oké, okay, wat is de planning nu? Kijken. En ik moet heel even snel mijn eten doorsturen voor thuisbezorgd. Yo, ik blijf even zitten, jongens. Ik hou even mijn USB-stick goed. Ah, jammer, kut. Ik sta weer. Ik ga flank ziekenhuis, anders moet je even instappen. Yo, ik ga mee. Ik heb ook een klap. Ja, laat me bij iemand instappen, dan kan ik ondertussen even kijken. Ja, is goed. Oké, auto Adriaan? Ja, is goed. Stap maar in. Ah, ja, toch. Nice. Huh? Ik heb wel weer HP erbij. Ik dacht dat ik HP eraf had. Beats, what the fuck? Alright. Ik weet niet wat dit is, ik tank hem vol voordat ik hem in de garage zet. Ik ga hem maar uit en is leeg. Ah, kom door de stad, kom door de stad. Ja, we hebben een Rolls Royce. Hij blijft dan nice. Ja, niet normaal, jongens. Ik heb veel bloed zien vloeien, meestal niet mijn bloed. Vaak eigen bloed, die jou het liefst pijn doet. Het loopt vast als het trouwens doet, als het verschrikt. We zijn in het ISBS voor een prom. Wat? Ja, je moet even Twitter kijken. Wat? Wat is dit voor onzin? Gaat die jena's. We zijn in het huis van de ISB voor promo. Stroom is hoog. Altijd ready gang. Ik ga even langs ziekenhuis, want ik moet even, ik ben 1 HP. Nice, dit gaat nice. Ik doe het gewoon even naar die guys. Ik zal zo even die donut golf oppompen. Ja, Sleazy, de groeten. De groeten. Draait om. Oké dan. Aina, stel ze rippen nu repackjes. Of die. Ik blijf gewoon lekker zitten. Dadelijk rippen ze mijn USB-sticks. Hoezo? Ze mogen toch alleen centjes en Nee. Items. Oh. Ik wil achterin zitten, dan kunnen ze met... Nee, kut! Wacht. Aina! Kom even naar binnen dan. Kut! Waarom heb ik die kuthelm op? Wat is dit dan? Heel eng, Adriaan. Moet je nou doen? Heel eng. Waarom heb ik die helm nou op? Zet hem af! Ik ga die helm niet afkrijgen. Zeg maar zo. Waar zijn jullie? We zijn er weer. Oké, knal even die auto erover. Hey, Adriaan, wil jij goed nieuws weten of slecht nieuws? De auto is ik heb twee nieuws. Beide. Ja, welke wil je eerst? Goed. Goed nieuws is dat voor gevangenis helemaal clear is. Geen politie. En slecht nieuws is dat DC binnen is. DC is nog steeds binnen. Ja, ik heb ze zelf gezien binnen. Gaat hem graag rond. Heb ik ook foto naar jou gestuurd. Er rijdt ook van alles rond. Oei, jezus. Rond. Jouw nicht. Ik ga er gewoon vol staan, joh. Voor die niet. Bonen en... Jongens, jetter. Oké. Aha. En jullie nu dan nog steeds eiland? Nee. Holy shit. Wij komen nu aan de ingang. Oh, daar gaat mijn HP wel, jongens. Kijk, volgens mij... Ja, door die boom is letterlijk mijn HP er nu af. Oh, wat drama. Ja, toch. Yo. Wacht, jongen. Er zitten 2-3 DC-auto's daarachter. Dan moet je nu ik weet het. We gaan niet binnen, we zijn gewoon aan het kijken. Oh, ik dacht al. Ik dacht, jij gaat gelijk naar binnen, jongen. Ja, hoe gaan we dit ooit doen? God. Wacht. Hé, misschien zijn ze hier binnen. Ik ga naar binnen rennen. Oh, yeah. Ai, nou, ik wist niet dat je ging aanstappen. Maar zij. Oh, jezus. Oh, wat doe je, jongen? Wat de fuck?
Fuck, ik heb net niet zijn nummer. 417 of zo. 417. Ja, hè? Oh ja. Godver, nou, nu ben ik wel bijna plat. Jezus. Hey, ik leg even die zooi achterin, want ik kan er niks mee. Hier, kijk, er ligt in de auto. Hey, wie gaat naar binnen dan? Wacht, ik ga even kijken binnen. Fuck it. Er is niks binnen. Hier niks? Nee, DC zit achter te verstoppen. Tidi-tap-tidap-dum-tadap-tap-padap-papadap-pididap-badabom. Skidi-pa-padadap-pa-padap-pa-padap-pa. Hey, Dylan, ze komen eruit, ze gaan er nu uitrijden. Wacht, wacht, blijf hier, blijf hier. Ja, ja, ik zie een voertuig wegrijden. Oké. Ja, de deur is op slot hier. Hey, Dylan, even naar die camera beelden toch? Camera toezicht. Kijk, hier voor hem, hier boven. Die is zwaar achter aan het scouten, die auto. What the fuck? Bro, er is eentje weggereden. Bro, wat doe jij? Ja toch. Bro, wat doe jij? Wie is dit? What the fuck doet hij? Maar deze guy zit al de hele tijd om ons heen, joh. Hé, hey, ga eens weg, joh, kerel. Mijn motor flikker naast. Hé, hey, wat zeg bro, jij, wat bro? Wat zegt deze allemaal? Kut, die motor doet het niet. Oh, nu wel. Huh? Nice. Ja, je mag uitstappen, hallo. Hacken. Hey, staat de politie nog steeds hier? Want anders kunnen we gewoon naar binnen. Ja, denk ik wel. Wacht, ik ga eentje bellen. Ik zie nergens een auto of iets, hoor. Ja, ze zijn naar achteren gereden. Die is verstopt. Wacht, kom eens een rondje rijden. Wacht, kom eens halen. Oké, kom even een rondje rijden. Ah, ik kan niet achterop. Wat is dit? Ja, ah, kom. Yo, Herman, wat zijn jullie aan het doen dan? Zijn jullie nog binnen aan het... Even mijn pepernootje opmaken, jongens, dan hebben we de zak leeg. Ja, deel de locatie van je. Kom ik even kijken. Jij weet zeker hoe jij je loopt. Ik heb nog beest. Abdo met Eur nog steeds aanwezig. Die streamsluiten zijn zo kut, man. Ja, klopt. Het is echt niet normaal. Maar, oh, je komt wel goed, man. Abdo, denk voor de Eur, man. Wat zeg je? Adriaan. Die lid die binnen is, ik zeg stuur eens locatie. Hij zegt nee, dat kan niet. Dus dan weet je al genoeg. Adriaan. Oh, what the fuck? Dus die hoofdpijn. Bro, DC, ik zeg stuur eens locatie dan. Waar ben je? Kom ik even langs. Hij zegt nee, dat kan niet. Dylan. Yo. Heb je die USB's bij je? Ja, die zit in de auto hier. Maar waar ben je nou? Deze. Oh, jij gaat weer hierheen. Ja. Hey, stuiven. Ik kan er niet in. Oh, ik zit erin. Stuiven. Oké, okay, jullie moeten iets voor mij doen, ja? Jo, vertel. Yo. Bel wanneer de politie komt, ja? Ik heb je nummer niet. Deze is binnen. Is deze binnen? Ja. Ja, ze zijn... Ik heb schijt. Dylan, ga je mee of niet? Ja. Wacht wel, ik pak een... Stuiver, heb je Porto. Ik pak een Bugatti. Ja, maar ik ben op bodycam, toch? What the fuck? Deel, ga je niet mee naar binnen? Jawel, maar dan zetten we deze alvast klaar. Geef anders de Porto aan Stuiver, Dylan. Als we gepakt worden, 120 maanden. Kom goed. Mashallah, inshallah. Hey Adriaan, ik moest even knipperen. Wat is de situatie op dit moment? We gaan nu naar binnen, boys. Kunnen jullie misschien backup? Ik kan hem niet hacken of zo. Wij kunnen bij de gevangenis gaan staan. Ja, dat is goed. Ik kan niet hacken. De gevangenis ook als scout hebben en wij gaan hier gewoon... Hoezo kan dat niet? Ik kan hem hier hacken. Oh. Kijk waar ik sta. Huh? Ja, what the fuck? Ik krijg hem ook weer eens hier. Wow, yo, ik heb een keypad hackers meer, man, hierna. Oké. Okay. Ah, we zijn binnen. Of we gaan nu hacken. Ik hoor al sirenes, jongens. Kunnen jullie de boel daar blokkeren of een beetje hers? Ja, blok met X5, Hey, Daisy, kom. Ze zijn er. Ze zijn er, Stuif. Ze zijn er, kom. Ja, ik zit vast. Stap uit, hey. Ze komen binnen. Staan blijven. Wapen gericht. Hij recht niet bij. Wat zeg je allemaal, joh? Staan blijven. Stuif zit binnen, we moeten hem eruit halen. Wie is binnen, Stuiver nog? Ja, als een. Stuif zit binnen, kut, sorry. Oh, er wordt geschoten. Bro, ik word van tante vrij beschoten, mijn band is leeg.
Kutzooi. Stuif zit binnen, man. Ja, hij is al geboeid. Hij is al geboeid? Jezus. Ja, ik heb hem zien boeien door die deur. Hé, hey, afstand tegen de euro! Je, nu al? Ja, wat kunnen we doen? Dus... Godsamme, man. Kunnen we niet de boel hier helemaal kapot maaien of zo? Pak ik gun of blast die hier. Ja, kom, we gaan dat gewoon doen. Ik heb geen kogels zelf voor pistool. Ja, ik heb 24, maar. Zullen we gewoon. Oei, het lek. Of... Ja, bro, what the fuck is this? Ja, ik heb het gevoel als ik nu ga schieten dat ik mis, omdat, hè, de hoofdpijn. Ja, het is gewoon kut. Kunnen we die auto nakken voor hun? Stuiven kon nog opstappen. Jezus, gast, het lek. Echt niet normaal. Kijk dit dan. Nu al geboeid, ja, dan kan je hem ook gewoon niet meenemen of iets. Of hij kan niet eens instappen. Rij je weg, rij je weg. We kunnen hier toch niks mee doen, jongens. Bro, ze zit op mij ook gewoon zomaar te schieten. Ja, daarom, daarom. Kut, ik moet door die poort rijden, man. Oké, let's go, kom. Boos me. Ja, we kunnen niks doen. Schieten heeft ook geen zin. Ik bedoel, al je kogels gaan de lucht in, zeg maar. Ja, het is zo kut, bro. Hij moet nu ook al de 20 maken. Oh... Ook gewoon direct wisten ze het, hè? Ja, bro, ze stond, het lijkt of gewoon zo achter een hoekje stonden te wachten. Ja, man. De alarm gaat af en ze reden direct op. Bro, je kan, ik zweer het. Waarschijnlijk werd ik ook onder schot gehouden, maar ik rende precies toen hij de deur in kwam, rende ik naar buiten. Zeg, ik zei nog, stap op. Ja, ja, maar... Ja, ik zei ook tegen Stuif, stap op, ik ging met de airpacket, maar ja... Hij liep hij nog achter mij aan, ja? Ja, hij liep tot en met de deur en toen werd hij in de ja, dit is gewoon zuur, boys. André, moet jij niet eens even die band fixen, hè? Ja, ik heb geen packages meer. Dan moeten we die even halen. Nou, een package voor, jongens. Ik heb 4 op zak. Waar moet ik heen? We zijn Sandy Airfield. Ik kan niet eens mijn... Oh, mijn riem. Dat is goed, man. Ik kom naar jullie toe. Ik kan niet... nu wel. Dennis, ik heb je rug, dus rij maar. Dit is scheid, jongen. Knallen met die piepen. Ja, maar het ding is, als jij schiet, jij mist heel veel. Of je ziet een agent dat die golf niet en hij staat er wel, weet je wel. Maar dan ga jij schieten, terwijl er al een agent is. Ben je aan het tanken hier, of niet? Ja, man. Ja, man. Godverde, godverde. Yo, wie moest hebben? Wie moest hebben? De auto eruit. Ja, wat zeggen jullie, jongens? Naar binnen gaan met wapens? Deze, BMW? Oh, wacht. Nee, oh, sorry. Exact, ja, sorry. Ja, ik zie je, ik zie je. Hey, ik heb geen kogels zullen, want je weet zelf, ik ben de eerste die een wapen zou trekken, maar ik heb geen kogels. Hey, Adrian, Dylan, weet je wat ze zeggen? Nou. Stuiven geen knipperen, opeens die DC-agent zegt, is de tweede persoon Dylan. Wat? Ik zweer het. Hoe dan? Ja, het is ook niet normaal dat ik altijd, je toch, gecatcht word. Ja, ik wil wel schieten, maar je gaat niks kunnen doen, boys. Het is zo laggy daar. Is goed, dankjewel. Oh. Dylan, ik wil wel schieten, maar ik heb geen kogels. Ja, ik heb 24 kogels. Ja, kijk uit die roze auto. Ah. De roze auto die achtervolgt mij ook, man. En wie is die golf? Die camo. Ik weet niet, allemaal een beetje roze. Hey, hebben jullie allemaal wapens? We kunnen gewoon gaan knallen daar dan. Ik kan pistool halen. Ik heb 20 kogels. Ah, ik heb ook maar 24. Wat als er 6 kogels? Ja, dat is wel net. Anders proberen een agent TH te nemen en dan gewoon vrij te halen. Adrian, ik geef jou mijn pistol ammo, dan ga ik met scoren. Hoorde je dat? Ja. Oké, ja, ik heb 4... Wat doe jij dan? Oei, bij mij... Zo. Wat? Iemand rijdt hier, rolt hier langs de weg. Ja. Wie is dat? Ja, dat is Adrian. Adriaantje. Lekker, jongen. Jezus. Ja, maar kijk, ik wil niet lullig zijn. Ik wil heel graag maaien, maar als het zo gaat, dan kunnen we niet eens iets raken. Nee. Ja. Ik zie ook wel weer dat die agenten overal heen vliegen, zou ik maar zeggen. Is natuurlijk. Ja. Ah, boy, fuck it, we zien het wel. We kunnen even kijken, we laten gewoon die wapens... Wat zei je? Laten we gewoon die wapens pakken, eerst even kijken en dan gewoon rustig weggaan. Jezus, dit moment, wat je nu kan doen, is gewoon agenten gijzelen en vrijvragen op een locatie. 24 goals. Ah, 1 seconde. Ik moet weer zeiken, weer! Nee. Ik ga wel even die packages halen wapen. En ik kan gelieve wapen te pakken, jongens.
Oké, jongens, de blaas is leeg voor 2 minuten. Dan kunnen we even weer knallen. Janke, bro. Ah, ik ben er weer. Score up. 60. Oké, boys, luister. Dat is een goede outfit. Nu terug naar die appadil, ik was even die pakketjes en zo halen. Yo, yo, yo. Hey, horen jullie mij, boys? Ja, ja, ja. Ik hoor jullie. De eerste deur, gewoon waar je naar binnen kan, staan 3 agenten, 3 Daisy Mini. Ze staan allemaal in stuiven, staat daar, dus je kan gewoon naar binnen. Ja, ik ging naar binnen, ik deed alsof ik ga even scout ook. Ah, daar gaan we. Ik ging naar binnen alsof ik moet je nu betalen of straks? Ja, doen we straks. Oké, top. Laten we eerst even snel actie ondernemen. We zitten daar te praten. Alright, let's go. Ik ga even snel mijn auto in de garage gooien en hem weer uitpakken. Yo, yo. Met hoeveel wapens zijn we nu in totaal dan? Ik denk ik, jij, ik weet niet of er nog iemand is. Met z'n tweeën maar. Ja, maar ik heb geen kogels. Halen, maar ik heb maar 20 kogels. Maar niet zo, dat is prima, dat is prima. Ja, de vliegende en heli boven gevangen te worden. Heli. Alleen het lukt niet in Sandy, man. Wat lukt niet in Sandy? Ja, beter worden, dat kan niet in Sandy blijkbaar. Niet? Ja, er is alleen fuck, een balie. Ik heb dat ook, ik heb dat ook. Kut, sorry. Je moet even... Ja, je kan hier niet, hè? Even kijken. Wat er niet eens naar gekregen. Waar ben je, Dylan? Ziekenhuis. Als het goed is, moet dat gewoon werken daar. Ja, ik zie wel een balletje met inchecken, maar er gebeurt niks. Nee, je moet gewoon E duwen. Als je ja, aan ja, moet ja, doen, ja, lukt. Uit, oh, wow. HP'tjes! Oké. Ik heb de pistol ammo, verkoop ik even nu aan dingetje, mooi, aan Adrien. Je moet wel snel zijn, hij zit daar nog te praten. Barry, waar ben jij nu? Ik ben gevangen. Dit wordt echt gek huis. In die eerste aula waar iedereen naar binnen kan. Zitten ze te praten. Kan ik daar ook naar binnen? Ja, iedereen kan daar naar binnen. Hey, ja, Michael met een 5 in plaats. Yo, Dylan, is er nog plek voor ESB? En als dat is, hoe kan ik dan joinen? Keep up the grind. Michael, denk voor de 5, man. Helaas, nee, man. Er is helaas geen plek meer in ESB. ESB zit eigenlijk overvol. En ik zit er officieel ook niet in. Yo, hey, man. Omdat we vol zitten, man. Ik ben een friend eigenlijk. Nou, er is een Augusta, Dylan. Er is een Augusta. Ah, tuurlijk. Weet die fucking Augusta? Nee. Ja, wat gaan we nu doen dan? Ik weet niet. Als we daar gaan schieten, worden we zo gehunt. Het is ook niet dat ze een beetje, zeg maar, hè? Het mogelijk maken of zo. Nou. Jezus, ja. Gast. Je kan iets doen, maar dat is wel risky. Gewoon met dat gaat niet gebeuren. Je gaat dat niet halen, dat weet ik niet wel. We gaan gewoon even kijken. Van op afstand van Sander. Anders. Die heli draait ook letterlijk met ons mee, gewoon. Hij gaat nu landen ofzo. Volgens mij landt hij, man. Kunnen we niet even nu gewoon even... Hey, als hij daar landt, kunnen we... Ja, pak ze. Waar landt hij? Ben je er... Oh, nee, hij vliegt er nog steeds boven. Denk ik. Airfield, maar bij mij landt hij soms en dan zegt hij gelijk... Oh, hij valt bij mij. What the fuck? Oh, dat is heel eng. Nou, hij is nog in de lucht. Hij is in de lucht. Ah, oké. Ja, het loopt niet helemaal goed bij mij, denk ik. Kijk uit, die roze auto komt er ook weer aan. Kijk dan, hij staat stil in de lucht. Ja, hij komt ook naar Airfield, die roze kar. Die chopper hangt erboven. Ja, vliegt hij? Want bij mij hangt hij helemaal stil. Nee, zijn propellers doen niks. Ja, precies. Zullen we die Kamar pakken? Ja, kan, maar kijk uit. Hey, maar er staat hier wel een Kamar onder. Ja, daarom. Die staat eronder. Ja, het is wel een beetje vliegt. Maar ik weet niet, ja, het ja, maar, is maar, die, ik weet wat, niet of er iets in die propellers bewegen is. Nee, dat ding hangt bij mij stil inderdaad. Oh, ja, die chopper, weg. Die... Wat hebben we? Hij ziet er zo random uit. Hij vliegt weg. Ja, maar zijn propellers draaien niet. T6 naar jullie toe. Die Augusta rook. WTF? Het is wel heet met Kamar, man. Laten we nu naar HB gaan. Hey, Abdoe, denk maar de euro is zuur! Ja, ja, let's go. Maar dan kapen gewoon een paar agenten. Oh, die hoofdpijn, bro. Dat gaat mij wapen kosten, ik weet nu al. Wat heb je hier? Die R6 valt ook op, man. Nee, deze gaat naar gevangenis. Jan? 2. Hier binnen, maar ja, yo. Die deur zit op slot. R6 draait ook weer om, dat is politie, denk ik.
Kunnen we die RSS niet handsuppen? Die politie is mijn camera is een ander, ik weet niet. Deze auto valt op. Hey, meneer, die ganten! Ganten! Ik hoor jullie nog niet spreken over de pers. Waarom klinkt Adriaan ook altijd zo fucking, hoe zeg ik, geloofwaardig? Die RSS daar. Ik heb het gevoel dat het deze hier is. Hey, hallo! Kunnen we die, Ze zitten zo zwaar in protocol. Ja. Zie je die RSS daar links? Als je rechtdoor gaat en links, zullen we die handsuppen? Ik heb het gevoel dat het politie is. Denk je dat dit echt de partij is? Oh, hij crasht heel hard bij mij. Ja man, wit kenteken, rijdt heel vaak om ons heen. Ik had het gevoel, man. Ja, maar hij rijdt ook. Kijk hoe hij niet moet rijden. Ja, maar dat is... ik denk dat... Nee, ik zie het ook. Maar dat is... Oh ja. Huh? Hij rijdt helemaal over het zand heen, dus dat is politie niet. Dat is wel heel gek, inderdaad. Ja, ik ga nog even... Afrika is ook van ons, of niet? Bye, wie is die witte? We rijden nu 3 Afrikaans mee, hè? Nou, oké. Die fucking hell, hé. Die Adriaan crasht, maar door die lag crasht die dan weer niet. Het ziet er zo random uit, jongens. Jezus. Barry, ben jij een van die Afrikaans achter mij of zo? Kijk wat ze hebben gedaan. Ze hebben gewoon een auto voor die ingang gezet. Wat zie ik? Ja, wacht. Ik ga weer naar binnen, schijt. Ik kan die letterlijk pitten, die auto. Ja, maar dit is gewoon... Zou die auto pitten? Nee, kijk. En dan knallen we erin. Ja, zullen we dat doen? Wacht, dan knal ik zo'n guy. Wacht. Weer die R6 hier, weer die R6. Nee. Ze staan hier, man. Oh. Dus stand te zwaar, ik kan hem niet eens pitten. Ja, die R6 is hier ook. Wow. Ja, die R6 draait nu weg, ja. Adriaan, sta voor de deur, dan zie je hij rijdt echt als een... Ja, maar ik ga dat niet doen. Oké, als dat politie... Oh, R6 is gecrashed, stenen? Ja, die... Maar dat is een neus, want kijk hoe hij rijdt, mag niet. Ik wil zeggen, mag je met dat ik wil zeggen, als dat politie is, dan word ik gek. Er staat er één buiten nu, we kunnen hem knallen, of is dat... Ze zijn met twee dillen. Zullen we schieten, of niet? Wie loopt daar los dan? Dat is Barry, of niet? Ik ga even praten. Yo. Het lijkt zo tering, ja. Hey, ik kan via deze heuvel misschien maaien, man. Laat maar. Hier binnen staan. Jezus. Ik kan hier op Whisper staan. Jongens, er staat een heel politiekorps aan motoren op de snelweg hiernaast. Goed gehouden. Adriaan weg, Adriaan. Oh, je wordt beschoten. Ja, Adriaan, die kast. Twee agentjes. Hij kent jouw kleur. Ga verander die kleur. Wanneer die jouw auto ziet, schiet je op je. Ik heb niks gedaan. Maar hier zat een hele motor. Oh, nee. Yo. Hey, ze hebben mij ook gedwongen het gebied te verlaten. Ik deel hem. Het is niet dwingend, dit is gewoon dat je het schieten. Tegen. Ik kwam alleen met getrokken wapen. Wat de fuck? Lijkt zo erg, ouwe. Oké, okay, politiemotoren gaan weg. Gaan weg, man. Ik ga er één knallen, oké? Okay? Even zwart gemaakt. Oké, okay, staat er eentje letterlijk naast de deur, toch? Wacht even. Maar als we knallen, kunnen we ze ook niet bevrijden, snap je? Dat is ook zo'n beetje kut. Hoezo? Oh ja, kut. God. Ja, hij durft niks tegen mij. Ja, je kan ze niet... Ja, jongen. Ja, we kunnen dus, dan moeten we een agent los hebben. Ja, we moeten agent los hebben en we gaan hostetjes zoeken zodat we ze vrij kunnen krijgen of zo. Ja. Ben je de gijs, hè? Ja, we gaan gewoon de gijzeling starten en dan gaan we eisen dat ze vrij moeten worden gelaten. Okay. En we laten pas de hostetjes gaan vanaf we het telefoontje hebben gehad van alle drie jullie collega's. Maar laten we agenten zoeken dan. Aight, welke was jij, die grijs die hier reed? Ik rijd nu aan Airfield. Oké, kom eraan. Aight. Agent, hè? Misschien bij HB nog, die Kamar. We mogen voor een hostage situatie mogen we 15 hostages of zo hebben. Er rijdt een DC X5 achter mij.
Wacht, sta jij er voor mij? Achter mij rijdt een DSi X5. Ja, ik ben er voor jou. Hij gaat denk ik achter jou. De Dille rijweg. Oké, okay, hij gaat... Hey, hij gaat daarin. Hij gaat moeilijk naar HB, hij gaat moeilijk naar HB. Zullen we hen stoppen? Hallo meneer. Ja, maar dit is een beetje opvallend meneer? Als we nu opeens gaan stoppen, snap je? Oh, waar gaat hij naartoe? Oh, deze RS6 bro, wat de timing van deze guy. Hij is bang jongen, hij rent gelijk naar binnen. Ja, hij rent gewoon naar binnen, keihard. Ja, nog een guy. Zijn maar ze staan hier nog, ze staan hier nog. Ze zijn met twee of drie in die auto. Ah joh. We kunnen toch geen shit, bro. Het is echt niet mogelijk meer, bro. Bro. Nee, het wordt heel kut. De en stad werkt niet mee. Er staat een heel leger om die kutgevangenis. En weet ook, als we over de gijzelingssituatie gaan, dat we... Dat gaat toch niet gebeuren. ...dat we ons wapens kwijt gaan. Ja, daarom. We kunnen misschien even een beetje iemand knallen of zo, en dan houdt het wel weer op, hoor. Ja. Jezus, ouwe. Ja, het is niet te doen, man. Ja. Weet je wat we ook kunnen doen? We kunnen ook gewoon een paar agenten hier... Nou, Maai is niet de bedoeling, maar... Zullen we pakken die DSI'ers? We schieten hun lek of zo. Gaat dat andere korps ding dan niet hierheen of zo? Ja, heel het korps komt hierheen, maar met... Ja, dan kunnen wij iemand bevrijden, maar dan moeten we wel weer een hostage hebben. Dat is het. Of een agent meenemen, zeg maar. Nee, DSI staat hier helemaal stil. Niks te doen, praten met een persoon. Stel, wij hebben één agent hostage die de deuren kan opendoen. Is dat mogelijk? Het kan, maar je weet niet of ze in isolatie en zo zitten. Je weet niks van. Maar die kan toch alles doen, of niet? Ja. Die kijkt deze agentje niks aan. We moeten gewoon afleiding zorgen en een agent ontvoeren. Dat is de beste manier. Oh, what the fuck? DC wordt ingebokt, wat? Even kijken. Kunnen we dat niet proberen dan? Wow, joh. Ik hoor niemand meer. Dat is wel een goeie toch, jongens? Dat we het op die manier doen. Ik heb het gevoel nog steeds dat die RSS... ook al rijdt die fucking raar... Hij dacht nou, man. Je moet deze ITA nemen. Ja. Maar kijk hoe laggy de stad is, jongens. Oh. Dat is ook niet normaal, hoor. Niet normaal. Nee, ik weet niet, man. Hey, mannen. Hallo? Ik hoor jullie niet meer, man. Ja, we zijn... Hallo? Oh, oké, okay, lol. Ja, we moeten een Kamarsi ontvoeren. Adriaan ook niet, hoor, trouwens. Ik ga even een Kamarsi noemen. Deze doet blij, jongens. Zeggen... Ja, ik ga op zoek naar een Kamar, man. We moeten een hostage nemen. Ja, deze staat hier stil, hè, Dylan. Niks te doen. Hij zit te praten, een beetje mensen. Die kunnen we nu... jullie in de perimeter hebben? Ik ga deze twee agenten proberen pakken. Wat? Welke? Ga je dan? Welke agent? Ik wil zeggen waar je staat dan. Hé, hey, meer communiceren. We hebben hier niks aan. Adriaan, yo. En niet nu iets doen zonder dat wij het weten. Ik heb geen rugdekking, hè, nu. Bro, deze jongen gaat weer dood. Wat is Adriaan zit nu al vast, Adriaan, moet wel. Hij zit daar binnen, wacht. Bij gevangenis. Die is eigenlijk 5 en deze hier staan. Hoezo? Ik koop een beperkertje, maar er komt niks met iemand door. Hij is bij Cindy AB. Zit hij daar binnen? Nee, deze staat hier buiten. Waar is Adriaan dan? Ja, ik weet het. Ja, ik heb wel 2k eraf. Ik ga hem bellen. Wat doet hij nou? Bellen, Adriaan is ook vast nu. Hé, hey, Adriaan is niet in de stad. Ah, ja. Nou. Was hij misschien, je weet toch? Gaan ik wel. Meneer, heeft u een repackage voor mij? Nee, man. Oh, mijn hoofd. Hoe niet? Ja, sorry. Ja, ik heb er gewoon geen een, man. Heeft u niet even snel wat geld voor mij dat ik een repackage kan halen? Nou, je rijdt gewoon een RSS, kerel. Dan moet je ook gewoon centen voor een repackage hebben. Ja, maar dat heb ik niet. Nou, dat is dan wel jammer. Oh, nee, nu kan ik helemaal niks meer. Kunt u mij misschien brengen? Nee. Naar de winkel? Hier? Is dit uw daily driver? Jazeker. Oh, mag ik een lift? Nee.
Ja. Hoi. Hey, wat driller. Kan je ze even opdonderen of niet? Oh, ik heb geen fucking repair kit. Hey, gele, heb jij een repair kit voor mij? Nee man. Nou, je kan wel even naar die winkel lopen aan een of andere straat. Deze hier, man. Ja, het is gewoon die onduidelijkheid wat we kunnen doen. Want ja, wie zegt dat we met een DC ook jullie heel huis wegkomen? Yo, je bent er weer. Yes, ik was uit de stad gevloed. Ja, dat dachten we al, Ah, het is zo niet te doen, jongens. Het is zo waterdicht hoe ze iedereen daar in gehangen hebben. Je kan gewoon niks. Yo. Daar kan dus een pak gewoon. Wil je die DC nu onder schot houden? Hey Wallis, even een euro! Zo onaardig, ja, maar Wallis! Je zit te stream snipen! Of ben je het niet? Ik hoor Nick hier. Maar joh. Zout er niet erop, joh. Mensen zitten er te stream snipen, daarom doe ik onaardig. Het is, die RSS zit de hele tijd al achter ons aan. Hey, kom, we catchen. Het lijkt wel een beet van politie. Wat? Het lijkt erop dat ze Adriaan gaan beten. Ze zijn gewoon te wachten dat wij komen. Adriaan, die DC weet wie je bent. Ze zijn Adriaan van Lycon. Maakt toch niet uit, ik heb niks, ik sta niet gezocht, niks. Ja, okay. Want ik ben er net nog doodgeschoten. Staat nu nog een beetje kentekens te zoeken. Ja, maar bro, het lijkt gewoon of ze staan te beten. Kom gewoon naar die gevangenis, al poppen we er twee. Ik wil jullie in een perimeter hebben, dan ga ik het Dylan zonder shot houden. Wat? Wil die DC pakken? Wel. Ik denk het wel. Hij pakt die DSI. Die DSI staat gewoon voor die politie. Jezus, wat een neuzen. Rick. Hey, Wallace, 10 euro, maatje. Charles, op die baseline. Bro, weet je mijn gang, weet je mijn rang? Ik wil ook ogen in de lucht hebben, jongens. Ja, maar weet je wat hij zegt? Weet je, Adriaan. Hij zegt, Lycon is geen gang, maar een circus ding of zo. Hij is blij over die DC. Zullen ze nu pakken? Als je nu hem pakt, ga ik Biggie praten, jongen. Wat krijgen we? Ik zeg, ik ga dan Biggie praten, want ze praten tegen mij ook Biggie. Maar het ding is, er sluiten zoveel aan, jongen. 100%. Adriaan, blok hem. Iemand komt dan pakken. Ik herken geen kleine speler. Dan heb je wel slecht geheugen, hoor. Ja. Nee, dat is Ger of zo, dacht ik. Nee, Ger zit niet bij de kamer. Oh, ja, ik weet niet, man. Ik heb het gevoel dat het helemaal fout gaat. Wow. Boys, ik zeg je eerlijk, ik durf niet, man. Ik heb het gevoel dat het helemaal in de shit gaat lopen. Bro, ik assisteer je. Ik praat met ze als je gewoon echt voor parkeert. Klaar. Ja, we moeten ze meenemen, maar er zitten twee kamaragenten daarachter. Daar moet ook iemand op richten, eigenlijk. Maar twee kamaragenten. Ja, in HB. Hey Wallace, zijn we in de fucking donuts, man! Wacht één seconde! Ja, dat niet doen. Oh ja, die staan hier ook gewoon een beetje te wachten. Ja, daarom, dus het is één drukke bedoeling. Wallace, met een eurodaas, ik ben mijn PC-project niet eens begonnen, grap. Een PC bugt al bij Valorant. En hier is nog DSI, Nog DSI. Ja, doei. Het is ook echt niet te doen meer. Laat maar. Het heeft geen zin, boys. Het is echt te waterdicht gaan. We kunnen wel in de stad gaan kijken voor agenten ofzo. Ja, weet je wat? Het heeft alweer tekens laten zien dat het gewoon niet te doen is. Dus ik leg mijn zooi weer weg. En dan vind ik het wel goed geweest voor vandaag. Leg je het weg? Ja, het is niet te doen, bro. Het is suicide om iemand te hands-uppen hier nu. Dat ga je niet halen. Ook met hoe de stad er nu bij hangt, dat wordt één drama. Ja, maar het feit is, als we die agenten TH nemen, mogen andere agenten in principe niks ondernemen, snap je? Ja, maar ja, die ken jij. Ik heb het wel eens gezien dat het wel gebeurt alsnog. Het ding is, als we allemaal een wapen hadden, we staan met 7 wapens, had ik het wel gedaan, maar we hebben maar 3, hè? In combinatie dat we aangereden worden de hele tijd. Ja, het is één drama. Daar worden we aangereden, daar hangen grote boven. Ja, maar dat verneukt alsnog dingen. Ik word alsnog de hele tijd achterna gezeten door deze fucking RS6. Ik heb serieus al 15 gebedjes gemaakt, er gebeurt niks. Nee, daarom. Dus ik heb er geen zin meer in, ik zweer het. Ja, dat is één drama, bro. Als het een beetje mogelijk werd gemaakt om nog iets te doen... Ja, maar niemand wil nog iets anders gaan doen, of wel? Nee, even geen zin. Dat kan niet dan, man. Het is echt... Ja, maar ik bedoel niet qua uitbreken. Kijk, het lijkt zo erg, jongens. Het is niet normaal, man. Als schiet jij 60 kogels, ze gaan allemaal niet eens registreren, man. Maar op Dennis, waar ben jij? Hey, Naast HB, man. Adriaan. Interessant. Ja, Dylan? Kan ik die
Oh, kan ik die pistol ammo nog terugkrijgen? Of ja, ja, die krijg je nu terug. Ah, ik heb die ook weer nodig. Ik ben... Oh, hier bij de appa, man. Ah, dit heeft geen zin, man. Dit is echt... Dit gaat gewoon fout. Aight. Ja, gezeik, man. Aight, toppie. Thank you. Aight. Kijk, het ding is... Je moet gewoon een beetje de kaart op tafel leggen wat mogelijk is. En je moet alles een beetje afwegen van, joh, er komt zoveel gezeik op af. Niet normaal. En die lag. En die politie die overal zit, jongen. Het is echt niet te geloven, ouwe. Nou, dat maakt het gewoon jammer. En dan moet je gewoon nadenken, oké, ja, Char zit al heel de stream daar. Helemaal kut gewoon. Ah, dat, ja, al haal je haar de laatste half uur eruit, is het ook niet heel erg waard. Heeft signalering. Ja, het, I don't know. Ah, hier, ik ga de stad uit, man. Is goed, man. Ja, is goed, jongens. Hey, jijzelfde. Yo, yo. Later. Ciao, ciao. Hey, we gaan even Chase nog kopen. Boys, wij koppelen ook af. Wij koppelen ook af dan, man. Wij koppelen sowieso af. Ik moet ook... Hey, even Chase nog knallen, man. Ja, ik vind het... Kijk, ik wil het heel graag doen, maar het wordt gewoon niet mogelijk gemaakt. En tuurlijk, ik snap dat de politie alles waterdicht neerzet. Maar ja, het is niet normaal. Overal drukte, man. Ja, man, helaas. Helaas. Wat is mijn eerste? En ga je AFR 3.0 doen als die uitkomt? Ik ga mijn eigen stad maken, bro. Dus ik zeg eerlijk, blijf nu gewoon lekker Zuiderveen. Totdat mijn eigen stad af is. En dan ga ik daar lekker op playen, man. Mm. Let's go, man. Let's go. Alright, let's get... Ik heb een perm op Shady. Mick, hoe de fuck krijg je een perm? Als je een perm hebt gepakt, heb je wel iets gedaan, ouwe. Ja, toch? Nee, je kan niet een perm pakken en zeggen van dat je altijd gewoon lekker volgens de regels hebt gespeeld. Dat geloof ik niet. Nou, wel jammer dat we niet iets geks konden doen, man. Kijk, ja, man. Vanavond ook weer even aan Future knutselen. Ja, man. Goeie shit, man. Goeie shit. Alles op die baseline. Ja, ik weet niet wat het is met die pingen vandaag, man. Maar Zuiderveen zat er vandaag niet echt lekker in met de connectie. Ik weet niet wat het was. Daar, nog steeds bezig. Yo, Ace, wat saap dit? Ja, man. Ja. Hey, Ace, ben je straks ook Discord, of niet? Want, ja, Raf is nog... Was Raf aan het doen? Of was mensen ook bezig? Ah, ik kom straks even call. Just op die baseline. Die baseline. Wallace met een zich nice. Wanneer komt die dan? En hoeveel FPS moet ik rekenen boven normale GTA? Want ik weet hoeveel ongeveer mijn nieuwe PC krijgt. En mensen zeggen, je krijgt meer. Nice, wanneer komt die dan? En hoeveel FPS moet ik rekenen boven normale GTA? Hè? Hey? Wallace, ik snap die niet, man. Hé, ik snap die niet. Want, hoeveel... Wacht. Wanneer komt die dan? En hoeveel FPS moet ik rekenen boven normale GTA? Ik snap niet wat je daarmee bedoelt. Ik weet hoeveel ongeveer mijn nieuwe PC krijgt. En mensen zeggen, je krijgt meer. Wallace, ik snap niet wat je bedoelt, bro. Oprecht, bro. Ik wil begrijpen, maar... I don't know, man, Wallace. Denk maar de euro, man. Ik snap hem niet, man. Ja, dan kan je misschien me helpen met instellingen voor mijn stream. Want mijn beeld is uitgetrokken. En weet niet hoe en wat ik kan doen. Dat is je resolutie, Adriaan. Dan moet je die resolutie aanpassen naar 29 bij 1080. Qua FPS, denk ik. Hoeveel je, zeg maar, FPS moet rekenen in Future? Of ik snap hem niet. Ik snap hem niet. Hoeveel FPS krijg je meer op 5M? Hoe bedoel je? Krijg je meer op 5M, jongens? Ik snap die niet. Ik zweer, ik wil het echt begrijpen, maar... Hè? Ja, boven mijn normale GTA. Ik denk dat je juist... Maar 5M is eigenlijk dat rundje GTA toch, jongens? Het is niet dat het een andere game is, hè? Dus, in 5M sowieso heb je minder FPS in steden... dan in normaal GTA standaard of zo. Dus, omdat... Kijk, in 5M servers... Er zijn veel dingen in, holy shit. Tom! Tom! Holy shit! Bro, kunnen we even een momentje, even een applaus gooien voor fucking Tom? Volgens mij heeft Tom vandaag, jongens, een receptje gegooid voor een fucking jaar. Nee, wat lul ik? Meer dan een jaar. Tom, hoeveel is dit? Holy shit!
Tom heeft als enige in heel mijn chat de kroon. Hè? Tom, gooi zo'n gepind bericht. Volgens mij kan je dat ook al gooien. Laat eens even zien hoeveel 2 jaar. 2 fucking jaar. Hartjes in de chat voor Tom, boys. Kom op, man, boys. Holy shit, ouwe. 2 jaar sponsor, bro. 2 fucking jaar, ouwe. Ja, Tom, je bent gek, man. Super dope, bro. Oprecht. Thanks. Tering, ouwe. Dat kroontje is wel lui, man. Zeg je eerlijk. Jezus, wat een kutwapen. Oh, ja, ik zit vast. Dit wapen is niet mijn favoriet. Ik kan geen rol gooien naar achter. Jezus. Ja, die heeft een scar. Dat ding is fucking nice. Ja, 2 jaar, bro. Is wel eng, ouwe. Holy shit. Holy shit. Heb ik een... Ja, nou, skip even. Dat is wel echt gek, bro. Dat is echt gek. We gaan met politie sollicitatie. Die hebben we even op de hold gegooid, man. Omdat we echt volledig staftechnische sollicitatie alleen doen. En vooral met de game bezig zijn, man. Dus daarna gaan we de sollicitatie opengooien voor overheidsbanen weer, man. Ja, toch. Ja, toch. Niet normaal, bro. Bah. Ja, lekker oefenen, man. Ja, ik heb het wel nodig. Ik wil gewoon goed schieten. Alleen, jammer dat het zo laggy vandaag was, man. Dat is wel jammer. Dit, hoe kom je in die server? Gewoon joinen, man. Het is gewoon een 5M server. Gewoon openbaar. Je moet dan natuurlijk wel in de Discord zitten, maar ja, gewoon joinen en je kan gewoon doen. Alright, let's go, man. Alrighty. AP pistol, okay. Op die baseline. Oh, op die baseline. Ja, toch. Wallace, let's go, man. Wat is het voor de euro? Oh, 25 maanden, Tom. Wat zie ik, gast? Nog... Het is gewoon 2 jaar en een maand. SP aan neef. Lijp, man, gast. Let's go, man, Tom. Pinnetje. Yeah, Ja, Tom, gewoon 25 maanden sponsor, bro. Dat is toch niet normaal, gast? Niet normaal, bro? Ik heb het gevoel dat daar iemand gaat spannen weer zo. 100.000% aan neef. Span. Jammer. Ah, ja, nieuwe map. Kut, sorry. Daar ga je. Ja, deze map was juist wel lachen. Ah, die kan niet meer dood. Jammer. Of hij heeft nog protection. Oké, let's go. Protection is... Hoe kom je aan dat geld? Volgens mij kan je dat gewoon inspannen. Ik weet even de commands niet meer, man. Ja, je kan volgens mij gewoon inspannen. Inspannen! Ja, is Charno echt de hele fucking... dag in dingen gezeten. In de gevangenis. Dat is toch ook niet te beseffen, jongens. Heel de fucking tijd. Niet normaal. Is dit een beetje een goed nummer? Zo. Een beetje een nummer in de back. Ja, het moet wel non-copyright zijn, jongens. Want anders hebben we de slingers weer handen. Hangen. Oh. Oh, dat is deze map. Ja, het is wel kloten dat ik me nu moet parachuteren. Oké. Let's go. Ik jank hem even hierin, jongens. Oh, nee, niet daar. Niet daar. Kut. Dat is wel een gek nummer eigenlijk voor even een dikke ambush hier. Holy shit. Voel de vibe wel. Dat is 1. Dat is 2. Dat is 3. Woehoehoe! Wat een... Ah, ik heb jeuk aan mijn neus. Ja, even krabben. Ja. Ik heb hem geraakt. Ah, jammer. Kut, hij valt niet. Eindjes bruin. Jammer! Nice. Zo, dit is wel echt zo'n... Oké, sorry. Hey, kwarktas, G-Wagon. Let's go, man. Kwarktas, gast. Tegen voor het sponsor worden, mijn kanaal, man. Geniet van je nieuwe gun, achter je naam. Je mooie groene naam in de chat. En je hebt nieuwe emoticons, man. Let's go. Jongens, kun je even een lijpe spam in de chat krijgen van alle sponsors? Gewoon met al die emojis. Maakt niks uit welke, gewoon allemaal spammen. Ja, toch, boys? Ja, toch. Alright, gaan we, jongens. De Scar. Okay, we zijn aan, jongens. We zijn aan. Scar. Pam. Kan hij schieten? Kan hem steeds schieten. Hij is dood? Oh, geraakt. Hoppa, daar ging Noah. Ja, toch. Die is
car is fucking OP, bro. Dit is echt een goed wapen. Oh mijn god, ze kunnen de tyfus houden. Alright. Let's go, Tripex, jongen. Let's go. Even die emojis gooien, man. Jongens, wij zijn alle sponsors, man. Gooi eens even die emojis, man. Let's go, boys. Krakaka. Alright, alright, alright. Kijk, hoe laat is het? Het is 5:30. Oké, jongens, we gaan nog even 1 killetje maken, man. Daarna moet ik echt er vandoor. Even over Fuse, even nog in call. Juist, man, boys. Ik zie de hele chat gaan. Ja, Kijk, er komen de emojis, man. Let's go. Kijk eens, daar is ze. Nice. Right, let's go. Eén knal. Eén goede kill maken. Even een scorpion of zo. Kom op, geen scorp. Glock, oké. Okay. Glock. Ja, toch. Alright. Zien wat we kunnen doen. Ah, dat is deze. De AP pistool. Pistola. En zo, motherfuckers. Game's real in town, you know. Oké, okay, ren aan neef. Ja, toch. Hij heeft gewoon wapen, bam! Dat was 1 hit. Er zit daar een guy boven. Ik kan niet reloaden. Die clip doet het niet. Oké, nu wel. Hij reloadt nog steeds niet. Ik, wat is dit voor dom iets? Ja man, we zijn de lul. Ik kan niet meer schieten. Handjes. Ja, wat de fucking dom iets, bro. Dan pak je 2 clips en dan werken ze niet, bro. Wat is dit, ouwe? Oké, nog 1 keer. Waarom ben je? Ik ben 20, jongens. Deze blijft nice, jongens. Deze van Devano heel wijn. Oh, kut. Wat doe ik? Terug. Kom chillen. Met je bitch. Let's get it. Let's get it. Uiteraard, vandaag is het gewoon rappen. Dit is oude bekende. Met jezelf, je shout-out met je. Tum, 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 tum. Yeah. Deze track heet Roosterstruik. Big up Suriname. Jullie gaan straks begrijpen waarom. Let's go, man. Zij doen alles voor het oog en zetten boze oog. Die mannen daar, die zijn nog lager dan mijn overloop. Even inspannen, AK. Nice, hè. Juist, kom. Let's go, man, Tripex. Beats, die kom ik echt blessen. Wacht even. Hé, ik heb jeuk. Zo, kon je lang zeggen. Met kaas net soufflé. Oh nee, kutje. Jezus, schat. Hoe kan dit niet... wat is die laatste kogel, ja toch? Yeah. Shit, hè. Hey. Mannen denken heb geen bars. En ik schrijf alleen maar liefdesliedjes. Pak een strek op Valentijn. Dat noem ik pas liefdesbrieven. Jammer. GG. We pakken liever. Domme Griet en Sugar Daddy. Dus ik noem ze aan, zeg Grietje. Jij praat over guns, toch? Zeg, waar heb je opgeschoten? Ah, het blijft een lekker nummertje. Ja. Ladies and gentlemen. Wij gaan er lekker vandoor. Jongens, nee. Ik ga er van tussen. Ik moet even snel in call. Even een dingetje over Cyberfame. Over FutureRP even goed neerzetten. Even kijken hoe en wat. Dus ik ga er snel vandoor, jongens. Maar, hey, boys. Ik wil jullie super erg bedanken voor vandaag, man. Morgen ben ik weer 8 uur in de avond. Wees erbij. Wie weet, kunnen we even een dikke, grote bankenkick knallen. Je hebt daar zin in, man. Dit nummer is de 101 bar sessie van Devano Holway, man. Hier heb je een linkje. Allright, jongens. Hey, boys en girls. Thank you voor het kijken. Ik ga er snel van tussen. Bedankt voor alle lol vandaag weer. Shout-out sowieso naar Jorn voor de fucking top donate plek vandaag. 50 euro, man, Jorn. Let's fucking go, maatje. Boys, ik ga er vandoor. Bedankt voor het kijken. En